Ja, goedemiddag kijkers. Dag 5 alweer van het NJSK in Almelo. Ik ben Vincent Vleming, speler van Max Euwe 3 Enschede. En naast mij zit Marijn van Delft. Goedemiddag, Marijn. Hoi Vincent. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Gezellig. Ja, even kijken. Zo, hier, ons scherm, hier gaan we de partijen bekijken. Ik heb ze al voorstaan. Jij mag zelf kiezen waar je naartoe wilt. Nou, laten we maar beginnen bij de A-jeugd. Ja, ja. En, dit is natuurlijk bord 1. Mm-hmm. En wat wel, trouwens, excuses dat ik wat later was. We hadden vandaag zware voorbereidingssessies. Aha. Dat kun je meteen ook al zien. Want bij ons in de groep zitten onder andere Sascha Albers. Bord 1 nu, hè? Ja, bord 1 en Vadim van Kuik. Ja. En die jongens komen allebei uit Arnhem. En ik kom zelf oorspronkelijk uit Apeldoorn, dus dat is niet zo heel ver weg natuurlijk. Maar die jongens zitten bij ons in de groep. En ons, dat is dan Nico Sveers en ik. Mm-hmm. En de Apeldoornse, de Arnhemse boys moet ik zeggen, spelen vandaag tegen de topdames. Eline en Machtold. Dus ja, dan weet je hoe het gaat. Dat is flink hard voorbereiden, veel werk. Mm-hmm. En de meeste voorbereiding zie je ook niet terug op het bord. Dus nee. Je moet heel veel dingen, als je tegen een topspeler als Eline speelt, moet je heel veel dingen checken. Mm-hmm. Waarvan bijna niks op het bord komt. Nee. En dus dat is een hoop werk. Ja, dus toen alle kids de deur uit waren, net richting de speelzaal, toen moest ik nog douchen, zeg maar. Ja, het is echt last minute, wordt er voorbereid. Nou ja, de hele ochtend. Ja, Dus zodra we wakker zijn, even thee zetten en dan knallen. En dan is er altijd wel iemand die tosties maakt tussendoor en dan maar wij rammen gewoon door dan. Aha, oké, maar doe jij dan heel veel werk of is dat een samenwerking van jullie alle twee? Ja, nee, het is een samenwerking. Ah, dus, maar dat is een lange dag dus eigenlijk. Hè? Want ik heb zelf het idee van als ik, stel dat ik KNSB-wedstrijd speel. Mm-hmm. En ik zit een 3-4 uur in de ochtend wat te doen. Ja, dat kost ook energie. Nee, zeker. Dus die kids die zitten niet de hele ochtend voor te bereiden. Wij natuurlijk wel, maar goed, we hoeven niet te spelen. Dus nee, en het is ook hartstikke leuk hoor, dus voor de goede orde. Maar het is gewoon, ik zeg wel veel werk, maar het is gewoon heel leuk. Mm-hmm. Allemaal dingen uitzoeken, bespreken. We hebben dit keer 7 jongeren bij ons. Dus dan verdelen we, dan doet Nico de 3 of 4 en ik 3 of 4. Dan delen we iedere dag in. Dus we kijken een beetje van wat voor tegenstanders en zo. Dus we delen iedere dag opnieuw in. Maar goed, we overleggen ook wel of soms doen we samen. Dus dat is allemaal heel flexibel. Ja. Maar goed, mensen willen natuurlijk wat horen over de stelling. Ja. Dit was heel veel voorbereiding van Sascha. Ik zie dat ze al redelijk wat zetten gedaan hebben. Hè? Ja, je kan gewoon een beetje bewegen met die muis en met de pijltjes trekken, dat kan allemaal. Dus, oké, okay. En de pijltjes kan ook. Ja, ja kan je naar terug. Heb je ook 1 knop voor, hè? Ja, precies. Dat is eleganter voor de kijker natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk waar. Dus Sascha met wit, Eline met zwart, E4, C5, Siciliaans. Oh, je werkt niet met de muis? Ik vind met die pijltjes. Maar je weet wat jij wil. Ja, met die pijltjes makkelijker. Ja. Oké. Okay. En dit is dus 2 paardjes 6, loper B5. Dat is de Rosso Limo. Mm-hmm. Dus volgens mij speelt Eline onder andere de Sveshnikov. Dus dat vermijd je dan met loper B5. En G6 is een van de hoofdzetten. Kortloop G7. En ik moet zeggen, na C3 ben ik er ook een beetje uit. Want dit heeft Nico met Sascha voorbereid. Okay. Maar na D4... Hier wordt het heel dwingend. Mm-hmm. Maar goed, aan het tempo van de zetten bleek wel dat Eline ook was voorbereid. Dan zal ik die muis maar eens proberen. Dat klik ik dan. Van hier of niet? Ja. Ik doe toch die pijltjes. dus dit is heel dwingend allemaal. Deze theorie ken ik zelf ook niet. Maar beide spelers waren voorbereid. En dus ik stel voor dat we hier gewoon even doorheen klikken. En dan even praten over de actuele stelling. Ik heb nog wel een vraag trouwens. Want, over de voorbereiding en wanneer je dan zelf moet nadenken. Ik sprak net ook al in de gang hier, in de wandelgangen, over hetzelfde thema. Van de jongens en meisjes van nu, die bereiden de partijen best wel goed voor. Mm-hmm. En soms 20 zetten team. Moet je nou, die zetten dan a-tempo spelen? Of moet je een beetje pauze inbouwen? Want
Ik bedoel, ze zijn niet allemaal gedwongen zetten, neem ik aan. Dus, Nou goed, je moet niet te snel spelen, want dan haal je je voorbereiding misschien door elkaar. Ja, dat gebeurt wel regelmatig hier, heb ik gemerkt. Even de zettenvolgorde omgedraaid is en dan blijkt dat toch net niet goed te zijn. Nee, dus je moet achter het bord, zitten, even rustig de tijd nemen. Zeker. Maar je hoeft niet te doen alsof het geen voorbereiding meer is. Nee. Oh, je gaat niet toneel spelen? Nee, dat toneel spelen dat heeft niet zoveel zin. Okay. Je kan beter gewoon die tijdsvoorsprong pakken. Mm-hmm. Want je hebt, er wordt vroeg of laat wordt er alsnog geschaakt. En heb je tijd hard nodig. Okay. En het is ook lekker om een tijdsvoorsprong te hebben. En de tegenstander niet alleen op het bord, maar ook op de klok onder druk te zetten. Er zijn eigenlijk twee gevechten die je tegelijk voert. Mm-hmm. Dus dat, zo pakken professionals dat over het algemeen aan. Ja, oké. Okay. Dus, maar goed, op de topborden zijn het ook. Eline is gewoon een professional. Ze zal nog naar school gaan en dergelijke. Maar in haar hele schaak is heel professioneel natuurlijk. Ja, goed. Ze is toch, hoort er bij de wereldtop, bij vrouwen. Dus, zeker. En ze heeft een fantastische stijl en een leeft ervoor, heeft er veel plezier in. Dus dat is alleen maar lovenswaardig. Maar dan gelden dat soort wetten gewoon. Dus serieuze voorbereiding. En ook en een professionele benadering achter het bord dan. Dus dat je ook dus de situatie op de klok in de gaten houdt. Ja. Weet je, de romantische tijd die is wel voorbij eigenlijk. Het is echt topsport. Ja. En toppers van nu zien er ook allemaal fris gewassen uit en sportief en alles. Dus zo hoort het wat mij betreft ook. Ja. Okay. Fysieke sport hoort er ook bij. Ja. Want dit spelen ze allebei nog heel snel, zie ik, hè? Ja, dus... Zal het hier nog? We zitten 20 nu, hè? Ja, dus die torens zijn er allemaal af. Die pas wordt er wat dit eindspel lijkt me ongeveer gelijk. Dus de meest logische uitslag is remise, maar ook dit zal nog, volgens mij is Eline wel een echte bikkel, dus die speelt gewoon alles. Iedere stelling ook uit, zeg maar. Mm-hmm. Dus, de pionnenstructuur is wel iets anders, hè? Ik bedoel, het is niet 3-3 op elke vleugel. Je kunt hier toch wel iets spelen, toch? Maar met welke kleur zou jij liever spelen? Ja, dus, die vraag stelde Nico ook altijd tegen mij. Oh jee, we beginnen op elkaar te lijken, ja. Oké, Dan krijg je de hele tijd de bal terug. Ja, precies. Die truc die werkt wel. Ik zit dan naar pionnen doorbraken te kijken wanneer dat überhaupt, waar dat mogelijk zou kunnen zijn. Dat is een lastig verhaal, hè? Het zal ongeveer gelijk zijn, eerlijk gezegd. Ik zou het ook niet. Ik heb bij beide kanten geen gevoel erbij eigenlijk. Misschien als ik. Ja, ik weet het echt niet. Als ik moest kiezen. Misschien toch liever. Misschien liever zwart. Ja, het zal toch minimaal zijn. Hè? Dus, Nou goed. Oké, dus dit is situatie bord 1. Laten we gewoon verder kijken. Ja. Situatie bord 2, dat is dan de andere topdame. Ja, ik zal even stiekem spieken wat de stand is. Even kijken, want Eline en Sascha die hebben allebei 3,5 punt uit 4. Ja. En Machteld en Vadim? Ja, in ons huisje maken we er ook van alles van. Oké. Okay, okay. Heet ook iedere dag wel anders. Vadim. Ja. Oké, 3 punten hebben ze allebei. Dus die zitten in de achtervolging. Ja, precies. Dus inderdaad. Kun je gewoon zo. Ja. Nou, dat is ook nog theorie. Dus kunnen we ook weer even terug. Machteld speelt met wit. 1-4, dat doet ze altijd. Best by test. Ja. En Vadim speelt graag Kaokan. Dus dat is geen verrassing. Mm-hmm. En hier is het dan de vraag natuurlijk. Eline zal in de voorbereiding ook verschillende dingen overwogen hebben. Van oké, wat ga ik vandaag tegen die Kaokan doen? Mm-hmm. Ze heeft veel paardse 3 gespeeld, zagen we in de database. Maar ook de doorschuifvariant heeft ze wel eens gedaan. En dat is wat ik bedoelde, met je moet alles bekijken. Ja. En vroeger heeft ze ook nog wel Panhof gedaan. Dus dan kan je wel helemaal gefixeerd zijn op één variant. Maar als zij in haar voorbereiding beslist om iets anders te doen, dan is jouw hele voorbereiding voor niks. Mm-hmm. Dus je moet met de verschillende dingen rekening houden. Eerlijk gezegd hadden we paard C3 voorspeld, maar er kwam doorschuif. Lopen F5. En dit is weer een keuzemoment. Dus je kan hier met paard F3 en loop E2 gewoon je stuk ontwikkelen. Mm-hmm. Je kan... Was het niet de meest scherpe variant, toch? Nou, uiteindelijk wel. Want je houdt alle stukken op het bord. Ah, oké. Okay.
Dus ja, dus wit ontwikkelt dan al zijn stukken, zwart ontwikkelt al zijn stukken. Dan heb je dus gewoon een stelling met alle stukken op het bord. Mm-hmm. Met nog break zetten. Zwart kan ooit met C5 of F6 breken. Mm-hmm. Trouwens, ik heb altijd de neiging dat dit een gunstige variant van de Franse doorschuif is. Hoe zit jij daarin? Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. In het Frans staat de loper natuurlijk binnen de keten. Ja, precies. En in de kalkant buiten de keten. Opgelost, probleem. Ja, maar het was geen probleem. Oh, het was geen probleem? Oh. Dus de moderne, dus hoe ik het zie, is dat in het middenspel heb je geen goede en slechte lopers. Oké, okay, dat is een beetje, oh, het is toch een revolutionaire ja, dat heb ik niet zelf bedacht. Nee, oké. Okay. Maar pas in het eindspel, als je bijvoorbeeld in het Frans een beetje statische passieve stelling hebt met in het Frans met zwart, in het eindspel, ja, dan wordt die loper echt een probleem. Maar in middenspelstellingen met alle stukken op het bord, maakt het gewoon niet zoveel uit of die lopen binnen of buiten de keten. Oké, een beetje nieuwe inzichten. Ja, ja. Okay, maar dat is een beetje, ja. Maar wat voor mij een eye-opener was, was het boek Secrets of Modern Chess Strategy. Mm-hmm. Dat was van is van John Watson, volgens mij eind jaren 90, dus 1998-99. Mm-hmm. En dat had ook als ondertitel Advances Since Nimzowitsch. Dus je had natuurlijk in de tijd van Nimzowitsch had je strategieboeken. En daar komt dat met goede en slechte lopers. Mm-hmm. Wordt dat vrij dogmatisch, komt het allemaal aan bod. En die John Watson, Amerikaan, die heeft dat toen in zijn boek Secrets of Modern Chess Strategy allemaal wat genuanceerd. En dat is natuurlijk ook alweer ruim 20 jaar geleden, dat boek. Maar de afgelopen 20 jaar is dat natuurlijk steeds verder genuanceerd. Dus nu heeft geen mens het eigenlijk meer, denk ik. Over slechte loper. ik bedoel, al die lopen ook in het Koningsindisch, zo'n loper op G7, dat is allemaal niet zo'n probleem. ik kijk er toch wel een beetje van af. Maar. Ja, nee, dus in het middenspel, het is wel, ik vind het zelf wel verfrissend ook, maar al die lichte stukken in principe in het middenspel is allemaal geen punt. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk wel dat een stuk niet zo goed staat, maar het is niet dat een stuk inherent slecht is. Ja, ja. Van dit is mijn slechte loper. Ja, nou, misschien staat die loper toevallig slecht, maar hij is niet slecht. Ja, oké. Okay. Ja, interessant. Dus dat, en dat zie je ook een beetje terug, want die tegen de Kalkan is de doorschuifvariant, wordt gezien als nu misschien wel de enige echt kritieke bestrijdingswijze voor wit. Mm-hmm. Dus je wil die ruimte pakken, mm-hmm. ondanks het feit dat die zwarte loper eruit kan. Ja. En in het Frans is het juist omgekeerd dat de doorschuifvariant misschien niet de meest kritieke is, omdat het zwarte paard nog op G8 staat. En dat zit dus nog op de goede route, E7, F5 en zo. Ja, ja. Terwijl als je 3 paard C3 doet tegen het Frans, paard F6 en dan E5, dan zit dat paard eigenlijk op de verkeerde route. Oké. Wel grappig. Ja, dus het gaat misschien nog wel meer om het paard dan om die lopers. Ja. Om die wit veel gelopers. Nu al mooie inzichten, jongens. Ja, fantastisch. Ja, een beetje abstract misschien allemaal, maar wat ik eigenlijk wil zeggen is, paard F3, loop B2 kan, je kan ook beginnen met paard D2, je kan hier van alles doen, je kan ook heel scherp G4 doen. Machtel deed H4, dat is ook een hele gerespecteerde variant, daar moet je met zwart ook weer een keuze maken, H5 is, geldt als hoofdvariant. En nu ruil je lopers, dat is ook een beetje verrassend, dat gaat ook in tegen de oude dogma's. Klopt, ja, ik dacht dat het gewoon niks bijzonders is voor wit, eerlijk gezegd. Nee, maar het idee is dat je zwarts enige actieve stuk ruilt. Mm-hmm. En je zegt met wit nu van, ik heb meer ruimte. Ja, en, dat is ook zo. Hè? Ja, en dat hele verhaal met die goede en die slechte loper, dat is gewoon niet zo boeiend. Ja. Dat is, goed schaak. Ja, ik dacht nu dat je nu dame A6 moet doen. Dus, als je nu dame A6 doet, kan ik die uitvoeren? Ja hoor, zeker. Als je nu dame A6 doet, dan volgt de verrassende zet E6. Okay. Dat is een beetje een stoorzetje, positioneel pionoffer. Ja. En het punt is dat je dan, het is heel apart, want is het eigenlijk wel een pionoffer, want in deze versie kan je geloof ik gewoon op F7 ruilen. Mm-hmm. Maar dan heb je dus met wit een geïsoleerde dubbelpion op de D-lijn. Maar je hebt wel twee mooie velden op E5 en G5. En daar wil je dan met wit het liefst je paarden naartoe spelen. Ja. Okay. Dus dat is in het kort gezegd waarom. Dat zou het nadeel van dame A6 zijn. Dus E6, om het witte E6 te voorkomen. Nu dreig je dame A6. Ja, precies. Ja, klopt. Maar toch
werd het niet gespeeld. Nee. Nou, ik denk dat je op dame 6-7-4 kan doen, als ik me niet vergis. Ja. Maar ik ken deze theorie niet zo goed uit mijn hoofd. Maar dit was nog voorbereiding van Vadim. Paard H6, kort paard F5. Van dit niet meer, zo te zien. Nee, Machteld moest wat sneller nadenken. Ik vermoed dat ze het wel eens gezien heeft. Maar weer even moesten nadenken van, hey, hoe zat dat weer allemaal? Mm-hmm. Ja, deze stelling zag ik nog terwijl ik hierheen liep. Ja, ik weet het ook niet zo goed hoor. C4. Lopen E7. Ja, ergens hier eindigt de voorbereiding van zwart in ieder geval. Dus hier zullen beide spelers al. Nou ja, dit valt dan H4 aan. Ik denk dat in plaats van, zou kunnen dat in plaats van C4 iets anders hoofdvariant is. Ik weet niet precies hoe het hier zit. Maar dat maakt niet uit. Laten we kijken hoe het staat. Dus G3. Ondertussen wordt er ook in de chat gereageerd. Hartstikke leuk. Er wordt een opmerking over de slechte, goede slechte lopers. Voor amateurs is het misschien wel handig om die term te handhaven. Maar staat hier zo'n beetje. Vertaal het even vrij. Ja, dat is interessant. Want je hebt het over professionals meer. Hè? Dus, ja, ik denk eerlijk gezegd dat het voor iedereen geldt. Okay. Dat soort dingen. Het verschil tussen amateurs en professionals is vooral de rekenkracht. Dus de positionele concepten, die kunnen we allemaal nog wel een beetje begrijpen. Mm-hmm. En ik denk dat het juist ook, nou goed, je hebt natuurlijk beginners en goed, dan is het allemaal weer net wat anders. Mm-hmm. Moet het nog weer simpeler. Maar ik denk dat soort dingen, dat soort dogma's ook heel belemmerend kunnen werken. Dus waarom zou je een beginner of iemand die op een relatief laag niveau speelt opzadelen met een dogma van, hé, maar dit is je goede loper en dit is je slechte loper. Mm-hmm. Je kan ook zeggen van, dat maakt allemaal niets voor uit. Gewoon bevrijdend op een bepaalde manier. Dus, oh, waarom doet het internet nu niet? Ik denk dat dat is een klote, ik weet niet waarom het is. Ik kan wel heel snel herstarten hoor, maar dat is, even kijken. Ik denk dat het internet uit is. Of hier. Even kijken hoor. Nee, we zijn weer terug. Of niet? Verbinding gebroken. Ja, hij hapert een beetje, denk ik. Ik denk dat ik toch even opnieuw opstart dan. Ja. Even kijken. Stop met streamen. Opnieuw verbonden. Gelukt. Dus, ja, wat is dit aan de hand, jongens? Zijn we er weer? Ja, ik weet het niet. Er gebeuren weer rare dingen hier met internet. Even kijken. Kunnen we hier op iets openen? Ik leer er een hoop bij. Dat zie ik in de chat. Even kijken. Nou, volgens mij zitten we toch weer terug. Ja, oké. Okay. Een beetje een dipje in de internet waarschijnlijk. Ja, dat geeft niet. We gaan vrolijk verder, toch? Ja, ja. Oké, okay, ja. Hier reageren we dus. Oké. Waar waren we gebleven? Ja, of het wel of niet zinvol is voor op lagere niveaus of niet over goede slechte lopers te praten. Mm-hmm. Ik denk dat het wel verfrissend is om dat gewoon los te laten. Voor alle niveaus. Oké. Okay. Dezelfde discussie heb ik wel eens over. Je hebt nu van die cloud engines die je kan huren. Ja. Dan zeggen mensen ook van ja, zou je daar dan wel geld uitgeven op? Of dat maakt op mijn niveau toch niet zoveel uit. Mm-hmm. Maar als je met die cloud engines werkt, ja, die werken gewoon 10 keer zo snel en 10 keer zo goed. Ja, ja. Dus dat is dan voor iedereen prettig, zeg maar. Maakt niet uit welk niveau je speelt, als je dan met schaken bezig bent en je bereikt. Gebruik de beste middelen, wou je zeggen? Ja, de middelen die er gewoon zijn. Ja, ja, ja. Dus het is maar net wat je hobby is. Maar als je een paar tientjes per maand aan cloud engines uitgeeft, ja, waarom niet als dat je hobby is? Mm-hmm. Je kan ook een avond in de kroeg gaan zitten, ben je het ook kwijt. Zeg. Ja, ja, gaat nu steeds sneller, hè? Tegenwoordig, hè? Dat, ik bedoel, dat is allemaal, dus dat ik denk dat veel dingen voor alle niveaus gelden, dat is een beetje mijn punt, ja. Oké. Okay. Ja. Dus ook dat soort strategische richtlijnen. Goed, en wat is hier gaande? Dus Vadim deed alsnog dame A6, B3. En ik heb het idee dat dit beter is voor wit. Ruimte. Ja, wit heeft meer ruimte. En het hele idee van dame A6 is damesruilen. Mm-hmm. Maar als wit die opzet krijgt met C4 en B3, dan is dat, dan voorkom je dat op een goede manier. Mm-hmm. En
Ja, Lopen C1 is dus geen slecht stuk voor de goede orde. Dus we hebben, die loper heeft een toekomst op G5 of op A3. Of hij staat gewoon op B2 of hij staat gewoon op C1. Dat maakt niet zoveel uit. Maakt gewoon niet uit waar die loper is. Mm-hmm. Wit heeft dermate veel ruimte dat die loper een toekomst heeft. Ja. Oké, okay, ja, ja. Dus, wat is de stand op de klok? 1 uur 12 voor Machteld, 1 uur 18 voor Vadim. Ja. Dus Vadim had wat tijdsvoorsprong doordat hij het langer, langer wist. Mm-hmm. Ja. Maar is nu weer gelijk getrokken. Ja, ik voorspel dat Vadim een zware middag tegemoet gaat tegen Machteld. Ja, ja. Omdat ze de openingsuitdaging, de openingsproblemen ook eigenlijk zeg maar, ja, ze had nooit problemen. Dus, maar de uitdaging in de opening, dat heeft ze goed doorstaan. Mm-hmm. En nu heeft Wit meer ruimte. Vadim gooit over C5 erin. Dat is wel een heftige zet. Ja, ja. Ik ken ook een vuistregel over die doorschuifkou kan. Dat zodra zwart gaat breken met C5, mm-hmm. is goed om te overwegen zelf de boel op te blazen met C4. Dus met wit C4 als antwoord op C5. Oké, okay, maar hij staat er al op C4. Maar nu gebeurt het omgekeerd. Ja, ja. Maar hetzelfde effect misschien. Dus ik denk eerlijk gezegd dat dit wit een beetje in de kaart speelt. Die breekzet C5. Dus die dame C2 precies. Nu dreig je op D5 te slaan. Dus dan zou ik verwachten dat... interessant hoor. Ik zou misschien deze demon C4 verwachten. Aha. Nu moet ik in ieder geval nadenken over D5. Omdat je kan D5 niet slaan omdat het F5 hangt, lijkt me. Dus je kan natuurlijk tussendoor slaan op B3. En dan... ja, dan paardmaal. Ja. En nu heb je dus in ieder geval tijdelijk een pion geofferd met wit. Maar ja, als je D6 kan doen. Ja, dat wel. Ja. Dus dit zou een heel aantrekkelijk pion voor wit kunnen zijn. Ik had het niet zo goed beoordelen eerlijk gezegd, maar ja, het zou kunnen dat dit best wel pittig is voor zwart. Dus om te illustreren dat als zwart zomaar gaat breken met C5, terwijl zijn ontwikkeling niet voltooid is. Riskant. Ja, en wit kan er misschien een soort agressief pionoffer van maken. Mm-hmm. En dan wordt het riskant voor zwart. Ja, ja, ja. Maar buitengewoon interessant wat hier gaande is. Dit is volgens mij de actuele stelling, hè? Dames en heren. Ja, ja, correct. Ik denk dat wit beter staat. Dat is mijn eerste indruk. Wat denk jij? Ik kijk even net naar de chat. Ik ben helemaal overtuigd door jouw verhaal, eerlijk gezegd. Dus, Kan je alles zomaar geloven, hè? Nee, dat is waar. Je moet altijd je eigen... als je een pion kan pakken, en de tegenstander kan ook bluffen. Hè? Dus dan zeg ik van, ik moet zelf nadenken. En dan naar de consequenties van trekken van, is dat een goede zet of niet? Ja, vaak zijn stellingen ook onduidelijk, dus er zit een beetje tussenin. Ja, ja. Kan ook nog. Maar goed, in zijn algemeenheid, als het centrum open gaat en de koning staat nog in het midden, dan zeg ik dan is dat meestal wel goed voor de witte. Ja, dus goed. Bord 3? Ja, we gaan lekker door. Dat zijn vrienden volgens mij, Onno en Arthur. En die jongens heb ik ook wel eens in de groep gehad. Bij zo'n NK. Dat is ook wel Beavis en Butthead genoemd. Oh. Dat zal de jongeren kijken niks zeggen. Nee, oké. Okay. Maar grappige gasten natuurlijk. Ja, nu dus vrienden, en die spelen nu opeens tegen elkaar. Dat is toch altijd wel lastig, hè? Niet? Ja, dat is niet zo makkelijk, nee. En zeker, soms komt het voor dat je zelfs kamergenoten bent tijdens een toernooi. Mm-hmm. Dus zit je allebei in een hoekje van de kamer op elkaar voor te bereiden. Dat is een beetje apart. Maar goed, Onno is de Elo-favoriet en speelt met wit, dus die zal van een vriendenremise... Nou goed, hij moet winnen, wil hij nog kans maken op NK, denk ik. Hè? Ja, dat ongetwijfeld, ja. Want hij staat nu, ik zal even eens kijken, 2,5. Dus er zat een punt achter op Eline en Sascha. Ja, dus het zijn maar 7 rondes, dus ja, precies. Volle bak. Ja. Ja. Ik vind dat overigens een kwalijke zaak dat het toernooi maar 7 rondes is. Maar daar heb ik me in het verleden wel druk over gemaakt. Ja, want het is te kort volgens jou. Ja. Moet minimaal 9 zijn.
Nou, het schaaktoernooi is gewoon 9 rondes. Ja. Vroeger kon je ook IM normaal en zo bij NK. Mm-hmm. Nu moet erbij gezegd worden dat het vroeger natuurlijk altijd tot en met 20 was. Ik denk dat het op zich logisch is om het nu tot en met 18 te doen. Mm-hmm. En dan misschien een soort studenten-NK te organiseren. Ik weet niet of dat al bestaat. Maar dat zou je ook een mooi evenement van kunnen maken. Mm-hmm. Maar dus tot en met 18 logisch, maar ik zou gewoon 9 rondes doen. Want ik denk dat vroeger was het zelfs 9 rondes in 10 dagen. Net zo'n dieren, weet je wel. Ja, ja. Mm-hmm. Ik denk dat je één keer per jaar gewoon een toernooi of een kampioenschap kan organiseren waar je goed de tijd voor neemt. Mm-hmm. Dan heb je de rest van het jaar 9 ronden in 5 dagen en dat soort dingen. Dat is allemaal prima. Mensen zijn allemaal jong, dus het kan allemaal. Maar zo'n kampioenschap, het is juist leuk om met voorbereiding en analyse om er gewoon echt een kampioenschap van te maken. Dus ja, dat is ook decennia lang zo geweest natuurlijk. Maar ja, het is allemaal wat kleiner gemaakt. En dat vind ik zelf zonde. Maar goed, ik heb me daar in het verleden druk over gemaakt. Ik hoef niet uren over te praten nu. Maar, ik wou het toch even gezegd hebben. Ja. Maar goed, het is 7 ronden. Dat is nu de realiteit. Dus ja. Dat betekent voor Onno dat hij volle bak moet. Mm-hmm. Dus dit is de Philidor. En dit is de klassieke hoofdvariant van de Philidor. Mm-hmm. Je hebt tegenwoordig ook met toren G1 en G4 allemaal varianten en zo. Is het ook niet? Oh ja, ik wou zeggen de Zwarte Leeuw, dat lijkt ook een beetje op. Ja, de Zwarte Leeuw, dat is... Kan die dan nog overgaan, de Zwarte Leeuw, of niet? Nou, dat is een beetje... Ik kan het even laten zien. Kijk, Onno begon met paard of 3, dat maakt het wat verwarrend. Maar als je D4, paard of 6, paard C3... Dus de gangbare volgorde om in die video door te komen, E5. Dan kun je natuurlijk alles ruilen. Dat eindspel dat is op zich prima voor zwart. En dan zit je er weer in. Dat is eigenlijk de normale volgorde. Wat ik net bedoelde met toren G1 of G4, dat is hier. Dus hier toren G1 is bijvoorbeeld heel interessant. Oh. Of van Pilmer of G4. Ja. Ja, dat geeft die sterke engines allemaal nu. Oh, dit is ook engine proven. Dus, ja, toren G1 is misschien wel de beste set. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat is ook wel, dat lijkt mij aantrekkelijk toch geen lekker aan te vallen. Maar die leeuw waar je het over had, dat is paard BD7 op de derde set. Dat is de leeuw. En als wit paard F3 doet en zwart doet E5, dan gaat de leeuw gewoon over in de Philidor. Aha, oké. Dus de leeuw heeft betrekking op deze concrete set volgorde. Aha. Okay. Dus je kan met wit ook G4, is volgens mij een goede set hier. Ja, jij bent toch wel agressief. Ja. Ja, maar weet je, je moet die dingen vaak ook agressief aanpakken. Mm-hmm. Want als je te rustig speelt, ja, dan zet zwart ook gewoon zijn stukken neer. En, ja, dan heb je niks met dit. Okay. Maar goed, dat valt overigens te bezien, want Onno gaat gewoon voor de klassieke variant. Mm-hmm. Na H6 ben ik uit boek, dat ken ik niet. Loop aan 2. Ik ga gewoon even wat zetten doen, even kijken wat er is gebeurd. Nou, dit is op zich dat B6 is een bekend plan. Mm-hmm. Je wil A6 doen, lopen B7 en dan heb je alles netjes gedekt en dan ga je rustig B5 doorzetten. Dat is een beetje je schema met zwart. Mm. En als je, hier moet je met wit wel op een gegeven moment wat mee doen. Volgens mij is het zodra die pion op B5 verschijnt thematisch om met B4 te blokkeren met wit. Maar dat is pittig hoor, die stellingen. En daarom lijkt het mij makkelijk om met toren G1 en G4 aan te vallen. Ja. Dat doen we allemaal nog wel een beetje. Ja, oké. Okay. Dus dit is, maar het is wel Onno's stijl. Onno is echt een positionele schaker. Ja, dat viel mij ook al op. Mooie speler. Ja. Een heel andere. En dat is zo mooi aan het schaken. Ik bedoel, Eline die knalt altijd vol in. Onno, heel behoudende speler. Maar die diversiteit, dat maakt het wel leuk. Mm-hmm. Echte stijlclashes krijg je dan. Goed, wat is er gebeurd? Dat is wel origineel. Dat ziet er mooi uit. Gaat gewoon een kwetsbaar punt op F7 aanvallen. Ah, dit is wel... ik weet niet of hij dat patroon kende of achter het bord heeft verzonnen. Dat is geen idee, maar het ziet er mooi uit. Dit is... En nu die. Oef. Oh, draait de paard G6? Ja, dat denk ik wel. Vanwege die penning inderdaad. Ja. En paard F5 is natuurlijk ook een idee. Ik ben ooit een keer in zo'n trucje getrapt dat ik paard G6 over het hoofd gezien had. Oh, dat kan ook nog. Ja. Vergeet je nooit meer. Koude douche. Ja. Nou ja, ik denk dat Onno dit uitstekend heeft aangepakt allemaal.
Je moet natuurlijk altijd even uitrekenen of paard mal E4 kan. Ja, precies. Dat zijn wel... Maar wat je zegt, paard G6 of paard F5. Het ziet er onprettig uit voor zwart. Je hebt ook nog dat als je D5 doet, dat je die ook nog eens gewoon kan slaan. Oh ja, penning. C7 ook nog ongedekt. Wauw. Nou ja, dus dit ziet heel goed uit voor wit. Eens even kijken, zullen we naar een volgende leeftijdscategorie gaan? Ja, prima. Ja, zullen we even kijken, hier kunnen we, welke wil je hebben? Gewoon de meisjes aan? Ja, kijk eens. Oh, er is al eentje klaar, zie ik. Ja, Rolinde tegen Dana. Even kijken? Ja. Even kijken. Rolinde zit ook bij ons. Ah, oké. Okay. Dus, je hebt een goede schakelster in het huisje. Ja, dat klopt. Ja, toch? Ja, nee, dat is zeker waar. Nou, het zijn vaak ook de wat fanatiekere schakers die het mooi vinden om met zo'n groep mee te gaan. Mm-hmm. Met serieuze voorbereiding en alles. Ik denk dat je het gedurende zo'n toernooi ook superveel leert. Ja, zeker ja. Het is hartstikke leuk om allerlei dingen te analyseren en te bespreken met elkaar. En mm-hmm. Nee, dat hebben Nico en ik het regelmatig over. Dat het leuke dat je er zelf ook nog van alles van leert. Mm-hmm. En dat maakt het leuk. Ik heb dat ook met training gegeven. Als ik er zelf niks van leer, dan vind ik het saai. Ja, mm-hmm. Ja, oké. Okay. Eens even kijken. Dus Dana die speelt de Nijdorf. En ik had met Rolinde paard B3 voorbereid. Aha. Dat is een listige set. Dat gebeurt toch wel vaker in de Siciliaanse stellingen, in de Nijdorf? Ja, dat klopt, maar niet dat je het vrijwilliger doet. Ja, oh, dat is waar. Ja, ja. Meestal naar paard C6 of zo. Of naar E5. Ja, E5 natuurlijk. Ja. En het listige is hier dat als zwart alsnog E5 doet, zwart kan hier beter een Scheveningen opstelling innemen met E6. Maar als je alsnog E5 doet, dan kun je in één keer lopen G5 doen. En dan ga je op veld D5 spelen. Ah ja, want dit speelde ze inderdaad vrij snel, geloof ik. Hè? Ja, dus het is inderdaad wel bekend dus. Ja, dit was nog voorbereiding ook. Dus ga je gewoon een sterk veld op D5 krijgen. Daar ga je gewoon op spelen. Beetje Svestnikov-achtig. Ja, je geeft nu je zwartvelgen lopen op. Ja, dat ook kan. Vrijwillig, hè? Ook vrijwillig, ja. Ja. Ja, maar dat kan dus. Kijk, in de draak zou het een beetje een bizarre actie zijn. Als je in de draak zomaar je zwartvelgen lopen opgeeft. Ja, zeker. Maar in die Svestnikov en Nijdorf stellingen met zo'n pion op E5, als loop F6 tegen zijn eigen pion aankijkt, dan kan het wel. Mm-hmm. Dame D3 met die idee lang. Mm-hmm. Dat is toch wel, ja. Ja. Dit was nog voorbereiding. Zelfs dit nog. Okay. We hadden even gekeken hoe het dan verder kan gaan. En G3 met het plan F4. Dat mm-hmm. was een beetje waar de voorbereiding ophield. Rokade F4. Ja. Dit is prettig voor. Voor wit, zou ik zeggen. F5, want nu moet die loper weg. Mm-hmm. Dana ging voor paard B4. Je doet die dame ergens heen. Dame F3 lijkt me niet zoveel mis mee. Loper maar B3. Ah, dat is wat er gebeurde. Ik begin nu te snappen waar het... want ik heb de uitslag natuurlijk ook al zien staan, mm-hmm. 0-1. Ja. Ik begin nu te begrijpen waar het een beetje misschien misging. Lopen maar B3. Natuurlijk een soort gewetensvraag waar je hoe je terugslaat. Mm-hmm. De partij kwam C-maal, dat is wel begrijpelijk. Dat is toch wel gebruikelijk ook als je lang rokeert. Ja, want hier is het misschien vervelend naar A-maal B3 als je als zwart dan dame A5 doet. Mm-hmm. Koning B1 en dan een toren naar C8. Dan moet je rekening houden met toren massa 3 en dan dame A2 en zo. Ja, ja. Mm-hmm. Dat is vervelend uit. Ja. Dus hij ging voor C-maal, dat is begrijpelijk. Toren C8, koning B1, logisch. Dame A5. Ja, moet je alsnog misschien rekening houden met torenmaal. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk als wit hier voor A3 gaat? Want je moet bijna... Dan moet je weer terug? Ja, je moet terug denk ik, ja. Misschien B4. Even alle stukken van zwart terugkikken.
Ja. Maar ik heb wel een mooi veld op D4 voor mijn paard. Absoluut, ja. Dus dat is wel interessant gespeeld van Dana. Want dat lopen maar B3 is eigenlijk positioneel niet wenselijk. Mm-hmm. Omdat het heel dominant dreigt te worden. Maar je hebt wel een veld op D4 inderdaad. Ja. Dame B6 volgens mij is dan... Maar ja, ik kom paard D5 ook weer met tempo. Oh ja. Misschien moet je wel... Helemaal terug dus, ja. Misschien moet je wel terug. En dan is het inderdaad een beetje de vraag. Je kan natuurlijk weer een kwaliteitsoffer van maken. Zelf een paard neerzetten. En als zwart dat doet, dat je dan zegt van ik offer een kwaliteit. Bij wijze van spreken zoiets. Als je het dan voor elkaar krijgt om zo'n pionnenstorm te doen. Als dat zou lukken, dan sta je zeer dominant met dit. Mm-hmm. Ja, ja. Ja, ik ben altijd gek op positie en offers. Ja. Dus ja, dus dit iets in die trant zal wel goed zijn voor wit. Mm-hmm. Maar het is toch wel opmerkelijk dat het als wit het zo moet spelen dan. Hè? Dus, ja, het is niet gezegd dat je die kwal moet offeren op D4. Maar ik zou meteen in de verleiding komen. Ja. Ja, weet je, er zit ook wel... Er zit natuurlijk ook wel... Ja, zwart kan niet zoveel nu. Ook. Zwart moet denk ik die zelf haar loper op E5 zetten. Dat is wel, maar ja, goed, je hebt een soort langdurige compensatie. Het is niet zo makkelijk inderdaad. Nee. Dat is ook wel weer zo. In de partij kwam loper C4. B5. En toen kwam alsnog gedoe met Thomas C3. Dus dat zal Rolinde onderschat hebben. Ja, ik weet niet. Is het echt zo gevaarlijk? Nou, ze speelt het wel inderdaad. Ja. Dus die... Ja, je moet met de dame terugslaan, anders is mat in 2. Ja. Oh. Maar ze offerde dan nog even die loper. Ja, kennelijk als je meteen terugslaat. Loper G5 is natuurlijk een beetje onprettige verrassing. Nee. Die toren tussen en sta je opeens mat. Ja. Au. Ja. Oei. Dus dat zag ze waarschijnlijk. Dus dacht ze van nou dan maar die erbij. En... Maar ja, het kan dat niks. Het vond dat gewoon niks. Ja, liet ze nog even mat zitten. Ja, dus het... ging toch heel snel eigenlijk, hè? Vanuit de relatief gelijke stellingen als het ware. Misschien een positioneel interessant plan voor wit. En dan denk je, weet zwart het om te draaien. Ja, dus loper C4, loper D5 is ongelukkig. Ja. Dus hier wil je... Je hebt ook niet zo haast over het algemeen met loper F1 ontwikkelen. Maar ik vind deze stelling toch al een beetje... Nou ja, in ieder geval interessant voor zwart al. Want je hebt er wat aanknopingspunten. Hangt al in de lucht, hè? Dus die, het is interessant voor beide, zeker. Maar dit is de aanval, is nog even wat, duurt nog even wat langer, hè? Met, ja, dat is... Witte, zwart heeft op korte termijn wat aanvalskansen, ja. Maar wit wel... de variant die we hadden, dat is wel... A3 is wel echt gedwongen, denk ik. Ligt wel heel voor de hand ook. Ja, ik wil al die paarden, die wil ik altijd zo snel mogelijk wegkicken. Ja, dus dat... kijk, als je niet die kwaliteit wil offeren, zou je er ook voor kunnen kiezen om hier wat anders te doen, natuurlijk. Dus je kan ook een beetje om dat paard heen spelen, want zwart moet ook om dat witte paard heen spelen. Dus dat is ook wel weer zo. Kijk, als je pak een beet H4 doet, noem maar wat. Dat paard verschijnt hier, dan zou je ook ervoor kunnen kiezen om gewoon zo te spelen. Ja. En als ik dan die loper hier neerzet, is ook weer een soort gewetensvraag voor zwart. Zelf F6 doen met zwart. Dan wordt er wel langzaam sprake van een slechte loper trouwens. Ja, toch wel? Op E7 vergeet dan wel... Ja, er zijn grenzen natuurlijk. Maar een paard D5, een torse 1 erbij. Dus je kan er ook voor kiezen om dat zwarte paard op D4 heen te spelen. Want dat is wel het enige goede zwarte stuk nu. Hè? Zou ik zeggen. Ja, ja. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het wel significant voordeel voor wit was. Mm-hmm. Zolang je A3 doet en niet acute dingen toelaat. Ja, ja. Dus dat... Maar ja, Dana is bloedlinken speelster. Ja. Tactisch altijd als een kippen erbij, dus dat heeft ze goed gedaan.
Ja, voor Rolinde zonde. Die had het even gemist. En, ja. Dat is de stand ook weer aan kop. Even kijken. Jule heet ze nou? Jule. Die staat er alleen bovenaan met 3,5 punt. En daarna komt Rolinde met 3. En daar komt er weer een gat. Met een groepje die volgt op 2,5 punt. Waaronder Dana en Marieke. En Stella. En Stella. Oh, en Sarah ook. En Sarah, ja. Ja, dus het peloton zit op een punt. En daar Rolinde valt terug. Dus Jule, de grote favoriet. Laten we kijken hoe Jule ervoor staat. Waarom begonnen we eigenlijk met Boot 2? Oh ja, omdat Boot 2 klaar was. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Wij mogen gewoon willekeurig inspreken hoor. Dat is, ja. Ja. Oké, dan even kijken wat de situatie op bord 1 is. Marieke van Essen ken ik zelf niet. Ken jij die? Nee. Dus ik weet niet waar ze vandaan komt. Jullie komt uit Amsterdam, dat weet ik. E4, C5. Paard 3, G6. De hyperversnelde draak. D4, C-maal, paardmaal. Lopen G7. Ik denk dat hier de beste set is om met C4 te spelen. En de Morochi. Morochi bind te pakken. Is ook weer de invloed van Nico? Of die wil dat ook? Of? Nee, ja, onafhankelijk van elkaar. Oké, okay, ja. De beste. Ja, ik denk dat alle gevorderde spelers C4 beschouwen als de principiële set. Ja, het is ook het meest irritante voor zwart. Hè? Is, ja, je is, wit claimt gewoon ruimtevoordeel. Mm-hmm. Dus dat merk toch wel een thema. Dus de ruimtevoordeel is echt heel belangrijk. Hè? Dus, Ja, je leest dat de laatste tijd ook wel. Topspelers die schrijven daar ook over. Dat wat ze het meeste geleerd hebben van die nieuwe generatie engines van de afgelopen 2-3 jaar is ruimte. Ja, ja. Volgens mij heeft Kiri daar ook dingen over gezegd en geschreven. Dat ruimte is waar het om draait. Ja. En die supercomputers die spelen toch ook heel vaak die H-pionnen voor of de A-pion. Dus, klopt. Dus die randpionnen gaan voor. Dat valt op, maar dat deed Kasparov natuurlijk ook al veel. En Bent Larsen ook. En, ja, dat is niet echt nieuw, wil je zeggen. Nee. Dus dat is. Het is wel, het valt wel een beetje op, maar het is niet nieuw. Nee. En in Nederland kennen we natuurlijk Manuel Bosboom, die dat graag doet. Ja, inderdaad, ja. Ja. Maar dat is op zich. Maar het echte nieuwe inzicht is wellicht dat ruimtevoordeel. Dus ruimte superieur is aan, noem het maar op, misschien pionstructuur of goede slechte lopen of dat soort dingen. Dus het gaat wel echt om ruimte pakken. En daarom is C4 hier. Daarom zie je. In de top meer Neidorf dan versnelde draak, zeg maar, vanwege die mogelijkheid C4. Ja, ja, oké. Dus naar paard C3, dan is het gewoon een interessante stelling. Loop E2 is heel rustig en wellicht ook niet zo goed, want nu kan zwart in één keer D5. Ja. Dat is een van de ideeën van de versnelde draak. Anderzijds is de stelling gewoon helemaal gelijk. Ik heb dit volgens mij wel eens gecheckt, want je kan nu alles ruilen. Met wit C3 doen. Dus het is. Het zou kunnen dat het voorbereiding was. Een hele stabiele openingskeuze voor wit. Mm-hmm. Nee, weet je, Carlsen doet het toch ook. Die gaat gewoon een min of meer gelijke stelling in. En dan gaat hij schaken. Nee, dat is waar. Maar Carlsen heeft natuurlijk altijd nog wel een concept. En dit is denk ik gewoon echt helemaal gelijk. Okay. Ja, maar je hebt gelijk. Ja, Carlsen heeft wel, in tegenstelling tot vroeger Kasparov, is wel bereid om met bijna niks te spelen, ja. Mm-hmm. Ja. Nee, dat is waar, ja. Dat is wel, dat heb je voorkomen gelijk in het nieuwe, dus van nu, ja. Hij was toch ook een van de eerste spelers die van die topgrootmeesters die bijna elke partij ging, die gewoon desnoods tot de 80ste set doorspelen, hè? Dus, absoluut. En dan net zo lang dat hij tegenstander een keer een foutje maakt en dan toeslaan. Ja, echte sportman in allerlei betekenissen van het woord. En ook super fit, geloof ik, hè? Dus ja, helemaal afgetraind. Ja. En dus inderdaad bereid om gewoon om 7 uur te spelen. Mm-hmm. En Real Madrid vinden, trouwens. Ik weet niet of je de wedstrijd gisteren gezien hebt. Ja, zeker. Ja, we hebben met ons groepje in de stad wat gegeten. We gaan één keer per jaar gewoon even eten. Mm-hmm. Dus bij Café Niels met een Z. Oké. Lekker buiten gezeten en daarna hebben we heel even nog een stukje van de wedstrijd gezien bij Café België. Ja, maar goed, toen in de rust zijn we naar huis gelopen. Dus. Oh ja, ik heb alleen de laatste 10 minuten gezien, maar dat bleek nou net
het meest interessante gedeelte te zijn van de wedstrijd. Ja, we hebben ook net die doelpunten rond de 90ste minuut gemist. Ja. En toen kwamen we thuis, toen hebben we nog verlenging. Oké, dit kon je er even mee pikken. Ja, maar toen hadden we net het spektakel gemist. Ja. Dus slecht getimed. Ja. Maar, je kunt niet veel tevoren weten. Dus even kijken, wat lopen E6? Dames C2, A6, A4, lopen D5, F3. Ja, ik heb het gevoel dat dit misschien een keer loop F3 had moeten invoegen. Ja, zo'n gratis setje is dat eigenlijk toch? Ja. Dus dat zou ik... En indien zwart dan reageert met lopen D5, dan kun je lopers ruilen toren FD1. Weer een gratis set ontwikkelen. Of een tempo, ja, dat zal wel helemaal gelijk staan. Ja. Toch een kleine concessie, echt hier, toch? Ja, en nu dat A4, dat voelde al een beetje gek, maar nu heb je veld B3, is een beetje... Ja, als je dan de D-lijn wil bezetten, dan heb je loper B3 inderdaad. Ja, loper B3 moeten we eventjes. Dus ik heb het idee dat Jule hier een beetje het initiatief aan het overnemen is met zwart. Situatie op de klok. Marieke iets meer tijd, een kwartiertje meer. Ja, dat is niet zo schokkend, maar... Maar ik denk dat... zwart favoriet is vanuit deze stelling. Dus dus de koploopster die is goed bezig, denk ik. Ja. Misschien een belangrijke wedstrijd dus voor haar. Ja, zeker. Goed. Bord 3 was de Apeldoorn variation. Ja. Dat zei je nog toen ik aankwam lopen. Ja. Omdat het zo'n opmerkelijke opening is. Dus, ja, dat is wel bizar. Maar kun je het verhaal achter die opening vertellen? Ja, zeker, ja. Dus eerst even, dit is Stella Honkoop met wit tegen Sara Martinez. Wanneer begint de Apeldoorn variation eigenlijk? Op set 5, F6. Oké. Ja. En even kijken, Sara zit ook in onze groep. D4, D5, lopen F4. Ja, dat is de London system. Mm-hmm. En je kan ook eerst paard F3, paard F6 invoegen en dan lopen F4. En dat lijkt mij zelf nauwkeuriger. Dan ontwijk je de Apeldoorn verder. Ja. Oké. Dus dit is echt een hele sterke opening dus in jouw ogen. Ja, hoe goed het is, komen we zo wel op. Oké. Okay. Maar paard F3, paard F6 en dan teaser, lopen F4. Teaser. Ja, precies. We gaan na de reclame verder. Ja. Maar paard F3, paard F6 en dan lopen F4. Dat is eigenlijk de meest gangbare manier om de London system te spelen. Aha. En dat lijkt me ook het beste. En dan, zwart kan van alles doen. Maar loper F4 op de tweede zet, dat heeft een nadeel. En dat gaan we zien nu. Zwart doet C5. Aha. Wit doet E3. En zwart ruilt. En het grappige wat nu aan de hand is, in feite heb je nu een Caro-Kann ruil variant. Ja. Waarin wit lopen F4 heeft gedaan. Ja, okay. Dus als ik terug ga naar de beginstelling en je doet een Caro-Kann. En er wordt geruild. Ja. Nou, zoals je weet, je hebt C4, de Panhof. En tegenwoordig doen ze ook wel weer vaak lopen D3. Maar lopen F4 is hier niet zo'n gangbare zet. Nee. Het is geen slechte zet, maar het is ook niet... Op pas later meestal in die variant. Ja, dus het is niet de meest kritieke zet. Dus wat je in feite voor elkaar hebt gekregen met zwart is, je bent naar een onschuldige ruilvariant van de Caro-Kann. Dat is deel 1 van het verhaal. Mm-hmm. Nou, paard C6, C3. En het verhaal begint eigenlijk een paar jaar terug. Toen sprak ik Erwin Lamy hierover. En die speelt tegenwoordig weer af en toe mee voor Apeldoorn. Mm-hmm. En Erwin had het over deze stelling, want hij had dat met zwart tegen Erik van der Doel op het bord gehad. Ik denk bij NK of iets dergelijks. En Erwin speelde hier met paard F6. Nou goed, heel verhaal. Maar hij was daar niet zo tevreden over. En op een of andere manier was ik ook bezig met deze stelling. Dus we hadden het daarover. En toen zei hij, nou ja, wat hier het meest flexibel is gewoon lopen F5. Met het idee E6. En dan kijk je later wel wat je met paard G8 doet. Dus wellicht loper D6 en dan die lopers ruilen. En misschien kun je het elastische paard GE7 doen. Mm-hmm. Daar begon het verhaal mee. Nou, solide optie. En toen zei hij erbij, en voor de liefhebber wellicht F6. Zo in één keer even laten droppen. Ja, dus terzijde F6. Toen dacht ik, wat is dat nou? Ja.
En toen... Je zat toch, dat is toch heel raar, want met zo'n witte loper op een bord, dan denk je die witte velden verzwakken. Ja. Maar het punt is dat lopen F4 een beetje een target is. Ja, oké. Een doelwit. Ja. En je kan dus of centraal met E5, of op de koningsvleugel zo'n pionnenwals opeens met G5 en H5. Dus je kan die loper gaan lastigvallen. En wat maakte nou dat jij dat toch serieus ging bekijken? Nou, ik dacht van, nou prima, dan ga ik dat wel bekijken. Okay. En volgens mij was het het was in Vlissingen. Dus Erwin zei dat aan het begin van de zomer. Toen zaten we in Vlissingen in een huisje, gingen we dit voor de grap analyseren. Oh, het is meer een grap, hoor. Ja, ja. Ja, nou ja, ja. Dus we dachten van, nou ja, wie weet. En toen hadden we daar een beetje analyses op gemaakt. Uh-huh. En toen kregen een aantal mensen van ons huisje het ook op bord. En later nog wat teamgenoten. Op een gegeven moment, als je in de database keek, waren het alleen maar Apeldoorners die F6 speelden zo ongeveer. Ja, vind ik niet zo gek. Nee. Dus aan het einde van het liedje heb ik er een survey over geschreven voor Nieuw en Chess Yearbook, getiteld De Apeldoorn Variation. Ah, leuk. Grappig, ja, ja. Maar de credits gaan naar Erwin Lamy. Ja. Die heeft dat voorgesteld. Er was één partij mee al, een obscure partij. En ja, dus nu... Okay. Dus gisteren bij het avondeten, toen hadden we het al een beetje met wie krijgt welke tegenstander. En toen vertelde Sarah dat... Ze had opgezocht dat haar tegenstander loop bij 4 deed. Toen zei ik van, nou, daar kun je de Apeldoorn versus mee. Gewoon eigen risico natuurlijk. Ja, 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 ja. Want het is wel een riskante opening. Dus, Nee, nou, ik denk dat het wel correct is. Ik denk dat het wel correct is, ja. Okay. Lopen F5 is misschien de meest zuivere zet. Helemaal gelijkspel. Mm-hmm. F6 is het vaak een beetje een rommeltje. Ja, goed, als je kan navigeren in de moeras, dus dan... Ja. Dat is toch wel heel fijn. Ja. Of wat... sorry, wat bedoel je precies? Nou ja, ik bedoel... als jij zegt dus een beetje chaos. Maar als zwart een beetje weet van... Oké, hier moet ik op naartoe spelen. Of hier, deze variant kan sowieso niet. Voor wit. Dat is toch fijn om te weten. Ja, als je beter kent met zwart, dan... ja, absoluut. Ik ben wel benieuwd, want ik had die survey doorgestuurd aan Sarah. En ik zei van, nou, ga maar bestuderen. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd in hoeverre dat goed is gekomen. Lopen D3. Ja, nou vind ik een logische zet. Ja, na andere zetten komt misschien eerder iets met G5. Maar nu dus E5, ruil en schaak. En dit ziet er op het eerste gezicht dramatisch uit. Ja. Dus de eerste partijen met de Apeldoorn Variation gingen ook allemaal zo. Ah, dus dit heeft ze zeker bekeken. Dit zal een hoofdvariant dan zijn. Dan ja, geweest. Dus G6, ja. slaan. Wit pakt nu die toren. En zwart staat op F4. Dan moeten we even materiaal tellen. Nou, dan kun je gewoon bovenin de balk zien. Hè? Dat is een trucje. Ah ja, dat trucje, ja. Ah, ja. Nou, als schaker ben ik natuurlijk gewend naar het bord te kijken. Ja, oké. Okay. Ik vertrouw de liedjes. Even kijken, maar wit heeft 6 pionnen, zwart 5. Er staat 2 lopers tegen toren en pion, als ik het zo zie. Ah ja, nu... Oké, ik moet toch maar op liedjes vertellen. Ja, hè? Zwarte 2 lopers en wit een toren en een pion. Ja. Gelijk. Ja, maar als je moest kiezen tussen lopers en toren pion? Ja. Nu doe ik weer een Nicootje. Ja, ja, ja. Ja, maar kijk, die stelling is toch ook wel een beetje belangrijk, hè? Ik bedoel, allebei de koning in de midden... Niemand is ontwikkeld. Het is toch wel een hele... Ik moet eerst gewoon kijken of welke zetten je überhaupt kan doen. Trouwens, even voor de goede orde. Wit staat nu een stuk. Wat? Oh, nog. Komt er nog eentje bij? Ja, dus... dus het is... een stukoffer. Wat heb je nou? Nee, je hebt een kwaliteit geofferd met zwart. En een pion. Dat is het. Je hebt een kwaliteit en een pion geofferd. Dat is toch wel veel? Ja. Maar die dame staat even buiten spel. Zwart doet lopen F5. Ja, dat was dat ook nogal bekend. Misschien kun je dame E7 aan lang of zo gaan. Of zo. Precies, ja. Dus je krijgt of dame E7 of dame B6. Mm-hmm. En opeens, als je inderdaad lang kan rokeren, dan ziet de zwarte stelling er wel... super actief, ja. En ik ben een enorme lopenpaar fan. Oké, okay. Had je me dat niet verteld? Okay. Ja, nee, lopenpaar is een enorm machtig wapen. Maar dame mag G8 kan toch hier toch niet? Oké, is dat is wel gespeeld. Ja. Maar iemand in de chat vindt het verdacht uitzien. Blijkbaar. Ja. Vertaal ik maar even. Ja, nee, ja. Ik ben even
Volgens mij is dit nog ook voor Wit nog wel speelbaar. Volgens mij is dit nog in balans. Mm-hmm. Dynamically balanced. Dus oftewel ingewikkeld, en maar nog wel ongeveer gelijk. Ja, dus dit heeft Sarah goed onthouden in ieder geval. Paard E2. Hey, ik moet eerlijk zeggen dat ik de details zelf vergeten ben. Dus ik moet dat ook altijd weer herhalen. Ja, ja, maar het is een scherpe variant. Niet, ja. Maar hier, ja, ze heeft nog niet zo heel lang nagedacht, Sarah. Die heeft nu nog 10 minuutjes of zo. Dus, ja, dus... dus dat is wel wat ideetjes. Nee, maar dat is precies goed. Precies goed om wat we in het begin van de uitzending over hadden. Dat als je voorbereiding krijgt, je hoeft niet te gaan toneelspelen. Mm-hmm. Maar even een paar minuten nemen om te kijken van... Hey, was dit nou wat ik had, had voorbereid? Dat is heel verstandig, dus dat doet ze goed. Paard E2, dan dame B6. Nou, valt natuurlijk B2 aan. Ik weet niet of paard E2 hoe ik dat moet plaatsen, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Een uur lang. En dame A7, dat is de actuele stelling. En kunnen we gebruik maken van die paard op E2 of zo, dat we die gaan pennen en dan. Ja. Dus ja, ik denk dat het zwart in ieder geval voldoende compensatie heeft hier. Maar wie weet is het nog gelijk en hartstikke spannend. Het is of gelijk of het is slecht voor wit. Dat is een beetje de mogelijkheid hier, denk ik. Ja. Want, want die witte ontwikkeling is wat moeizaam. Zwart staat dominant natuurlijk. Ja, ja, als de witte koning nog veilig stond en er stond de toren op open lijn, dan zeg ik van, dat vind ik mij wel wit. Maar dat durf ik nu al nog niet te zeggen eigenlijk. Nee. Nee, snap ik. Je kan soms ook een pionnetje offeren met F3. Ja, kijk, je staat voor materiaal met wit. Dus je kan toch ook iets teruggeven. Dus dat is dat dan. Ja, maar je staat ook weer niet het halve bord voor. Want wat sta je nou eigenlijk voor? Nou, kijk, die pion. 6 tegen 5 pionnen, dat is in zo'n scherpe stelling, voel je daar niet zoveel van. Mm-hmm. Bovendien staan die zwarte pionnen actiever dan de witte pionnen. Dus ja, dat is niet echt een big deal. En wat is het verder? Een kwaliteit. Ja, wat is een kwaliteit? Het is een toren versus een licht stuk. Mm-hmm. Maar als die lichte stukken heel machtig zijn, ja, en die toren is heel passief. Voel je dat ook niet? Voel je dat ook niet echt. Nee, dus, nee. Dit is weer zo'n positioneel offer. Oftewel, het is niet dat je er nu een tactische variant met zwart nodig hebt om aan te tonen dat je compensatie hebt. Mm-hmm. Het is meer dat je aanhoudende druk hebt. Ja, je hebt toch ook een boek geschreven over positionele offers? Klopt, ja. Komt deze variant daar ook in voor, eigenlijk? Of heb je daar niet meegenomen? Nee, dat eigenlijk een beetje... Hey, had gekund, toch? Ja, ja, zeker, ja. Absoluut. Ja, ja, vergeet hem. Ja, dan kun je nog bij de tweede druk of ja, de druk, precies, toevoegen. Ja. Ja, Mastering Positional Sacrifices. Ja, bij New Chess heb ik dat uitgegeven. Ja. En het is gewoon een boek vol leuke partijen. Een beetje gerangschikt op thema. Hmm. Okay. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje de les van al die positionele offers. Is dat je niet per se heel veel haast hebt en het niet per se concreet hoeft aan te tonen. Dus bij een positioneel offer kun je over het algemeen gewoon verder spelen alsof er niks aan de hand is. Ja, ja, dat hoorde Nico ook al een keer zeggen. Dus die heeft dat boek waarschijnlijk van jou ook goed gelezen. Ja, nou, Nico is gewoon topspeler, dus die weet dat ook wel. Die weet dat wel gewoon, ja. Maar het is toch een beetje, ja, tegen je natuur als het ware. Hè? Als je dan iets offert, dan denk je van, ja, ik moet nou wel iets hebben, want anders is het niet gerechtvaardigd dat je dat offert, als het ware. Dus, ja, dus nee, dat klopt. Maar dat is ook weer zo'n oud dogma, mm-hmm. in feite. Dat we kennen het, maar is het dan wel een offer, zeg maar, bij tactische offers, dan als je gewoon concreet iets terugkrijgt of concreet kan bewijzen, dan... Mm-hmm. Ja, dat is niet echt een offer, wou je zeggen. Eigenlijk zijn positionele offers de enige echte offers. Mm-hmm. Want bij tactische offers, of je offert iets voor koningsaanval, of voor een tactische variant waarbij je misschien materiaal terugwint. Ja. Mm-hmm. Dus, maar vooral die offers voor koningsaanval, ja... Dat zijn ook wel echt offers, maar goed, je bent vrij concreet, probeer je hem aan te zetten. En die positionele offers zijn wat abstracter, ja, dat is waar. Ik krijg trouwens complimenten in de chat, want het is een interessant verhaal is over jou, over deze variant.
Ja, leuk. Nee, het is ook wel een grappige variant, ja. Dat gebeurt niet vaak dat we eigenlijk een van de bedenkers, nou, de credits gaat dan naar Lamy, maar die zit daar gewoon naast mij, dus dat is al... Ik heb het allemaal een beetje bij elkaar geveegd. Dat is vaak aan mijn taak. Ja. Dus dat is ook niet zo'n hele bijzondere schakel, maar ik kan wel gestructureerd werken, dat is aan mijn taak. Maar je wilde hier al F3 doen? Of lopen D3 of Tol E8, wat jij al zei. Mm-hmm. Of impliceerde min of meer. Ja. Dus goed, we kunnen dit gewoon in de gaten houden. Ja, het is leuk. Kijken straks wel even wat er gebeurd is. Ondertussen is al een half uur geleden de C-groep ook aangeschoven. Want die had al een ochtendronde achter de rug. Ja, die spelen wel 9 ronden. Ja, dat vind ik dan weer niet consequent. Ja, nou ja. Dat heeft ook te maken met de groepsgrootte, geloof ik. Het heeft allemaal wat regeltjes aan elkaar. Beetje gauw hoor, maar goed. Ja. Ik denk dat je, als je dan... Kijk, de NKD is een evenement op zich. Mm-hmm. De EKE is een evenement op zich. Ik denk dat dat terecht is. Omdat dat specifieke leeftijden zijn die wat anders vragen. Dus in iedere fase van je ontwikkeling ziet het er allemaal weer anders uit. Dus dat is heel goed, denk ik. Maar als je dan besluit van oké, A, B en C categorie, die horen bij elkaar. Ja, dan is het een beetje raar om voor de C-categorie alsof dat kleine kinderen zijn. Zeg maar. Want A is tot en met 18, B is tot en met 16 en C is tot en met 14. Correct, ja. En ik denk ook dat zodra je naar de middelbare school gaat, verandert er veel. Mm-hmm. Sowieso in die levensfase verandert er veel. Maar goed, die middelbare school, dat hoort een beetje bij elkaar. Dus daarom hebben we ABC bij elkaar. Dus ik vind het een beetje lijp om voor de C andere regels te hanteren dan voor B en A. Ja. Dus ik zou gewoon... En dat is in de praktijk ook... bijvoorbeeld als je met zo'n groep bent, een beetje onhandig. Want dan hebben we... Logistiek en ook zo. Ja, zet dat allemaal. Een deel moet dan weer om 9:00 ochtends aanschuiven. En mm-hmm. Het matcht allemaal niet lekker. Ook een beetje onrust in de... Ja. Dus ik vind het ik vind dat een beetje vreemd. Ook weer ander speeltempo. Ja, een beetje vreemd allemaal. Maar goed, ben hier niet om te klagen. Nee. maar die jongens zijn ook en meisjes zijn ook begonnen dus. Ja, let even kijken. Ik ben persoonlijk wel benieuwd naar Cato. Die is de bord 4. Die zit vandaag ook in onze groep. En die heeft een spannende stelling tegen, het is ook weer Katja Venema. Dit is een zijvariant van het koningin. Die is echt een vechtstelling, lijkt me. Kans voor beide. Dus, maar dit was even persoonlijke nieuwsgierigheid. Nee, even een blik op de stelling. Dit kan alle kanten op. Dus, Oké, dit is even meteen binnen... Nou, het lijkt me gewoon... Het ziet er heel onorthodox uit allemaal. Wie weet wat hier allemaal gaan is. De tweede blik, het ziet er toch wel... Ik kan niet zo goed beoordelen eigenlijk. Misschien is het ook wel gewoon goed voor wit. Het paard G3, H5 is een idee. Of misschien wil wit wel breken met F3. Anderzijds kan zwart misschien een paard naar E5 brengen. Echte vechtstelling. Geef dan mij maar wit, eerlijk gezegd. Ja, snap ik. Ja. Maar ik ben koningsindische fan, dus ik zal de koningsindische stelling altijd blijven verdedigen. Oké, dus waren even de meisjes A voor nu, denk ik. Ja, jongens ja. B. Ja. Dus even kijken, wat is daar de stand en kop? Ja, dan gaan we even kijken. Dat is... pak even de ranglijst erbij, misschien wat makkelijker kijken. Even kijken, we hebben 1 iemand die is los. Dat is Dylan. Achutan. Met 3,5 punt uit 4. En Luc en Leandro volgen op 3 punten. Ja. Dan komt er een groepje met 2,5. Onder andere Roger. Ja, ik heb zelf de B-jongens minder goed gevolgd. We hebben onze vriend Jari uit Zeeland.
die bij ons uit onze groep hier mee. Ah, oké, okay, ja. Ik kreeg ook wat fans in de chat wel eens langs, inderdaad. Voor Jari. Jari heeft een grote fans gehad. Ja, dat blijkt, ja. Ja, zeker. Populaire man uit Zeeland. Maar goed, dat Jari zit in de middenmoot. Maar laten we ons concentreren op de top, inderdaad. Mm-hmm. Ook al ver gevorderd, hè? Ze zijn natuurlijk ook al een tijdje bezig, maar... Ja, dus even kijken. Dit is Luke aan bord 1. Hey, kun je ook de materiaalverhouding hier zien? Dat is ook wel typisch, hè? Het is toren en twee pionnen tegen loper en paard. Ja. Ja, dat zie je meteen. De kijker thuis kan het trouwens ook zien, hè? Ja, en de vuistregel is toren en pion tegen twee lichte stukken. De vuistregel is dat in het middenspel de lichte stukken beter zijn en in het eindspel de toren. De toren wordt heel sterk in het eindspel, hè? Ja, precies. Dus hier heeft wit ook witte vel lopenpaar, dat blijft een factor. Zou je dan eigenlijk die toren in plaats van 5 punten moeten, zeg je gewoon 3-6? Nee, dat is weer overdreven misschien. Oh, ja, het was even een spontaan ideetje. Ik denk nou, waarschijnlijk heb je trouwens wel gewoon gelijk, want als hij in de hoek staat en het doet nog niks, dan is hij... Want tot de Z20 is hij 3 punten waard of zo? Ja, bij wijze van spreken. Ja, dus die kan... Ja, die heeft wel gelijk. Dus de relatieve waarde van die toren... Die neemt alleen maar toe naarmate de Z voordert. Klopt, ja. Ja, en voor de rest denk ik dat... Ik had het deze week met Nico nog over dat Kasparov, die zei een loper is 3,15 waard. Mm-hmm. Dat is gewoon een paard in principe 3,0. Loper 3,15 en Bobby Fischer die had gezegd 3,25. Oké, okay, ja. Dat was wat ik ook nog wel eens had gehoord. Maar Nico zei dat Kasparov kennelijk recentelijk nog heeft gezegd van ja... Toen hij al die Alpha Zero dingen had gezien en zo, zei van ja, misschien had Bobby Fischer toch gelijk. Dus misschien toch 3,25. Ja. Wat betekent dat lopers gewoon wel wat beter zijn dan paarden? Ja. Sowieso. Een lopen paar helemaal natuurlijk dan. Ja, zeker. Dus dat is wel een factor, want zwart heeft hier natuurlijk een toren en 2 pionnen, niet een toren en 1 pion. Maar wit heeft wel lopen paar. Openstelling. Ja, als ik zou moeten gokken, dan denk ik dat de stelling in balans is. En qua tijd... Ook. Luke heeft wat meer tijd nog. Dylan moet wel ietsjes... Ja, in balans denk ik. Maar ik... Maar ja, goed, het kan alle kanten op qua uitslag, hè? Ik bedoel, zeker, ja. Beide kunnen nog winnen. Ja. En dit komt uit een Grünfeld. Ja, dat had ik wel gezien. Ja, ik ben niet zo thuis in die opening, maar het ziet er... Het ziet er thematisch uit wat er is gebeurd. Ongeveer een balans. Laten we even kijken, bord 2. Ja, dat speelt Leandro, dat was de winnaar van vorig jaar. Ah ja, is dat de jongen uit Groningen? Waar die vandaan komt? Ja, volgens mij wel uit het noorden, ja. Maar ik zoek wel even de uitslagen. Hij staat dus op 3 punten. Ik weet niet waar die vandaan komt. Ja, daar maakt niet uit. Ja, volgens mij ergens uit het noorden, ja. En, een gemiste kans. Oh. Want? Want zwart had hier natuurlijk de Apeldoorn variation kunnen spelen. Ja. Dan moet je die eerst al op D4 hebben geleerd, hè? Ja. Ruilen op D4, paard 6, 0, F6. Ja. Maar goed, dat Leeuwarden kreeg ik in de chat. Komt hij uit Noord. Oh, excuus. Ja, Groningen, maar Leeuwarden. Ja, dat ligt daar gevoelig, geloof ik, hè? Niemand voor het hoofd stoot. Nee. Wat dat betreft. Hier in dezelfde Twente achterhoek natuurlijk, hè. Dus, ja. Oh, ligt dat ook gevoelig? Ja, zeker. Ik heb familie in Twente, dus ik ben hier graag. Maar ik wist het is niet echt een dingetje, maar goed als ze dan zeggen van... Oh, kom je uit de Achterhoek? Terwijl als je in Twente zit, dat is toch een beetje gek. Ja. Hmm. Ja, dus denk daaraan. Ja, zeker. Ja. Dat heb ik nooit gerealiseerd. Dus ja. En Apeldoorn is ook niet zo ver weg, maar dat is dan ook weer... Wat mij altijd opvalt, Apeldoorn en Arnhem, mm-hmm. is hemelsbreed natuurlijk niet zo ver. Nee. Maar er is... er is niet zoveel... Het is niet één regio, zeg maar. Het is wel echt aparte... Ja, nou goed, er zit ook de Veluwe tussen, als het ware. Is, ja, zou dat het zijn? Ja. Nou ja. Het is wel verrassend, ja. Dat op zo'n klein gebied dat allemaal toch weer anders is, ja. Ja. Ik zie dat Sander komt, krijgen we extra informatie. Sander komt uit Groningen. Ja, kijk,
Ah, Sander Wagen komt. Ja. Oké, ja, die jongen ken ik nog niet. Maar, nou, dat krijgen we mee via de chat. Hartstikke fijn. Ja, dus Groningen-Friesland. Nou, zwart ging voor paardje 6 en dame B6. Dat ziet er natuurlijk ook interessant uit. Wit de dame B3. Ah, dan krijgen we zo'n soort iets. Ja, een beetje London System-achtig. Ik ken het wel, zoiets, zo'n manoeuvre, maar dan andersom, als het ware. Ja. Voor in de slaaf heb je dat. Ja, ook, hè? Dus, dat scenario met die twee dames. Ja. Ik wil met vlussen proberen. Doe je met wit lopen F4, maar dan hier gebeurt dan lopen F5. Ja, nee, dat lijkt me speelbaar. Gespiegeld, hè? Je kan, zwart kan hier een tempo winnen, volgens mij. Omdat je nu op B2 kan staan. Oh, dat kan wel. Het is trouwens wel grappig. Als je die paard nog op B8 hebt staan, is dames jacht mat. Ja, ja, ja. Au. Dus dat moet je altijd even... Belangrijke details. Ik sluit niet uit. Dat is me volgens mij wel eens overkomen met snelschaken. Hmm. Toen deed ik heel blij dit en toen stond ik gewoon mat. Ja, ja, ja. De trucken getrukt. Ja. Ja. Dus dat de paard moet wel op C6 staan. Hij, of... Ik weet niet wat voor versie dit is, maar... ja, nee, dit lijkt te werken, toch? Ik denk dat dit wel kan voor zwart. Oh, okay. Maar oké, dus zwart kan hier een tempo winnen met, met lopen F5, denk ik. Dus dat is wat onprettig voor wit. Nee, moet je naar C? Ja, goed, oké, dit blijft een normale stelling. Oké, hij deed E5, dat is natuurlijk een hele interessante zet. Ja, ik ben out of book hier, dat is wel duidelijk. Ik ook, vaag misschien wel eens gezien, maar ik kan het niet goed plaatsen. Hij deed alsnog de naam met lopen F5. Ja, misschien wist hij wel gewoon, is dit nog handiger, dat zou kunnen. Wauw, wat geel. Sjoe, jongens, is dit dan? Ja, ja. Het is bijna nog cooler dan de Apron Variation dat hij aan het doen is. Ja. Ja, het ziet er wel heel tof uit. Ik, ja, ja. Jij bent wel te porren voor de zwarte stelling. Ja, ik vind het wel gaaf wat hij allemaal aan het doen is. Wat gebeurt als je slaat? Misschien zit het gewoon nog bekend. Ja. Even kijken, wat heb je geofferd? 2, 4, 6? Ja, maar je kan wel een stuk naar D3 dirigeren. Hè? Dus dan, Ja, dus je hebt maar een pion geofferd hier, wel beschouwd. Ja, ja. Ja. Oké, okay, dat voor een pion of wel voor minder een pion geofferd. Ja, ja. Nee, dit is wel een schitterend veld. Nee, ja. Ja, dus ik neem aan dat Leandro dit dan nog wel kende. Op G3 en H5. Lekkere powerplay hier. Die. Zo, ja. G4. Chop, chop. Hallo. Chop, chop. Ja, en dan die. Oké, ja. Wil je die witvelden gelopen in? Ja, dat... ja, dus. Ja, kennelijk, ja. Ja. We kunnen wel even fast forward naar wat er nu op het bord staat. Ja, ik zou misschien overwegen om op F5 te slaan en dan lopen F4. Dit zou mijn reflex zijn, maar... Mm-hmm. Maar goed, wat terzijde. Misschien speelt hij dan G3. Als het te kort is. Nee, dat is allemaal toch. Ja, je weet het nooit. Dat is zeker iets om te overwegen. En of op E5 slaan. Ja. 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 Nou, hier... Ah, dus wit ook powerplay nu. Lekker. Oh, een coole partij. Die. Het is materiaal nu. Zwart pionnetje meer. Die. En lang. Dus wit ook lang. Ja, logisch. Ja. Oh, daar komt het toch. Het is toch wel heel goed voor zwart. Dat bezig. Lijkt mij wel. Ja. Wie stond er nou eerst? Er stond Leandro eerst, hè? Nee. Nee, Luke stond eerst. Oh, we gaan het nog even terugkijken. Nee, Dylan. Dylan stond eerst. Dylan. En Luke en Leandro zijn in de achtervolging met een half punt. Ja, dus als als de eerste partij bij wijze van spreken remise wordt, wat nog alle kanten op kan, voor de goede orde. Dan Leandro zou winnen, dan zou die erbij komen. Ja, mede koploper dan, ja. En dan? Ja, en de peloton zit erachter dan, zeg maar. Ja, het zit allemaal nog dicht bij elkaar. Dus, ja. Oké. Even kijken bij... Dit is de stelling ook. Dit lijkt me de actuele stelling. Ja. Maar dit is heel goed voor zwart. Dat, gewoon eerst even blikken. Als je een monsterpion op... Ja.
En een pion meer. En een pion meer. Als ze zelfs een pion achter stonden, had ik het nog wel willen spelen met zwart. Ja, nee, ja. Precies. Dus dat heeft zwart de pion en ja, de maar dan heeft het dus wit wel problemen inderdaad. Ja, ja dus ja. Dat is heel goed zwart. Even een korte blik op bord 3. Ja. Roger uit Almere. Tegen Tom van Egmond. Ja, zo'n paard op D6 is ook zo'n mooi thema. Die staat daar fantastisch in deze structuur. Deze structuur, dus de kalsbadenstructuur. Mm-hmm. Na C-maal de 5, E-maal de 5. En in die kalsbadenstructuur is het optimaal om een paard op D6 te krijgen. Oh ja, dan komt er die breek van B5 ook waarschijnlijk. Of niet? Ja, precies. Het paard staat er perfect. Ja. Alle belangrijke velden onder controle. Ja, ja, ja. Exact. En, maar hij heeft er twee paarden. Dus misschien de paard op B6 staat wel een beetje. Ja, maar goed, oké. Okay. Wat wil wit? Eén plan van wit is om die minoriteitsaanval door te zetten met B5. Ja. En een ander plan is om in het centrum te breken. Met zwart wil je eigenlijk klaarstaan voor allebei. En zodra die dingen niet lukken, dan... Daar lijkt het op, weet je toch? Ja. Nou, B5. Wat kun je nog wel onder omstandigheden, kun je dat nog wel spelen, toch? Ja, wat gebeurt dan eigenlijk? Ja. Paard staat wel ontdekt ook op B6. Hè? Misschien is het een idee om C-maal, A-maal en dan A5 te spelen. Oh. Dus heb je een soort vrijpion die ondersteund is door het blokkadepaard. Het paard kijkt er nog hierheen. Dus nou ja, dat is wel een leuk idee, ja. Een soort concept voor ja, zwart. Ja. Maar ik heb niet zoveel verstand van deze stellingen, dus ik weet niet hoe dit in te schatten is. Nou, dit ziet er wel logisch uit. Ja. In ieder geval interessant, hè? Ja, want paard stond ook ongedekt op B6, dus je wilt die lijn, op die B-lijn wil je in ieder geval niet open hebben. Nee, precies, ja. Dat zou vervelend zijn. Dat is toch een vrijpion. Ja, pion. Ja, dus dat zou een verrassende reactie kunnen zijn op dat B5. En wat is er E4 erin gooien? Ja, ik weet niet, dan krijg je wel. Ja. Slaan. Slaan. Meteen maar. Wat maak je slaan? Ja. Wel als een mooie paard krijgt, maar goed. Ja. Heb je toch geïsoleerde pion en als er heel veel stukken afgaan, krijg je dat niet problemen mee op den duur? Ja, mee eens. Dus ja, nee, ik weet niet eens hoe je terug moet slaan. Misschien zo. Als je paardmaal doet, dan is deze ook weer ongedekt. Nee. Ja, zwart heeft het opeens. Ja, het geinig is dat paard op B6 helemaal niet zo gek staat voor die afwikkelingen. Mm-hmm. Zowel B5 als E4 lijkt het paard op B6 wel aardig te staan. Op zich ziet een beetje gek uit, paard op B6, maar ja, als wit dat gaat ondernemen, dan komt het allemaal wel weer goed. Dus ik denk eigenlijk dat die steen prima is voor zwart. Ja. Alle standaardplannen voor wit, die zijn niet bijzonder in ieder geval. Nee. Dus ik dat, maar goed, Roger is ook een positionele speler, een beetje zoals Onno. Mm-hmm. Dus die... Op B5 is net gespeeld, zie ik. Ah, hoe doen we dat? Je kunt gewoon op het opklikken. Ah, hier, ja. Ja, precies. De zwart moet nu... Misschien krijgen we jouw plan wel. Dat ziet hier wel... Het zal geinig zijn, hè? Ja. Maar het punt is ook, als je dat niet doet, dan is dat wit prettiger, denk ik. Ja, kijk, hij kan het natuurlijk ook heel... hij kan het heel een beetje bescheiden aanpakken met aanmaal en dan een paard op C4 planten. Wordt hier een keer geruild. En dan heb je wel een zwakte op C6. Maar door dat paard op C4, volgens mij, het Euwe dat zelfs al beschreven, het paard op C4 plombeert het. Ja. Ik heb het wel eens geprobeerd terug te vinden waar Euwe dat nou had geschreven, maar dat is me niet gelukt. Heb je dat boekje niet van Oordeel en Plom? Ja, okay. Volgens mij heb ik daarin gezocht, maar daar was het dan niet, blijkbaar. Okay. Plomberen, maar die term verbind ik met Euwe, maar ik weet niet of het zo is. Ja, je hoort het helemaal niet meer, in ieder geval... Plomberen. Nee. Maar ja, goed, dat plomberen, dus je plemt die C-lijn dicht, dus daardoor heb je niet zoveel druk tegen C6. Dus het zou kunnen dat dit ook in orde is voor zwart. Waar je dan wel weer rekening moet houden met, als je een keer ruilt, dan weer die break zet, misschien. Ja, dat gaat dat paard een beetje, staat dat een beetje tricky. Maar aan de andere kant zou ook oké zijn voor zwart. Maar dame F7. Is het
Dus even kijken, we hebben nog andere groepen niet gehad. Hè? Dit was jongens B. Ja, even kijken. Meisjes B misschien? Nee, A, B, ze bij elkaar. Ah, tuurlijk. Ja. Dus we hebben nu de C-jongens of de C-meisjes? Ja, C-jongens dan maar even. Ja, die zet dus even hierop klikken. Oh, pardon. Oh, moet ik F5 in? Die zijn later begonnen. En dan hebben we bord 1. Ja, dat is klaar voor jou. Eens even kijken. Ah ja, Arthur de Winter, nummer 1 geplaatst. Goeie speler. Ik zag dat hij niet de eerste stond tussendoor, dus kennelijk was daar wat misgegaan. Maar misschien na de ochtendronde denk ik wel, want hij heeft overtuigend de ochtendronde gewonnen. Tegen zijn directe concurrent, dus hij won volgens mij, even de paring van 6 erbij pakken. Ja, hij won met zwart tegen Shen Wu Su. Oké. Okay. Allebei 4 punten en nu staat het zo dat hij een half puntje los ligt. En klik eens op Arthur, wat is zijn schoolverloop? Nou, hier kun je het zien, half, 1-1. Ah, twee remises. Twee remises, ja. Eerste ronde. Tegen Mees. Ja. En tegen Ries. Ries Arnold, ja. Nee, oké, twee. Ja, oké, okay, dus geen enorme ongelukken onderweg. Nee. Ja, hij deed me ook wel gewoon de topfavoriet. Maar goed, hij staat een halfje voor, dus hij kan niet zomaar freewheelen of zo. Hè? Dus nee, maar dat doet hij sowieso nooit. Ja. Volgens mij gaat hij altijd volle bak. Ja, ja, ik zie wel een leuke partij van hem, hoor. Ja, en wat hij doet me een beetje denken aan hoe Van Kampen en Bok altijd dat schaken benaderen. In welk opzicht dan? Nou, veel studeren en een vrij harde theoretische stijl. Mm-hmm. Hoe zit je trouwens erin met de stappenmethode? Dus, gebruik jij nog bij je lesgeven? Of zeg je van nou, dat is een beetje ouderwets, dat doe ik. Nee, ik ben groot aanhanger van de stappenmethode. Ik train eigenlijk de jeugd vanaf dat ze daarmee klaar zijn, zo ongeveer. Oh, oké. Okay. Klaar is na stap 5 of na stap 6? Ja, geen idee. Oké, okay, nee. Maar een beetje zo. Oh, dat ze er geen zin meer in hebben. Gewoon van ze zijn er klaar mee. Nee, maar dat dat moet je altijd blijven doen. Tactiek. Mm-hmm. Dus daar is niks mis mee om ook stap 4, stap 5, stap 6 te blijven herhalen. Dus de kracht zit hem ook in de herhaling. Mm-hmm. En dat is wat Cor van Weijgeren natuurlijk zelf ook zegt. Nee, ik ben daar groot. Ik denk dat het een fenomenale methode is, die stappenmethode. Mm-hmm. Omdat het zo systematisch is opgebouwd. Mm-hmm. Zo serieus en uitgebalanceerd. Ik denk dat ze daar veel geluk mee hebben in Nederland, dat is. Maar de stappenmethode is natuurlijk niet het enige. Dus dat is het fundament. Daarna heb je natuurlijk heel veel meer. Mm-hmm. Dus ik denk dat is sowieso voor iedereen het startpunt. En dat blijf je ook doen. En dan, dus die jongens en meisjes waar ik mee werk, die ik train, die hebben dat dan al zo'n beetje achter de rug. Die hebben een goede, solide basis. Ja. Ja, precies. Ja. En van Jan Werle kreeg ik te horen dat ze in het buitenland, als ze naar Nederland kijken, dan van, dat zijn van die tactische schakers. Dus, ja, dat hoorde ik van Jan tijdens de stream, zei hij dat. Nou ja, wat wel zo is, dat Nederlanders spelen wel scherp. Ja. Ja. Dus het heeft met stappenmethode te maken, maar ook dat Nederlanders over het algemeen hun openingstheorie wel goed kennen. Mm-hmm. Zowel Duitsers als Belgen, die spelen vaak wat conservatiever. Ja, ja. Daarover gesproken, ik sprak laat ook iemand uit Duitsland. En in Duitsland, als je daar remise speelt, is mijn ervaring, ik weet niet wat jouw ervaring is, dan zeggen ze gratuleren, gefeliciteerd. Ja. Maar ja, in Nederland heb je toch een half puntje verloren in zekere zin. Hè? Dus, tenzij je tegen een hele goede speelt. Maar dan zeg je, leuk dat je een halfje hebt gedaan, maar ja, dan word je niet om de hals gesprongen van een halfje. In Duitsland krijg je netjes een handje van. Ja, gratuleren van iedereen, van de tegenstander en van je teamgenoten. Ja, nee, dat is bizar, ja. En dat klopt dus wat ik verhaal, wat ik vertel. Ja, het is om de hals gevlogen, denk ik. Nee, oké, dat is voor het verhaal even wat mooier gemaakt natuurlijk. Ja, nee, maar dat in essentie klopt dat, ja. Dat is een halfje als een
Dat is een fijn resultaat beschouwen, ja. Mm. Ik sta er zelf ook bekend om, dat ik veel te snel remis doe als ik de situatie niet meer overzie. Mm-hmm. En dat is niet zo'n goede zaak. Ja. Dus dat is ook een slecht voorbeeld voor de jeugd. Mm. Dus doe dat niet. Nee, dus Nederlanders die hebben wat dat betreft een goede reputatie, theoretisch onderlegd, tactisch scherp. En ja, dat is een beetje Ajax-school ook. Mm-hmm. Volle bak naar voren. Ja, ja, ja. Ja. Maar, hoe beoordeel je deze stelling trouwens? Dus, we kijken nu, ik heb geen idee. Moet nu pas ik hem even naar jou. Ja, is goed. Ja. Dus we hebben het over Arthur de Winter met Wit tegen Pollen van Arendonk. Die jongen ken ik ook niet trouwens. Maar, dus even kijken wat er gebeurd is. E4, E6, de 4, de 5, Frans. Mm-hmm. Paard C3, lopen we 4, de Wienauer. Hier is E5, doorschuiven de hoofdvariant. Er kwam paard E2. Dat is een zijvariant, toch? Ja, dat is een zijvariant. Het is in principe ook even zwart. Ik heb dat laatst nog gecheckt. Ik ben vergeten hoe het ging, maar... Je hebt ook een variant, dan gaat die lopen weer helemaal terug naar F8. Is dat, Ja, dat heb je ook wel. Ja, een Bronstein of zo, geloof ik, spelen. Dat wel zoiets, maar dat zal wel weer net een andere variant zijn. Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk dat hier lopen E7 normaal is. Een paard maar E4 en dan een paard F6, zoiets. Lopen A5 komt me niet bekend voor. Iemand wilde in de loppenmaal C3 als normale zitten en paard C6. Maar die weet het hier ook niet zeker, volgens mij, als ik het zo wil. Ja, dat zou kunnen hoor. Loppenmaal C3 en lopen E7, dat lijken me de zetten. Ja. Lopen A5 in principe niet. Ja. Paard F6. Lopen G5. Hoppa. C4 erbij. Ja, nee, de zwart heeft het wel wat te bescheiden gespeeld, naar mijn smaak. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar goed, dus dat niks beslist natuurlijk. G3. Ja, ik zeg nu niks meer over die slechte loper op C8 natuurlijk, dat snap je wel. Nee, dat durf je niet meer. Nee. Paarmaal 6, paarmaal. Lopen F4. Ook een beetje een gekke plek, toch? Lopen F4. Met die pionnenconstellatie, zo van G3. Ja, hij dekt, wordt wel gedekt, maar die, ja. Wat je eigenlijk met Wit nu zegt is van, nou ja, zodra G5 komt, dan ga ik wel terug. Mm-hmm. Of zodra paard H5 komt, dan ga ik wel terug naar E3. Ja. Dus dat is wel slim, denk ik, lopen F4. Mm-hmm. Okay. Dus je hoopt eigenlijk een beetje paard H5, dan doe je lopen E3. Dan staat de paard hier aan de rand. Ja, en als je direct lopen E3 zou doen, dan moet je rekening houden met paard G4. Ja, ja, met subtiliteit, ja, oké. Okay. Dat is wel handig. Ja, ik moet natuurlijk ook vertrouwen hebben in Arthur. Die is, Ja, dat wilde ik zeggen eigenlijk. Ja. Dat Arthur me doet denken aan hoe... Ik ben helemaal afgeleid. Ja, inderdaad. Ja, sorry. Nee, maar goed. onthoud ik wel. Benjamin Bok en Robin van Kampen, die werkten in hun tijd al ontzettend serieus aan theorie. Mm-hmm. Die zijn natuurlijk Robin van Kampen, zelfde jaargang als... Anish Giri en Nico ook trouwens, een sterke generatie, of de sterkste wellicht, 1994. Maar die jongens die werkten, dus Giri, Van Kampen, Bok, heel serieus, keihard theorie pompen, gewoon alle openingen met beide kleuren. Mm-hmm. Maar de serieuze hoofdvariant pluggen, en dat zie je ook terug, je ziet het ook terug bij Max Warmer dan. Die, ook leuke speler, ja. Ja, geweldig, ja. Dynamische speler. Ja, Jordan van Vreest ook. Al die jongens in Nederland die zo enorm goed geworden zijn, die hebben gewoon keihard theorie gepompt. Mm-hmm. En dat is. En vroeger had je de oudere generatie trainers van Weigerden en Herman Goten. Mm-hmm. Die allemaal serieus veel voor de Nederlandse schaak hebben betekend. Die waren wel een beetje tegen openingstheorie. Dus, ja, omdat je dan geen begrip en zo kweekt. Ja, maar dat is onzin natuurlijk. Ja. Want door heel veel te bestuderen en dat vervolgens toe te passen. Ja, heb je meteen leermomenten en zo. Ja, je gaat natuurlijk de hele tijd onderuit. Mm-hmm. Maar goed. Of niet. Maar iedere keer dat je op je bek gaat, kun je weer analyseren en leer je daar weer wat van. Ja. Ik krijg een watertje achter de schermen. Ja. Lekker. Heel subtiel. Ja. Nee, iedere keer, dus door gewoon overdreven veel theorie te bestuderen en dat dan maar gewoon uit te proberen. En dat gaat aan alle kanten een keer mis of niet, inderdaad. Mm-hmm. Maar dat hele proces, ja, dan, ja, je weet in het begin niet precies wat je aan het doen bent, maar dat maakt niet zoveel uit. Daar kom je dan beetje bij beetje wel achter. Mm-hmm. Ja, dan speel je net echte schaak, dat zo ik het zie. En
Maar niet alleen van Weigeren en Herman Grote, ook internationaal. De Voretsky was daar ook nooit van de openingstheorie. Mm-hmm. Maar dat hele verhaal is achterhaald. Dus het is de evolutie van de laatste 20 jaar eigenlijk. Ja, dus je wil door heel veel theorie bekijken en dan gewoon online blitsen. Mm-hmm. Uitproberen, dat is een beetje de realiteit. Ja, ja. En dan wel als je online aan het blitsen bent, daarna checken waar het goed ging en niet goed ging. Dat wel. Mm-hmm. Maar de Russische schaakschool zei van of Potvinnik en zo, van ja, snel schaken is niet goed, moet je niet doen. Mm-hmm. Dat is flauwkul, ja. Ik weet niet of jij Mees van Os kent. Ja, zeker. Die heb ik ooit, lang geleden, een training gegeven. Dat was in Arnhem. En op een gegeven moment kwamen een paar jongens bij mij thuis en een dingetje doen. En dan Mees had zijn laptop mee. Zeg, oh ja, ik speel wel eens online. Dan zegt hij, oh ja, ik speel ook wel eens online. Ja. Hoeveel partijen heeft hij? Dan kreeg me toch een database van partijen. Wow, wat is dit? Zeg. Ongelooflijk. Ja. Ja. En hij is nu de dikke 2000 plus speler. Dus, Mees zit in de 2300. Ja, goede speler. Ja. Absoluut. Dus, ja. En die methode eigenlijk die jij beschrijft eigenlijk. Hè? Heel veel spelen. En, ja, zeker. Want je had op een gegeven moment, of tussen toen ik opgroeide, had je eigenlijk alleen maar ICC. En toen zit iedereen daar te spelen. En tegenwoordig heb je natuurlijk leadchess.com. Mm-hmm. Ja, het is een fantastische leerschool. Ja, ja. Echt een jungle. Mm. En dus veel theorie studeren, veel blitsen en nakijken wat er goed in ging en wat niet. Dat is hoe je, maar dat is ook hoe Nakamura Aronian daar begon het al mee. Zeg maar dat waren de. Grappig, dat je bijna op alle punten heb je de heilige huisjes die vallen allemaal één voor één om. Weet je wel? Dus slecht aan lopen, je moet gewoon lekker veel spelen. Grappig, ja. Dat is ook zo. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat, Cor van Weigeren heeft hier dat tactische landschap natuurlijk in kaart gebracht. Mm-hmm. De Voretsky heeft natuurlijk een monumentaal werk over het eindspel geschreven. Ja, waar ja, veel, en ook, je hebt natuurlijk variantenberekeningen is heel belangrijk. Agard heeft veel boeken gemaakt op dat gebied. Dus mm-hmm. die trainen en waar ik zelf heel veel van geleerd heb, is die strategieboeken van Herman Grote. Dus die trainers hebben stuk voor stuk allemaal wat neergezet, wat allemaal belangrijke deelgebieden zijn. En dat zijn allemaal belangrijke pilaren van je schaakontwikkeling. Mm-hmm. Maar openingstheorie, keihard theorie pluggen ook. Ja. Dus het sluit elkaar allemaal niet uit. Maar dus dat, je moet het een beetje allemaal doen. Ja, ik denk dat Arthur hier heel goed staat. En ik denk dat als loper zegt, er niet. We zijn even eruit. Kijken, goed. Want ze hebben bijna tijd op pauze. Ja. Om dat nu zo onvrijwillig te doen, is dat ook niet leuk. Nee, precies. Sowieso alle groepen even één keer gezien hebben. Weer een dipje. Gek is dat, hè? Volgens mij zijn we toch weer terug. Ja. Oké. Okay. Ja, zit. Ik zie. Nou, we zitten nog live, denk ik. Ja, we zitten weer live. Ah, mooi. Nou, ja, oké. Nou, weer een klein dipje in de internet. Ik weet niet precies waar we eruit vlogen, maar dat maakt er niet zo uit. Nee. In ieder geval, de samenvatting was dat tactiek en eindspel, natuurlijk, en strategie natuurlijk zijn dat de fundamentele bouwstenen van je schaakontwikkeling. Maar openingen is dat ook. En openingen is niet alleen maar openingstheorie. Juist doordat je openingen in de breedste zin van het woord bestudeert, bestudeer je al die patronen, alle tactische en positionele patronen en alle plannen en strategieën. Dus dat leer je daardoor allemaal. En doordat je veel blitst, veel snel schaakt, oefen je ermee. Dus dat is hoe al die jongens. Je krijgt meteen feedback als het ware. Ja, je bent meteen in de praktijk aan het testen van hoe werkt het. Mm-hmm. Dus daarom zijn die jongens allemaal zo gruwelijk goed, ook internationaal. En daarvoor hadden we het over Nederland en België en Duitsland. En Nederlanders, Nederlanders die zijn wat onbevangener wat dat betreft. Mm-hmm. Daarom doen we het vrij goed. Oké. Okay. Ja. Zullen we toch nog even de topborden kijken naar aarde? Kunnen we daarna even kijken of het nog koffie ergens is te halen? Zeker, we missen nog volgens mij de C-meisjes, moeten we eerst nog even. Okay. En bord 2 hier even. Kobus Smeets. Kobus Smeets, ja. Wat is,
Even kijken, dit is een trendy Kaokan variant. Oh ja, die hebben we al een paar keer gezien, dit toernooi. Ja, ja, met eenmaal. Dus dan maar even vanaf het begin. E4, C6, D4, D5, Kaokan. We hadden bij Machtel tegen Vadim de doorschuif variant. Hier komt paard C3. Dat is de traditionele variant. Slaan, slaan. Hier deed men eigenlijk altijd lopen F5. Dat is nog steeds een goede set. Maar populair is paard F6 en dan met je E-pion terugstaan. En als je het hebt over heilige huisjes, hier is er weer eentje die onderuit gaat. Zo naar het centrum toeslaan of zo? Ja, dat. Maar dan dat Gema F6 ook lelijk. Dus ja. Dan maar eenmaal. Maar het punt is dat, nu zou je kunnen beweren, ja, pionnen en spel wint voor wit. Ja. Dat je een vrij pion kan maken op de damevleugel. Ja, dus. Ja. Maar de realiteit is dat deze stelling in balans is. Dus dit is, die dubbelpion is helemaal niet erg. Ja. Door dat schaken toch veel ingewikkelder ook. Ja, maar eigenlijk simpeler. Al die regels vallen weg. Dus ja. Je hoeft alleen nog maar stukken te activeren. Dan gaat het eigenlijk. Activiteit van stukken gaat eigenlijk boven structuur. Ja. Oké. Als je dat dan als vuistregel hebt, dan... Gewoon in begin stukken ontwikkelen, daarna stukken verder verbeteren. En om het initiatief vechten, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. En ruimtevoordeel pakken. En ruimte, precies. Ja. Dus ruimte pakken, initiatief. Ruimte en initiatief, ja. Nou ja, ook een belangrijke les voor onze kijkers misschien. Allemaal schakers, neem ik aan. Schaakouders. Nee, ik kan het allemaal vertellen, maar de uitvoering is natuurlijk... Ja, dat is weer een ander verhaal. Ben ik ook niet zo goed in, maar het is wel ongeveer hoe het tegenwoordig aan toe gaat. Ja. Oké. Dus ook deze structuur, ja, het maakt niet zo feit. Ik bedoel, als zwart kort rokeert, het is toch wel fijn die vier pionnen voor je koning, in plaats van drie. Dus je staat nooit mat. Mm-hmm. En je kan die voorste F-pion ook gaan inzetten. Ja. Of wat je tegenwoordig veel ziet, is dat ze die H-pion naar voren knallen. Ongelooflijk, ja. Maar je houdt nog drie pionnen voor je koning over. Ja. Eentje kun je wel missen. Ja, maar die H-pion kun je sowieso altijd wel missen. Ja. Die F-pion is belangrijk, maar nu heb je gewoon twee F-pionnen, dus dat is helemaal veilig. Mm-hmm. En zeker als wit nu lang gaat rokeren in deze structuur, dan, dan heb je met zwart minstens net zoveel aanval als wit. Dit nu aanpakken. Ik denk dat het kritiek is om met korte rokade te spelen en dat is ook wat er gebeurde. En blijkbaar is dit normaal, want ze spelen dit A-tempo. Ik zal je vertellen dat ik dit vanochtend nog bekeken heb. Ja. Oké. Okay. Oh. Kom niet op het bord. Ik heb deze stelling nog gezien. Ja. En dit misschien ook nog wel. Oh, een leuk idee, dus het lopen C7. Gewoon de batterij andersom maken, toch? Vanaf precies, de dame die op D6. Dat lijkt me toch wel. Je flirt een beetje met dat dame D6 idee. Ja. En ik heb dit vanochtend gezien, maar ik weet niet meer hoe het gaat. Maar, waarom speelt de zwart eigenlijk het paard naar F8? Ja, omdat hij anders sowieso een beetje in de weg staat. En op F8 staat hij wel prima. Wordt ook nog een bad gezet, geloof ik. Knight on F8, never gets mate. Hè? Precies. Ja. Dus je hebt veld H7, controleer je veld G6. En het paard wordt misschien zelf actief via E6. Of misschien kan G6 wel een keer. Maar paard E6 bijvoorbeeld. Dus wat je met zwart dan denk ik aan het doen bent, is een beetje de coördinatie van je stukken verbeteren. Maar waar moet het wit het hiervan hebben in deze stelling of deze opening, want waar moet je... Ja, dat weet ik niet zo goed. Je hebt wel 3-4 op de damevleugel, maar je zegt van, ja, daar moet je dan op spelen dan. Dat is toch het voordeel wat je hebt. Ja, dat klopt. Dus dat blijft ook wel zo. Maar het is... in theorie kan je een vrij pion maken met wit. Mm-hmm. C4, D5. Het viel me op dat zwart dan vaak met C5 het een beetje vastzet. Heb je met wit een gedekte vrij pion op D5. Maar dan ben je wel een beetje klaar met je acties. En, mm-hmm. en zwart houdt wel een extra pion over op de koningsvleugel. Dus het is denkbaar dat zwart zelf wat aanval krijgt op termijn dan. Mm. Maar dat is weer versimpeling van de werkelijkheid. Dus deze stelling is in werkelijkheid vrij ingewikkeld. Mm-hmm. En ik weet hier voor de rest niet zoveel van. Hoor. Van de, ik weet niet wat hier... ik speel dit met beide kleuren niet. Dus. Maar ja, bij de volgende zet gaat wit de toren van A naar E1 spelen. Ja. Maar dus dan geef je dat spel op de damevleugel voorlopig even op. Ja. Ja. Ik heb ook wel eens een regel geleerd. Misschien die kan ik misschien ook meteen weggooien. Want als die pionnen zo staan, dan staan ze eigenlijk in een soort van
pijl dat je dan die kant op moet spelen? Is dat, Ja, dat zou maar zo kunnen dat daar een kern van waarheid is. Dat weet ik eigenlijk niet. Jeremy Silman die heeft het geopperd. Okay. Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Wie weet. Ja, ja. Maar, ja goed, daar ligt ook een beetje de ruimte, als het ware. Hè. Dus, maar die, ja. Ja, grappige regel, ja, okay. Dat had ik nooit gehoord. Oké. Okay. Ja, ja dat, wie weet, ja. Kijk, al die vuistregels zijn wel, kunnen wel een bron van inspiratie zijn. Mm-hmm. Maar ze kunnen ook belemmerend werken. Dus dat is... Ja, dat hebben we al gemerkt deze middag. Ja, ja. Ja, ja, dus dat is... Maar ja, het probleem is dat mensen... Het is een beetje de natuur van vuistregels en ook hoe mensen vaak denken dat geschreven regels... Ja, mensen gaan het te serieus nemen. Mm-hmm. En dat is de lastigheid daarmee. Ja, ja. Dus wie is er nou helemaal flexibel en kan het dan, gaat daar heel flexibel mee om? Dat is een beetje de lastigheid. Ja, toch is het in het begin wel leerzaam. Want ik, toen ik jong was in die boeken van Herman Grote en ik had ook ik heb ook wel wat training van Herman gehad. En dat was voor mij als 15-jarige heel leerzaam. Want ik zat alleen maar een beetje te rammen. Alleen maar een koningszaal van Herman. Die heeft mij geleerd. Ja, maar er is ook nog een andere kant. Ja, ja, precies. Kleine setjes en, en dat positionele verhaal. En dat Herman... het was een beetje... Het was een beetje overdreven hoe hij dingen misschien schetste. Maar het maakt het wel duidelijk, die concepten. En dat kun je later weer nuanceren. Dat was ook het verwijt aan Euwe, hè? Bijvoorbeeld. Dat hij inderdaad het te versimpeld voorstelt. In de werkelijkheid is, ja, dan is het allemaal weer net ingewikkelder. Ja. Ja. Dat, en ja, goed, zeker vanaf nu teruggekeken, een terechte kritiek. Maar je moet inderdaad ergens beginnen. Mm-hmm. Dus die elementen van de schaakstrategie benoemen en daar wat voorbeelden van laten zien. Dat is een eye-opener voor mensen die nog niet zo lang schaken. Ja. Maar de volgende stap is om dat dan weer te nuanceren, allemaal een beetje los te laten. Ja, schitterend. Je hebt ook van Willy Hendricks, Move First, Think Later. En dat is ook een beetje een heilig huisjes boekje. Ja, Willy schrijft sowieso fantastisch. Mm-hmm. Ook zijn boek On the Origin of Chess Moves. Gaat ook een beetje door de tijd, geloof ik. Hè? Ja, dat is hartstikke leuk. Ik heb ze allebei gelezen met veel plezier. En dat tweede is schaakhistorie. En ook een beetje dat soort dingen nuanceren. Hartstikke leuk en leerzaam. Maar wat hij zegt, wat hij een beetje betoogt bij zijn eerste boek, dat gaat wel op als je al een bepaald niveau hebt. Dus dat al die vuistregels een beetje onzin zijn. Maar als je nog niet zo ver bent, dan je moet ergens beginnen. Dus als je niks weet, dan is het lastig. Ja, ja, dan wordt het een random zetje eigenlijk, een beetje willekeurige zetje doen. Niet helemaal. Ja, dus het is niks mis mee om als beginner... wat vuistregels te hebben, dan heb je wat houvast. Ja, gouden regels. Ja, precies. Dan kun je aan de slag. Ja, en ook al die andere vuistregeltjes, dat klopt misschien allemaal niet helemaal, maar je hebt een vertrekpunt. En dus dat ligt wat genuanceerder. Maar ja, goed, dat is ook een beetje, jij wil dat natuurlijk een beetje op een aantrekkelijke manier aan de kaak stellen. Dus dat is hem wel gelukt. Ja. Het wel leuke boeken. Even naar de actuele stelling. F4. Ja, dus F4... Een, De Zwits speelt alsnog op de vleugel waar je het misschien niet zou verwachten. Ja. Of misschien ook weer wel, dat weten we dus niet. Nee, een soort blok met F5. Nu hier naar voren. Even kijken. Nou, het paardje dus kennelijk naar E6. Je zou ook kunnen, het is ook denkbaar dat het paard naar F6 gaat. Dit is ook een interessant veld, interessante route. Of naar H5. Hele interessante steunpunten. Dus ik... Ja. Ja, dit is gewoon razendspannend. Overigens, ja, Prait. Die ken ik ook niet zo goed, maar ik... Volgens mij speelde die de play-off tegen Arthur vorig jaar. Dus een gelijk aantal punten moesten ze een barrage, geloof ik, is het woord, spelen. En die won Arthur dan. Maar hij is dus ook
ja, kandidaat om weer in de top te komen. Ja, zeker. En het is, hij speelt een serieus schaak, zie ik al. Ja. Dus ja, super leuke partij dit. Mm-hmm. Echt een ideeënstrijd en er is van alles gaande. Het is niet zo makkelijk te zeggen. Wat, leuk. Zit zo, het is mooi om te zien. Ik denk dat we even de C-meisjes mee kunnen pakken. Dan hebben we alles een keer gezien. Prima, prima. Ja, ja, dan, krijg de vrije hand vandaag, Marije. Ja, ik moet altijd even de presentator uitkijken hoe ik nog wel... Daarna met de roe, weet je wel. Dan, ja. Met de knoet, hè. Dat is inderdaad. Bord 1 is al klaar. Dus wat was de stand bij de Die pak ik er even bij, want het wordt inderdaad interessant. Want we zitten nu op ronde 5 natuurlijk. En dus na 4 ronden was Elysia met 3,5 punt los. Even als enige 3,5 punt. Met gevolgd door Laurie en Fleur, die beide 3 punten hebben. Ja, en we hebben natuurlijk al gezien, dat weet de toeschouwer natuurlijk ook al lang, dat Laurie gewonnen heeft op bord 1. Laten we dat zo even bekijken. Zie je, die is dus nu op 4. Elysia blijft op 3,5. En dan is het de vraag wat Fleur doet. Mm-hmm. Dus op bord 2, die twee partijen kunnen we even bekijken. Volgens mij was Isavara de kampioene van vorig jaar. Die zit daar weer net achter. Ah ja. 2,5 punt. Ja, het zit allemaal nog dicht bij elkaar. Ja, maar goed, het is maar 7 ronden. Ook weer zo, ja. Ja. Goed. Ja. Ja, oké. Okay. Dus Laurie speelde E4. Elysia speelde E5. Paard 3, paard C6, loper C4. Nou, dat Italiaans, hè. Ook niet de eerste keer. Vaker in de C-groep. Ja, en in de wereldtop. Ja. Tegenwoordig, ja. En zelfs die symmetrische variant met paard C3, paard F6 zie je tegenwoordig bij de wereldtop. Oké. Ook al verbazingwekkend. Ja, zeker. En die doen dat volgens mij vaak met loper G5 en loper maal F6. Dan paard D5 en dan alsnog C3. Iets in die trant. Ja, oké. Okay. Maar goed, ja, kan van alles doen. H3 is een voorzichtige zet, maar waarom niet? Ook zo'n dogma. Je hebt, als beginner leer je volgens mij dat zet als H3 en A3 moet je niet doen. Mm-hmm. Je moet snel ontwikkelen. Ja, ja. Maar dat is ook flauwekul. Nee, het is toch altijd een irritante penning lopen geven hier, toch? Ja, maar wat is er mis met H3? Ja, nou, dat is toch wel een nuttig zetje. Ja, nou. Nee, goed, pas die daarna die stukken maar weer actief worden natuurlijk, hè? Klopt, maar met alleen, het is wel heel beperkt. En ja, dat je dat niet mag doen. Hè? Je mag alleen maar je stukje. Oké, dan doe je 4-5 zetten met je stukken. Die heb je dan min of meer. En dan? Het is veel te rigide. Ja. Dus dat soort setjes, daar is niks mis mee. Dus dat ik kom dat vaak tegen. Dus ik moet dat weer iedereen afleren. Ja, ik vind het ook heel verfrissend dat jij naast me zit, eerlijk gezegd. Met al deze inzichten. Ja, leuk. Ja. Ik vind het ook leuk om te ouwe hoeren over schaak. Dus, Was dat niet opgevallen? Lopen E6. Ja. Lopen B3. Nou, dit is allemaal rustig. Kort. Nou, wat wel zo is, en dat is wel een valide punt. Als je H3 hebt gedaan voordat zwart kort heeft gerokeerd. Nu kan zwart lang, bedoel je? Lang en G5. Dat is wel zo. Ja. Maar goed, dat is dan een heel concreet, concrete reden waarom je wel of niet H3 zou doen. Ja. Dus, en de timing van die zet. Dus H3 is een volstrekt normale zet. Maar in het Italiaans is het wel, en dat valt me nu ook pas op, omdat het zo gekomen is. Ja, dat was ook. Ik heb vroeger altijd C5 gespeeld op E4. En ik ken heel veel die varianten niet, maar goed, je gaat met je jeugd werken en dan kom je die E5 varianten natuurlijk heel vaak tegen. Precies. En toen op een gegeven moment zag ik het partij na te spelen, volgens mij is het Knorre Chigorin, ik weet niet of je dat wel zegt. En, maar die gaat inderdaad lang en G5 en wit rokeert te vroeg als het ware. Ja. Dat kwam voor mij toch als een shock, want ik dacht van nee, inderdaad, een stuk ontwikkelen, korte rokade. Kan niet verkeerd zijn. Soms wel dus. Ja, en ik was het ook alweer even vergeten, maar nu ik het partijverloop zie, denk ik, H3 kan natuurlijk wel slecht getimed zijn. Ja. Dus is H3 wellicht te vroeg en zou ik hier lopen. Of rokade misschien te vroeg. Ja, dat zou kunnen, maar dat wordt dan op een gegeven moment wel wat bewerkelijk voor wit als je niet mag rokeren. Ja. Welke nuttige zetten heb je nog? Hè? Ja, loop E3 zou je kunnen doen. Ja.
Maar, dus dat H3 misschien te vroeg. Je hebt trouwens ook een heel prominent voorbeeld. Volgens mij was dat Aronian Kramnik. Je hebt, nou, die hebben heel veel gespeeld natuurlijk. Maar er is een partij, Aronian Kramnik. Volgens mij candidates. Dus kandidaat-toernooi. Oh, ik weet waar je naartoe gaat. Ja, ja. G5, G4. Ja, ja, ken je ja. die partij? Ja. Schitterend, ja. Ja, ja. Maar dat idee was al bekend, maar Ronian die kende dat niet vergeten. Klopt, ja, dat is dan een mysterie inderdaad, waar dat dan misgaat. Want natuurlijk kent hij dat. En, mm-hmm. Maar er moet ergens iets misgegaan zijn in de voorbereiding of wat hij zich herinnerde, mm-hmm. van door elkaar gehaald. Die moeten natuurlijk nog weer 1000 keer meer onthouden dan wij bij wijze van spreken deze week doornemen met de jeugd. Dus maar dat inderdaad. Trouwens, binnenkort begint het weer, hè, dat kandidaat is er nooit. Ja, in juni geloof ik. Hè? Een paar weken is dan stil weer zoveel. Ja, ja. Wie hoop jij wie de kandidaat wordt? Ik ben... Ik krijg wel een vermoeden trouwens hoor. Maar... Ja, gok maar. Nou ja, ik denk de tegenstander die Carlsen ook graag wil. Ferruccia. Ja. En ik ben zo, ja, zeker, zeker. Ja. En ik ben ook wel fan van Ding. Oké, ja, het is toch wel een beetje ondergesneeuwd. Hè? Het is niet zo flamboyant. Het doet de laatste tijd niet super goed, maar dat komt denk ik ook dat hij in China woont. Dat helpt niet mee. Is een beetje vaag allemaal in hoeverre hij mag reizen. Ja, ja, precies. Ik zal maar niet te veel zeggen over het regime in China, maar in ieder geval, dat heeft er wel mee te maken. Ja, ja. Want Yu Yangyi... volgens mij, of andere Chinese toppers, die speelden meer. Mochten wel reizen, dus dat is allemaal, nou ja, goed. Mm-hmm. Dat heeft ermee te maken. Maar gewoon een supersterke speler, die je graag wil zien spelen tegen... Ja, niet alleen omdat hij sterk is, maar ik vind zijn stijl schitterend. Mm-hmm. En hij speelt ook een beetje die dingen die ik leuk vind. Dus van oudsher speelt hij koningsindisch die is met zwart. En, dat wist ik eigenlijk niet. Oh, oké. Dus dat zal dan niet een van de weinige topgrootmeesters zijn die dat speelt, toch? Ja, dus hij heeft dat lang volgehouden. En tegenwoordig speelt hij natuurlijk alles, want top 10 speler. Maar hij had ook van positionele offers. En het is een heerlijke spelerding. Mm-hmm. Dus moeten we dus in de gaten houden in juni. Ja, nou, ja. Ik hoop dat hij het goed doet. Die pandemie heeft hem niet echt goed gedaan. Maar oké, ja, dus ik ben fan. Mm-hmm. Ding. En ja. Ferruccia zou sowieso wel interessant zijn, absoluut. Ja. Ja. En ik hoop dan niet dat de oude garde wint. Ja. Mm. Dus, ik zou wel het leuk vinden om een... Ja, het is iedereen gegund, maar ik zou het leuk vinden om dat we een nieuwe kandidaat zien. Ja, ja, ja. Een van die twee liefst dan. Ja. Ja, oké. Dus even kijken. Ja. Dus en dat is dus... maar het is interessant, want... Want Wit heeft deze partij wel gewonnen. Dat is wel opmerkelijk dan. Want je zou toch zeggen, dan Zwart heeft goede kansen hier met een G4 break. Ja, zeker. Dus dit ziet er allemaal aantrekkelijk uit voor Zwart. Ja. G3 is slim. Dus, dan kun je dik schuiven. Ja, Wit probeert het elastisch neer te zetten, dat je altijd dicht kan schuiven. Ja, toch vertrouw ik het eerlijk gezegd niet hoor. Ja, misschien heb je zelfs met paard H5, F4, F5 dingetjes erin, weet je wel. Het is linkersoep, blijft het. Maar het idee is dat je een G4, H4 hebt. Ja. En omgekeerd. Ja. Op H4, G4. Ja, dat doet Wit wel slim, ja. Komt misschien ook wel. Geen pion op breek nu. Dus je moet wel iets verzinnen met zwart. Ik zou met zwart hier wel A5 doen. Om de boel daar ook op slot te zetten. Mm-hmm. Dan kun je alle aandacht richten op de koningsvleugel. Ja. Want ik denk dat je voordat Wit het voor elkaar krijgt om C3, B4 te doen. Mm-hmm. Ja, dan moet je toch wel iets kunnen verzinnen met zwart. Ja, dus het duurt allemaal eeuwig. Dus dat A5 kun je redelijk veilig doen, denk ik. Mm-hmm. Nou, nu doet Wit A5, dat is vervelend. Dan krijgt Wit ook een open lijn. Hij blijft super scherp en onduidelijk, denk ik. Maar die wordt geslagen. En die zit toch dicht daar. Ja. En nu gaat Wit zelf met die open lijn aan de slag. Toch maar offeren, maar offeren. Ja. Maar pats. Te laat. Pats. Ai, ai, ai. Een schaak. Ja, goed gespeeld. Ja, dus ik denk, zeker praktisch gezien, had Zwart die A-lijn dicht moeten gooien.
Het, verder nu. Hier was het, hè? Daar is het. Daar, ja. Ja. Ja, dus in deze training, als je met zwart A5 doet, dan kom je, ja, het is de vraag in. Misschien is het wel zo dat zwart uiteindelijk dan met C4 door het centrum gaat breken. Dus dat beide vleugels dicht komen te liggen en dan is je dan toch weer in het centrum. Maar dit lijkt me een prettige stelling voor zwart, hè? Ja. Ja, dus dat is even zuur voor Alicia. Dus voor al die toppers, hè. Dus als het even ergens misgaat, dan probeer zo snel mogelijk te herstellen. Ja, ja. Oké, Fleur. De laatste partij voor de pauze. Ja, het begon heel met 3-3. Klopt, ja. Ja, dat was een leuke speelster. Toen zit er een paar hele leuke partijen. Dus, ja, speelt heel aanvallend. Ja. Dat zien we natuurlijk graag. Op 3 punten, dus een half puntje achter de leider. Ja, gisteren verloor ze. Maar vandaag weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar goed, Elisa heeft het verloren, dus het biedt weer kansen voor de concurrentie. Ja, en Elicia, en dit is dan Elise, waar ze nu tegen speelt. Ja, Fleur tegen Elise. Elise heeft, Elise die heeft 2,5. Die zit in het groepje achtervolging daar. Ja. Ik zie ook daar Brechtje Roepers trouwens tussen staan. 2,5 punt, ook niet verkeerd. Hè? Volgens mij is die ook wel redelijk jong, toch? Ja, volgens mij wel. Dus er doen natuurlijk hier en daar wat deelnemers die nog D of E zijn zelfs. Ja. Nee, dat is knap. Ja, oké. Eens even kijken. Fleur tegen Elise. Dat was een versnelde draak. Uh-huh. En nu zien we dus die Marocchi Bind met C4. Waar wit ruimte pakt. Dit is allemaal bekend. Het is allemaal normaal. En hier doet zwart het rustig met A6 en toren E8 en dat is wat, en dame C7, dat is allemaal niet zo gebruikelijk. Dus wat voor zwart normaal is, is om een paar lichte stukken te ruilen hier. Mm-hmm. Met, te beginnen met die. Dat is toch meestal niet manoeuvreren, dus wel, helemaal op die leeftijd is het natuurlijk al super ingewikkeld. Ja, dat is niet zo makkelijk. Nee. Hier is dan volgens mij het beste om met A5 in ieder geval het ruimte te pakken. En die loper gaat dan hierheen en dat paard gaat dan hierheen. Dat is een beetje een standaard opzet voor zwart. Mm-hmm. Natuurlijk verzwak je veld B5, maar goed, je kan niet alles hebben. Mag ik het zeggen? Ga je op die zwakke loper op E2 spelen uiteindelijk? Dat is gewoon een heleboel ruilen en dan zeg je, jij hebt een loper op E2. Klopt, maar zelfs dan... ik ga natuurlijk gewoon weer hetzelfde antwoorden. Zelfs dan valt het wel mee met die loper. Ja, ja. Maar goed, je kunt het toch wel op spelen? Zeker, dus het is inderdaad wenselijk voor zwart om zwartveldige lopers te ruilen. Mm-hmm. En dan misschien loper D7 tegen paard C3 te ruilen, als dat ding op D5 opduikt. Mm-hmm. En dan goed paard zegt loopt, dat bestaat zonder meer, ja. Mm-hmm. Zeker. En dat is de reden dat wit gaat hier al dan ook uit de weg, over het algemeen. Dus pak een beetje zoiets. Zoiets. B3 moet je iets eerder doen trouwens, dat je op A4, B4 hebt, maar goed, dat is zijde. Die. En dan hou je lopers op het bord. Oké. Okay. Ja. Pro-tip krijgen we hier. Ja, okay. En dan torens centraliseren voor wit. En dan zwart op paard naar C5 en dan begint het eigenlijk. Nou goed, er is nog heel veel meer over te zeggen, maar dit is een beetje hoe je met zwart het neer kan zetten. Want in de partij komt zwart wat klaar. Ah, Fleur heeft al gewonnen, zie ik nu. Nou, laten we maar even fast forward. Ja, ja. Goed hoor, van Fleur. Dus, ja, zeker. Hier pak ze houdt dat ruimtevoordeel vast. Oh. Ja, kijk, zij. Ze is natuurlijk ook nog jong, maar ze, dat met het lopen paar ruimtevoordeel. Het is best om te zetten. Zeg maar. Mm-hmm. Het zijn niet hele. Je hoeft daar geen grootmeester voor te zijn. Nee, precies. Nee. Dat is het. Dat zie je. Zij doet dit uitstekend. Een beetje de oorsta neerzetten. Maar mijn vuur Elise grapje, dat is niet, komt niet aan. Maar goed, maar niet uit. Dus, oh, wat? Ik zei vuur Elise, maar goed. Beethoven. Maar goed, maakt niet uit. Het grapje komt niet aan. Nee, maakt niet uit. Maakt niet uit. Maar. Voor de goede verstaander. Ja, ja. Ja. Ik heb soms nou goed. Binnenpretjes. Ik vond hem zelf wel leuk. Je moet hem in de pauze nog maar uitleggen. Ja, oké. Nou, H3 is ook een goede zet. Pakt, denk ik, pakt veld G4 af en dan nu verder ruimte pakken. Ja, dit is wel mooi gespeeld. En het is zelfs denkbaar om dit soort dingen te doen. Nog meer ruimte pakken, ja. Dame C6 is natuurlijk ook een hele aantrekkelijke zet. Ja, ja.
Oh ja, je kan... het is al mis of niet? Ah, dat... Nou, pakken wel, wel, denk ik, ja. Maar ja, maar waar ga je anders heen? Oh ja, je kunt de paard niet meer dikken. Zit weer in het materiaal. Ja, of de winterpartij gewoon. Het is sowieso wel een zet die je graag wil spelen, maar het is ook meteen uit. Ja. Ja. Nee, dus dit is, kijk, dus die Marocci Bind, je zou kunnen zeggen van ja, grootmeesterlijk concept en je moet die stelling inderdaad met wat geduld spelen met wit. Mm-hmm. En we kennen allemaal Fleur als een aanvalspeelster. Maar ook Fleur, en die is nog jong, net als die andere meiden, is in staat om zijn positionele strategie om te zetten. Mm-hmm. En dat, dat is een beetje, dus met al die heilige huisjes die we de afgelopen uur omver hebben gegooid. Ja, dat is voor iedereen, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou, ja. Ja, in ieder geval goed, ziet er goed uit in ieder geval wat Fleur hier doet. Dus, ja, die jonge mensen leren snel, hè. Ja. Dus een beetje uitproberen en dat ziet er vaak gewoon wel goed uit. Mm-hmm. Dus, ja. Tijd voor koffie, denk ik. Ik wou net zeggen, tijd voor koffie. Ja, ik zal even, onze kijkers even op een ander schermpje zetten. En dan, maar hoe laat komen we ongeveer terug? Wanneer kunnen ze ons ongeveer terug verwachten? Zeg maar. Ja, ik weet niet. Hoeveel, kwartiertje of zo? Wat doe je normaal? Ja, zoiets. 10 voor, 5 voor, zoiets. Is goed. En heel even dan, wat is de stand aan... Oh, de stand van... Of nee, de live stand jeugd A. Even kijken. Oh, oké. Misschien kunnen we dat gewoon op dit scherm even kijken. Dan kunnen de kijkers ook zien wat wij zien. Ja. Zo. Even kijken of de uitslagen zijn. Nee, ik doe even een hele snelle check. Dus dit lijkt nog steeds in balans op het eerste gezicht, maar misschien zeg ik iets doms. Machtelt. Oh, dan moeten we zo even gaan kijken. Dit is wel een interessante stelling. Ja, en. Ja, het is een beetje het scenario. Ja, wel, als zwart dit in stand houdt, dan. Maar je krijgt maar zo'n kwaliteitsoffer om je oren en dan stort het in. Dus het is link voor zwart, zoals gedacht. Arthur hangt in de touwen, of die doet niet slecht. Jule heeft inmiddels een pionnetje meer. Gaan we naar de pauze ook naar kijken. Sarah met de Apeldoorn Variation. Oh. Oh, dat is mat. Dame, offertje en mat. Oh, daar zitten we even live bij nu. Even kijken, waar zit zij in de zaal? Even kijken. Is ze al klaar? Die zal... Ik denk het wel. Ik denk dat het nog niet bijgewerkt is op de liedjes. Maar ja. Dat is dus mat. Zo, dan moeten we zo even kijken hoe dat gegaan is. Oh, dame maat 2, dat is wel een... Ga ik zelf weer. Oké, dat is natuurlijk wel een mooi einde. Oké, ja. Nee, precies. Nou, er waren even wat korte indrukken. Oké, okay. Ja. Nee, goed, dan komen we zo terug. Ja, ja. Dus de teaser is de Apeldoorn Variation. Gaan we nog even verder bekijken hoe dat allemaal verder ging. Ja, precies. Ja. Oké, okay. Tot zo. Tot zo. Dat waren 2, 1. Oh nee, deze 3. Pats.
Als het goed is zijn we weer live in de uitzending. Weer terug voor het laatste gedeelte van de dag. Even kijken. En kijken, we hebben ons. Oh ja, we zaten net te spreken. Misschien kunnen we even met de A beginnen, maar misschien kunnen we even deze partij nog even kijken. Want we zaten net voor de pauze even te kijken van, hey, klopt. Was er niet in mat? Ja, dus Stella tegen Sarah bij de meisje AB. En dat was die Apeldoorn variation. En ze zitten beneden te analyseren ook al. Volgens mij hebben we die opening nu al redelijk gepromoot. Hè? Dit is die, zeker. Die gaat na vandaag gaat die heel populair worden, denk ik. Of nog populairder misschien wel. Ja, nee, zeker. Dus er is al een duidelijke piek zichtbaar. Ja, ja. Maar Nico zit beneden met Sarah te analyseren. En Nico had het over dame D7, dat beter is dan dame B6. Dat zal. Dat kan mij uitvoeren voor de kijkers. Ja, sorry. Of een pijltje. Ja, dus dit dat hoorde ik hem zeggen. Nou, dat zal ongetwijfeld, want ik zelf de details alweer vergeten. Ja, maar die dame wilde naar de Koningsvleugel dirigeren via de Witte Velden. Ja, precies. Dus staat de dame wat centraler. Maar volgens mij zijn er ook varianten waarin de dame wel naar B6 moet. Ja, okay. Maar goed, ja, dat zal. En we hadden hier gezegd. Hier ongeveer hadden we gezegd, nou, zwarte heeft in ieder geval compensatie. Mm-hmm. En misschien is dat ook wel heel goed. Maar Sarah die heeft een enorme aanval uit de hoge hoed getoverd. Loper C5, kort, toren E8. Oké, valt iets aan. En hij is wel aardig gerekend, want na een paar maal 4 komt loper man F2 opeens. Oh. Die mag je niet slaan. Want dan is het opeens mat. Ja, einde partij. Mat in 1. Ja. Die toren gepend staat natuurlijk. Dus Wit moest koning H1 doen. Toen kwam paard E7. Dat is een beetje een opmerkelijke zet. Kun je iets? Oh ja, D5 dekken. Nee, oké. Dus niet zo opmerkelijk is het ook weer niet. Dek D5. Dus nu... Ja, wat is er eigenlijk gebeurd? Ja, Wit moet zijn... Troepen mobiliseren nu zo snel mogelijk, denk ik. Hè? Want die paard en de toren op A1 en B1, die doen nog niks. Nee, dus paard D2 of iets dergelijks. Ja, paard D7 ziet er toch een beetje gekunsteld uit. Ja. Dus het zou heel goed kunnen dat Wit juist degene is die nu inmiddels goed staat. Maar de partij kent een abrupt einde. Dame F7, koning D8. Dekken gewoon, hè? Ja. Ziet er ook vaag uit, maar ja. Ja, je hebt hier bijvoorbeeld paard E6. Check. Want als je die zou slaan, bijvoorbeeld met de loper, dan kun je op F2 slaan. Een stukken ruil is wel goed voor Wit natuurlijk. Ja, hetzelfde geldt voor dame maal. Dan kun je ook ruilen en dan F2 meepakken. Dus als je paard E6 niet mag slaan, dan... moet je naar D7. Ja. Ja, nu weet ik het ook niet, maar je zou bijvoorbeeld zoiets kunnen doen. Een beetje wat stukken al af. Onderbreken van die diagonaal. Ja, dan geef je pionnetje terug. Ja. Nou ja, ik weet ook niet precies, maar ik kan me voorstellen dat het goed is voor Wit. In ieder geval in de partij kwam paardmaal D5. Mm-hmm. Dame D6, en dit is natuurlijk een duivelse valstrik. Je Anastasia-matje komt eraan, hè? Ja. Maar dat gebeurt altijd met een paard, geloof ik. Nu is het, ja, ik vergeet altijd hoe die matjes precies heet. Oh, oké. Okay. Ja. welke is, maar... Ja. Ook met een dame offer, maar dat paard dekt dan dat veld G3 in dit geval en F1. Oh, zo, ja. Ja, zo bedoel ik. Ja, ja, met paard E7 schaak, dame H7 en toren H-lijn. En nu is het inderdaad met de loper. Dan. Het zal wel een andere naam hebben dan Anastasia mat, maar ik moest er wel aan denken. Ja, ja en een prachtig matbeeld. Ja, ja natuurlijk sneu voor Wit. Opeens komt een beetje uit de lucht vallen. Dus ja, onderweg ging helemaal goed met zwart, denk ik. Maar het einde is wel vrij. Mm-hmm. Ja, dat is wel een voordeel van die Apeldoorn variant, dat het ook super ingewikkeld is. Je kan ook misstappen maken met Wit. Ja, en voor beide kleuren. Ja, het is een heel gevecht blijft het. Ja. Ja. Okay. Nou goed. Ja, oké. Daar hebben we mooi mee gepikt, hè? Ja, nee. Een mooie opsteker voor Sarah. Ja. Leuke pot. Ja, ja. Dus even kijken, maar bij de
de A-jeugd. Ja, oké. Okay. Eens even kijken. Sascha tegen Eline, dat is natuurlijk. Ja, bord 1. Ja, die staan dus allebei op 3,5. Hè? Dus aan de leiding als enige met 3,5. Ja, dus die gaan onderling uitmaken wie er nog steeds aan kop blijft. Maar wij vermoeden dat het Remise gaat worden, toch? Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar ik denk dat alleen zwart nog op winst speelt. Dus waar gingen we eruit? Ja, voordat jij het aan mij vraagt, waarom denk je dat? Dat je dat zwart hier... die komen we straks dan nog. Ja, okay. Hou dat even vast dan. Ja, dus die torens die waren eraf gegaan. En even hier gingen we er ongeveer uit. En nou goed, we kunnen even rustig die zetten naspelen. Dus toen werd wit gedwongen tot die ruil. Ja, nu is de zwarte structuur gewoon wat mooier, denk ik. Mm-hmm. Maar goed, de stelling blijft heel taai. Wederzijds. Nou, B4 is. Heb je het met zwart. Sorry, met wit nou alweer aardig vastgezet. En uiteindelijk werden die lopers geruild. Nou, de pionnetje snel op wit. Dus met zwartveldige lopers. Wil je de pionnen het liefst allemaal op wit hebben. Mm-hmm. En dat is de reden dat. Er zijn een paar redenen waarom zwart hier. Op winst speelt, denk ik. De zwarte koning staat actiever. Ja. Dus factor 1. Ja, ja. Mm-hmm. En zwart heeft al haar pionnen op de juiste kleur staan. Ja, dus Eline is toch een beetje nog aan het prikken bij wit. Dan kan ik er nog doorkomen. Ja, wit moet hopen dat het vesting is. Ja, Carlsen zegt volgens mij altijd, vestingen bestaan niet. Klopt, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja, ja. Dus voordat het daadwerkelijk remise is. Maar je kan hier heen en weer. Nee, dat gaat ook voor de loper. Dus is dit trouwens niet een zetterhaling? Ja. Even kijken, deze stelling. Nee, oké. Okay. Dus nog niet. Maar goed, ja, dat maakt er niet zo uit. Ja, je hebt gelijk, denk ik. Dat het remise is. Maar niet super comfortabel voor wit. Mm-hmm. Dus het moet wel... Hij moet nog even werken. Ja, moet nog even werken inderdaad. Kloppen die tijden wel? Want dan heeft hij net de 40e zet gehaald of zo. Oh ja. Ja. Ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar goed, ja, dit zal in principe remise worden. Maar als iemand wint zwart. Dan bord 2 was natuurlijk spectaculair wat er allemaal gaande was. Ja, waar waren we gebleven eigenlijk? Even kijken hoor. Ja, we hadden vastgesteld dat... Oh, de Karokan was dit. Ja, ja, ja. Ja, dus even kijken hoor. Dit hadden we gezien. Was het dan waarschijnlijk toch niet helemaal... Ja, dit hadden we gezien. Oh ja. Hier ja. Zei ik nog van ja, wellicht D5. Ja, en dat is gebeurd. Ja. Oh. Dus dat is wel aardig. Ja. En we hadden even kort naar Zeeman B3 gekeken. Mm-hmm. Zeeman B3, paardman. Klopt. Ze zeiden van, dit zou best wel een mooie compensatie voor wit kunnen zijn. Mm-hmm. Vadim ging voor C3, ongetwijfeld met als pointe dat als je met de dame slaat, dat je dan D5 kan slaan. Oh, die dame laat dat paard als het ware los, hè? Nu. Ja, precies, dus je moet blijven kleven aan dat paard, dus dat verklaart dan paard C4. Ja, die had ik gemist, moet ik zeggen, C3. Dus, toen ik het voorstelde, mm-hmm. Je bent er wel van gecharmeerd, C3. Ja, het is wel... Maar ik weet nog niet wat ik moet vinden, maar... Ja. Dus even kijken. Dus de paard gaat naar C4. En... Ja. Dus als je nu op D5 zou slaan... Dan vermoed ik... Dat je hier slaat. Hier. En dan heb je dame C8. Ziet er een link uit... Voor ertussen. Ja, wie weet iets als de slechte loper. Ja. Het is een foute boel voor de zwarte, toch? Dus, kan het allemaal, het kan allemaal net nog. Hè. B6, maar je hebt natuurlijk niet zoveel geofferd met wit. Namelijk, twee pionnen. Ja, precies. Ja. Ik heb ook mijn bril niet eens op. Dus dus dit ziet er veelbelovend uit voor wit sowieso. Mm-hmm. Dus Vadim koos ervoor om paard D4 te spelen. Paardman pionmaal. Nu D6. Ook de principiële zet. En dame E4.
Ja, en als die pionnen, die zwarte pionnen van het bord vallen, dan, ja, dan is het missen. Ja. Maar het is wel grappig dat nu de witte pionnen hier zo staan en de zwarte pionnen zijn in daar beland. Dat is ook wel opmerkelijk. Ja, klopt. Ja. Misschien wel uniek. Ja, structuur zo. Dan kun je ook het schaakdatabase zoeken, ook niet? Of pionnenstructuur? Klopt. Of, ja, in Chessbase kun je al die motieven okay. invoeren, inderdaad. Dus je kan gewoon op een leeg bordje dan wat pionnen en stukken zo neerzetten. Kijken of dat is voorgekomen. Oké, okay. Grappig. Ja, nee, dat is wel heel aardig. Dus mensen thuis kunnen dit controleren of dit wel eens gespeeld. Ja, of deze vier pionnen ooit zo gestaan hebben. Ja. Vast wel. Ja, D7 schaak, oké, okay, zeg meteen vol erop. Want hoe stond het nou? Ja, één pion, je hebt één pion geoffd hier, hè, met zwart. En met wit. Ja, ja. Ja. Ja, dus je kan alleen al, het is, ja, je kan alleen al, we spreken door D1 maal D4. Oh, dat is heel handig met die pijltjes. Ja, je kijkt dit al aan die positionele office, omdat je de boek geschreven hebt natuurlijk. Ja, dat moet ik. Maar het is zo, als je het helemaal gezien hebt, dat klinkt bijna religieus. Dit. Ja, ja. Als je het licht gezien hebt, dan ga je er gewoon ook de hele tijd naar kijken. Ja, je naartoe getrokken als het ware. Ja, ja, dan denk je van oké, dan geeft die kwal op D4 en dan pik ik C3 nog op en dan heb ik... Ja, we hebben het over. Pion voor de kwal toch? Ja. Ja, geen discussie. Dus dat, dat lijkt me... Maar goed, Machtelt gaat nog harder erop met deze. Dit is wel echt een moedige zet hoor. Ja, want dit is, ja, want maar serieus, toren D1 is gewoon waarschijnlijk een goede zet met het idee toren maal D4, maar dit is een poging om het nog beter te doen. Ja, dit is heel maximalistisch. Zo, ja, oké. Okay. Dit is de tactische interpretatie van het offer. Hmm. Dus nu zeg je van oké, ik offer een pionnetje om de zwarte koning in het midden te houden en ik ga gewoon puur direct op aanval. Dus ik zou persoonlijk voor de positionele compensatie gaan. Ja. Maar, maar dit is wel moeilijker, denk ik ook. Hè? Dus, ja. Maar macht het wel. Ik zie nog niet goed in die stellingen. Nog niet precies waar dit naartoe gaat, eerder gezegd. Ik ook niet, dus laten we kijken. Oké. Okay. Ik heb geen flauw idee, maar we gaan het zien. Ja. Loper EC. Ik vind trouwens dit gevecht nog fascinerender dan die Apeldoorn variation van Sarah. Niets ten nadele van Sarah, maar die variant is natuurlijk bekend. Daarna was het van beide kanten wat rommelig. Mm-hmm. En toen dat matje. Ja. Dus het is wel een vette partij natuurlijk. Mm-hmm. Maar dit, ook met name wat er op het spel staat. Het topbord. En de motieven zijn minder standaard. Mm-hmm. Dus we hebben hier geen standaard motieven. En dat maakt het voor mij dan weer nog interessanter. Okay. Ja. Dus die... Dame F3. Ja, valt een pionnetje aan met schaak. Ja, koning E8. Terug. Je mag niet meer rokeren nu, hè? Nee, precies, dat vergeet ik altijd, ja. Ja. En mijn hoofd, met de computer kun je het niet uitvoeren, maar in de echte wereld kan het natuurlijk wel. Ik heb volgens mij in de interne competitie wel eens gewoon gedaan. Of en dan gehad, of voel je er thuis in en dan zegt hij van... kan helemaal niet. Nee. Oh, jeetje. Ja, ik ben wel zo'n kandidaat die dat vergeet, ja. Eens even kijken, die C2, maar wat gebeurt, wat is nou de point eigenlijk na die? Nou, waarschijnlijk vol erop klappen, een paar dissen schaak doen. Maar inmiddels is het een tol, of? Zo. Maar goed, je kan niet, naar F8 is dan mat in 1, dus dat gaat dan niet door. Waar ga je naartoe met de koning? Ja, inderdaad. Maar je zou bijvoorbeeld naar E7 kunnen gaan en dan naar D8. Maar goed, je kunt dat weer B7 schaken en dan weer terug springen. Ja. Eeuwig schaak, dat heb je al. Ja. Of dus dat is, ja. Ja. Nee, dat sowieso. En wellicht ook meer. Ja. Ja, het is moeilijk om dit allemaal uit te rekenen. Misschien geloofde zwart...
de wit speelde. Nou, dat zal wel misgaan. Beide spelers op dit niveau moeten rekenen op. Ja. Dus geloven, dat doen we hier niet aan. Nee. Het is gewoon, het kan of het kan niet. Mm-hmm. En misschien is het ook te moeilijk om uit te rekenen. Kan ook nog. Ze hebben allebei wel redelijk wat tijd gebruikt. Hè? Dus het kost enorme energie natuurlijk. Hè? Ja. Het is, want je zegt allemaal nieuwe stellingen, of een nieuw type stellingen. Ja, nieuwe patronen, of ongebruikelijke patronen, laat ik het zo zeggen. En daardoor kun je niet echt varen op van, oké, maar dit is in vergelijking met wat ik al heb gezien, heel goed, of juist niet. C2, tussenzetje. Wat een partij, joh. Kun je nu lopen maar C5 doen? Wordt gespeeld. Gespeeld. Dus zij maakt er nog even een kwijt S over van. Promotie, leuk. Jeetje, wat is dit? Maar goed, lopen we al C5, maar zwart mag toch al niet meer rokeren, hè? Dus. Nee, maar je bent wel helemaal de klos nu met zwart, of niet? Ja. Ja, ik weet, heb je nog zetten inderdaad, ja. Paard D6, die komt er denk ik wel aan, hè? Jeetje, al is het, dit kan niet goed gaan. Dus je hebt, je hebt hier een call geofferd, hè? Dat is alles. Ja, plus 2 zegt de computer hier. De store. Punten dan, hè? De store D8 lijkt me dan een soort poging. Met name om paard D6 er meteen af te kunnen timmeren. Weet je. Maar dat is niet te doen, joh. Dat is een verzwart, lijkt me. Hoe pak je terug eigenlijk? Ja, dat is ook weer een gewetensvraag. Ja. Toch maar met de toren? Of pion? Oh nee, dat staat ook, E5 staat ook in. Misschien kan het alsnog. Pionmaal is ook wel een soort maximalistische zet, want je dreigt gewoon heel hard D7 en maal of 7. Ik weet niet meer wie dat zei, ik ben dat weer vergeten, maar volgens mij was het helemaal groot. Die zegt, met je koning kun je ook gewoon blokkeren. Dus klopt. Maar in dit geval valt het tactisch, geloof ik. Koning D7 door en dame F7. Ja, dat is een beetje, als je, een beetje onhandig inderdaad. Die doet, maar dit, het ziet er heel gammel uit voor zwart hier. Ja. Nou, misschien probeer ik te veel, hoor. Schaak. Eten. Nou, misschien gaat dit nog voor zwart. Dus misschien is dit te optimistisch. Dat zou kunnen. Jammer. Nou, dit lijkt me wel. Het is wel lekker als je een aanvalspeler bent, dit, hoor. Dus is wel genieten. Ja, dus als je bijvoorbeeld lopenmaal dus speelt, niet ingewikkeld. Dan. Maar ja, je moet hem nog wel winnen, die partij. Als zwart gewoon brutaal die pion eet. Zeg van, goed, laat maar zien dan. Er staan steeds pion achter me weer. Maar goed, misschien ga je een kwal op C6 offeren. Maar goed, heb je dame A6. Oké, de partij is nog niet gewonnen. Nee. Okay. Het is zeer veelbelovend voor wit. Voor wit. Ja. Het is, het zal, ik vermoed dat het wint voor wit, maar als je met toren D8 en die kwal terug en dan een beetje taai, dan wie weet. Mm-hmm. Ja. Een hele fascinerende partij in ieder geval. Zeker. Ja. Met veel inhoud, veel originele inhoud. Ik zie trouwens dat Gooi een bord 4 verloren heeft, dus die dat was natuurlijk een van de top 4 qua rating, dus die heeft het zwaar. Ja. Onno tegen Arthur. Hey, Arthur die heeft zich flink teruggevochten in de partij, zeg. Ja, want we maakten ons een beetje zorgen over zwart en openingsopzet, hè? Dat was toch, dat ging dat, dit leek heel veel. Oh ja, want we vonden die paard G6 dreiging heel leuk eigenlijk. Ja, precies. Dat zag er leuk uit. Hier, dit leek. Dat leek ons wel oké voor wit. Ja, exact. En, maar Arthur dacht van dat is allemaal leuk en aardig, maar ik ga gewoon doorbikkelen. Die. Ik vraag me af of je niet. Want onderdeel lopen man de 4, kun je. Een van die twee doen. Paard G6 of paard E5? Dat tussenzet. Ja, stel paard E5. Okay. Ja, ik weet niet precies. Stel maal E3. En een schaakje. Bijvoorbeeld hier en dan toch maar E3. Hoe staat dit dan? Oh, heb je paard E5.
Ja, dat is zuur. Oh ja, zitten er een keer twee stukken in. Dus dat schiet. Het is allemaal niet zo, niet zo makkelijk dus. Nee. Dus Onno is toch terug. Wel inventief verdedigd van Arthur. Dus dat, dat doet hij goed. En wat ook wel een bekend thema is, dat als je dan eenmaal, goed, je geeft dan die witvelige loper met zwart. Maar als je dan met als je D5 voor elkaar krijgt, dan heb je toch weer veel stabiliteit met zwart. Mm-hmm. Nou, voorlopig heb je nu een mooi paard op E5 staan. Dus, ja, dat is ook goed nieuws. Ja. En, ja, hoe, en loop F6 doet hij, denk ik. Mm-hmm. Dan een keertje D5. Ja. De paard moet inderdaad even weg. Ja, dat is wel schitterend in de touw gehangen. Tor A7 om C7 te dekken, zodat je D5 kan doen. Ja. Oh ja, moet die dame dekken. Ja. Misschien kun je even laten zien. Als dan, stel dat je doet het niet. Ja, dus als je D5, dan kan je meteen slaan. Ja, ja, en dan heb je die penning hier. Ja. Dus Tor A7. Het is wel mooi, een beetje kromme zet om een positioneel wenselijke zet, namelijk D5, mogelijk te maken. Mm-hmm. Dat is ook wel... En het dekt in principe ook nog de zevende rij. F7 helpt hij dan ook een beetje mee. Ja, daarom. Dus het is voor de rest niks mis met toren A7. Maar ja, ik zit even kijken. Kun je niet... ik wilde eigenlijk op de zevende rij binnenkomen. Maar misschien kan dat niet. Maar je slaat met je D-paard, denk ik, verrassend. Oh ja. Om exact die reden, denk ik. Ja, ik wilde inderdaad dat paard van H7 weer in de wedstrijd brengen. Maar, ja, terecht. Maar waarschijnlijk als je die doet, dan is loper A2 gekild. En dan wij schrikken zoiets, een paardje weer hierheen. Mm-hmm. Of hij gaat hierheen. Dat kan ook nog aan dat dit dan een soort steunpunt wordt. Ja, maar je moet een klein beetje oppassen dat je niet ingesloten raakt. Hè? Nou goed, dan kan altijd terug naar H7 natuurlijk. Ja, in ieder geval terecht. En dat is het listige met die filidoorstellingen. Mm-hmm. Dat heb ik zelf ook vaak gehad. Dan denk ik van, ik sta lekker met wit, gaat lekker. En dan kantelt het. Mm-hmm. Ik ben net niet de controle. En dan is het zwart opeens positioneel superieur. Dus dus door schade en schande wijs geworden, ben ik wel fan geworden van toren G1, G4, wat ik in het begin zei. Oh ja. Dus dit is moeilijk. Dit zag er zoveel beloofd uit voor wit, voor de pauze. Oh ja. Maar Arthur, maar blijkbaar viel het goed gedaan. Tegen, ja. Ja, wit blijft maar doorknallen. En zwart blijft maar. Hier, Tor A7. Jij zei het nog, verdedigen over de zevende rij. Ja. Ik dacht van, nou, het zal wel. Klopt op zich, maar nu is het ook nog concreet. Ja. Maar zoveel ervaring met die livestream, dan... Dan weet je dat gewoon. Dan weet je dat gewoon. Ja, wat een partij hoor ook. Hier gaat... Je kan niet iets met dit doen, hè? Hey, ik ben dus altijd ben ik aan het kijken, kan ik niet de recalcitrante zet doen, zeg maar. Mm-hmm. Niks geloven, maar ik zie hier geen tactics. Nee, het lijkt te werken. Nou, zwart staat solide ook. Dus dan maar die. Maar dit is niet wat je wil eigenlijk. Dit is de actuele stand. Even kijken, onder de 10 minuten. Even kijken, onder de 5 minuten. Okay. Ja, die jongens hebben ook 1000 keer gesnelschaard tegen elkaar. Dat was vroeger al zo. In dat huisje. Te blitsen. Ja, maar nu zit er behoorlijke spanning op. Hè. Ronde 5 op het NK. Je moet aanhaken voor de top. Je moet eigenlijk winnen. Wil je nog serieuze kans maken? Dus het is toch wel spannende momenten, denk ik. Ja, de druk zal vooral bij Onno liggen. Kijk, hier rechts. Ja, hij doet nu een zet. Ja, en dan zien we ook meteen. Ja, wat de techniek is. Schitterend. Ja, we zien gewoon de speelzaal helemaal vanaf hier. Hè. Ja, de kijker kan het ook redelijk zien. Oh ja, natuurlijk. Ja, de 1, 2, 3, 4e rij, daar zit Onno tegen Arthur aan schaken. Ja, dat is wel een schitterend uitzicht zo. Ja, het is net rechts van het scherm daar. Zo. Ja.
Iedereen speelt op een D&D-board. Ja. Dus wel cool. Mag ik nog één keer klagen over iets? Hè? Ja, ja. Ik vind... Ja. Of een, klagen, maar... Ja, iets aan de kaak stellen. Ja, okay. Nee, ik vind dat ook schitterend. Gewoon een mooi toernooi, alle borden live. Maar bijvoorbeeld, waar ik me dan weer druk over maak, is de meesterklasse. Uh-huh. Ja, die is niet live. Ook onbegrijpelijk. Ja. Sterker nog, kijk, elke voetballiefhebber weet Ajax, PSV, hoe staat het en zo. Nou, ik ben schaakliefhebber. Ik heb geen idee hoe het in de meesterklasse staat. Volgens mij gaat het heel goed met een bepaalde club. Ja. Maar eigenlijk, ik krijg dat eigenlijk niet mee. Ja, nauwelijks mee. Het is bizar. Ja. Ja. Nou goed, ik probeer een beetje contact gelegd met de andere clubs van de meesterklas om te overleggen hoe zouden we dat mogelijk kunnen maken. En doen ze dat in de Bundesliga niet? Daar staat gewoon in het reglement. Ja, ja. Maar goed. Die discussie zal ook ooit gevoerd zijn, maar daar staat het gewoon in het reglement. Hm. Dus dat is niet meer een keuze. Mm-hmm. Dat staat gewoon in het reglement. Verplicht. Alles live natuurlijk. Mm-hmm. Maar in de Bundesliga staan ook dingen over temperatuur en de formaat van het bord. En, die Duitsers pakken dat even grondig aan. Ja, ja, en terecht ook gewoon. Topsportklimaat. Gewoon je hoogste klasse. Ja. Dat moet je serieus aanpakken. Mm-hmm. En waarom moet dat? Ik denk dat topsport en breedte sport elkaar nodig hebben. Mm-hmm. Dus topsport heeft breedte sport nodig. Want zonder grote massa breedte sport is er gewoon geen top. Mm-hmm. En, maar omgekeerd ook. En dat vergeten we in Nederland momenteel. Dat breedte sport ook topsport nodig heeft. Dus er heerst nogal een breedte sport klimaat momenteel bij de KNSB. En, mm-hmm. en dat is een kwalijke zaak. Want ik denk dat topsport een beetje de rol, een soort aanjagende rol heeft. Ook voor van alles nog wat. En ook, hoe zal ik het zeggen... het wordt allemaal wat kariger in zijn geheel. Ik denk dat er van topsport ook een inspirerende werking uitgaat voor de breedte. Ja. Dus Arnie Skiri natuurlijk, maar ook Jordan van Vreest. Maar ook hier de topjeugd, maar ook bijvoorbeeld de meesterklasse. Dat is een hartstikke leuke competitie om te volgen. Mm-hmm. Je moet een beetje durven. Je moet dat in het reglement durven zetten. Anders wordt het allemaal steeds minder. Maar wij spelen ook op dezelfde... ik speel ook een KNSB-wedstrijd. Maar dan is dat op hetzelfde moment als jij speelt. Ja. Ik kan niet naar jou kijken. Dan, Nee, maar het punt is, zodra je klaar bent, kan dat wel natuurlijk. Ja. Kijk, zoals het nu is, als ik klaar ben met mijn partij... en ik loop met mijn tegenstander naar de bar om een drankje te bestellen... daarna gaan we samen analyseren. Ik zet ondertussen, terwijl ik aan de bar sta, mijn telefoon aan... Mm-hmm. Als ik dan in één oogopslag kan zien hoe de rest van de meesterklasse ervoor staat, dat vind ik al fantastisch. Mm-hmm. Bovendien kan ik, dus vanaf het moment dat je zelf klaar bent, en dat gaat ook voor iedereen tot en met de zesde klasse, zodra je zelf klaar bent, kun je kijken. Mm-hmm. Dat is gewoon spannend om te volgen, gewoon de rest van de tijd. En als jij zelf... Misschien kun je iets later beginnen, tot wij iets eerder beginnen. Dat jullie iets laten beginnen. Dat zal moeilijk om te zetten zijn. Maar alleen al dat het gewoon dat zo is. En dat je dus de rest van de zaterdagavond alles nog even kan naspelen. Mm-hmm. Want nu zit je vaak tot woensdag te wachten. Tot alle verslagen er zijn, als ze al komen. Ja, dat is wel een beetje fragmentarisch ook vaak. Hè? De partijen, sommige matches zijn de partijen nog steeds niet ingevoerd maanden later. Of dat zal nooit ingevoerd worden. Ingevoerd. Wat nou ingevoerd? Mm-hmm. Dus het is allemaal zo knullig. Ik heb zelfs bij UNA gespeeld een tijdje. UNA? Dat ken ik niet. Dat ligt bij Dortmund rechtsaf. En zelfs daar moet je de partij inleveren en wordt dat door iemand ingevoerd. Welke klasse was dat? Ja, ik weet niet veel. In ieder geval een vage klasse. Dus het was geen hoge klasse of zo. Het was gewoon, laten we zeggen, vierde klasse KNSB. Ja. Dat werd gewoon ingevoerd. Een soort Oberliga of Landesliga of zo. Landesliga is in Noord alleen. Ja. Nee, maar daarom. Ja. Maar ik denk dat inderdaad dat je 90% of 99% van de competitiespelers daar niet mee hoeft lastig te vallen. Maar voor de hoogste klasse kun je dat gewoon doen. En dan is het gewoon leuk om, als Jordan van Vrees nog een keer competitie speelt. En die andere toppers en jeugdtalenten, jeugdtoppers. Ja, dat is gewoon leuk om te volgen. Het is niet zo ingewikkeld allemaal. Natuurlijk is het even...
je hebt iemand nodig die die liveborden natuurlijk vier keer per jaar moet die borden aanschaffen. Maar Apeldoorn heeft bijvoorbeeld liveborden, en passant, Groningen ook. Ja. Zeker drie clubs hebben het al. Mm-hmm. Een aantal clubs zijn prima in staat om dat te realiseren. Mm-hmm. En er zijn wat clubs die er misschien wat meer moeite mee hebben om dat om te zetten. Maar misschien is het wel mogelijk om als bond om dan die clubs een steuntje in de rug te geven. Mm-hmm. Weet je wel. En dan kun je het omzetten met z'n allen. Ja, dat heeft heel veel voordelen, heeft dat. Mm-hmm. En, hoe langer je erover nadenkt. En ik vind het grote klasse dat hier gewoon alle borden live zijn. Tot volkomen terecht. Mm-hmm. Want alleen al de papa's en de mama's en de opa's en de oma's, dat maakt niet uit als Jantje of Pietje op het laatste bord zitten spelen, maar die zit ook gewoon live. Tuurlijk, ja. Dus, en zo hoort het. En dat is, dus ik kan het ook mezelf aanrekenen en mijn collega's en vrienden en ook mijn vrienden bij andere clubs. Ja, we zijn daar gewoon te passief in. Dus je kan wel wachten tot het bond het allemaal realiseert, maar die clubs hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Het zijn allemaal volwassen mensen met vaak hoog opgeleid en genoeg mogelijkheden, maar we zitten een beetje lui af te wachten. Waarom doet men niks? Weet je, terwijl je zelf ook wat kan doen. Absoluut, dus we kunnen het onszelf aanrekenen. Ja. Maar het enige wat ik de bond aanreken is dat die het niet in het reglement opnemen. En de koppen bij elkaar, of iedereen bij elkaar roepen. En zeggen van, nou jongens, zullen we dat nou maar eens gaan invoeren? Want maar er is nul visie, nul beleid. Mm-hmm. Sorry dat ik het zeg. Maar, nou ja, volgens mij hebben ze wel, zijn ze daar wel druk mee bezig bij de KNSB, maar misschien op dat punt. Op dit vlak is er gewoon geen beleid. Nee, nou, okay. Het is niet beleid van, het is wenselijk dat de partijen live zijn. Mm-hmm. Spreekt die mensen wel. Mensen doen allemaal keihard hun best. Bijvoorbeeld Koos Tolk. Zonder Koos Tolk heb je geen KNSB-competitie. Mm-hmm. Maar het hangt niet alleen van Koos af. Koos heeft ondersteuning nodig van de rest. Ja. Maar goed, we zijn er. Okay. Maar goed, ik wil het toch. Het is indirect een compliment voor de mensen hier. Dat het toch maar weer gerealiseerd is allemaal. Ja, want hier doet Fons doet alle liveborden hier regelt dat. Dus eigenlijk. Als Fons omvalt, dan hebben we morgen geen live partij. Dus we hopen dat Fons het allemaal trekt deze week. Fons hem maar een extra drankje geven. Het doet heel goed. Ja, nee, dat is klasse. Ja. En dat is voor de uitstraling. Want hoe ga jij commentaar geven als de partij niet? Dat wordt lastig. Ja. Dan moet iemand zoals vroeger met een notatieboekje naar beneden. En dan bordenjongens. Ja, bordenjongens en dan of meisjes. Hè, dan weer erboven lopen. Ja, dat is een gedoe. Ja, dat kan alleen niet. Hè? Nee, dus dat. Maar goed, et cetera. Dus dat. Afijn, ondertussen was Onno tegen Arthur in de tijdnoodfase. We zitten weer een paar zetjes verder. Ja, paard 3 is het laatste wat we gezien hebben. En toen werden de laatste paar torens ook geruild. Lopen maar A5, dat snoept een pion. En nu trekt Onno aan de noodrem. En waarschijnlijk zegt hij, goed, als ik. Als de dames eraf zijn, misschien win ik die pion zelfs terug en dan dus remise maken. Ja, als de dames eraf gaan, dan gaat hij wel wat terugwinnen. Het is zwart ook het nodige zwak. Maar goed, het is niet relevant, want Arthur zegt nee, geen interesse in dameruil. Ik doe die. En die. En hij zal. En nu komt dat peert eindelijk weer terug. Het is al lang gestaan. Ja. Slecht paard, maar ook, is ook niet meer slecht. Dus, Zwart heeft heel mooi in de touwen gehangen. Ja, je wist. En nu, dus dat is ook een schitterende ideeënstrijd in deze partij. Maar ja, Onno, het is dus lastig als hij dit nog wil gaan winnen. Het is heel lastig zelfs, denk ik. Hè? Ja, dat klopt. Ik denk dat je dus Zwart de beste kans heeft. Dus, maar toch, die ongelijke loperstellingen, die zijn, dat is ook zo'n cliché. Mm-hmm. Ze blijven maar opduiken. Ja. Ongelijke lopers is remise. Of dat is het. Ja, dat is al genuanceerd volgens mij. Tenminste, het laatste wat ik weet is dat niet. Ja, is het pas in het verre eindspel komt dat pas aan de orde, toch? Ja, exact. Ja. Maar je moet ze de kost geven die nog steeds roepen. Oh ja, dat is remiseachtig, toch? Ja, dat is waar. Ja. Dus dat blijft een hardnekkig. Klopt. Ja. Ja. Maar dus ongelijke lopers maken de stelling scherp. En ik hoop dat de mensen thuis meeschrijven. Want de stream terugkijken, dat kan tegenwoordig ook nog. Ja. Ja.
Maar ja, die ongelijke lopers maken de stelling scherper. En dat, en, maar zo'n ongelijke loperstelling kan ook kantelen. Dat is ook interessant. Dus, Hoe bedoel je kantelen? Nou, als je het initiatief kwijtraakt, dat opeens... Okay. Dus stel, zwart staat hier goed. Zou maar zo kunnen. Mm-hmm. Maar als je het initiatief kwijtraakt, dat het dan tegen je gaat werken, ja, die ongelijke lopers. Ja, okay. Ja, ja. Dus dat is ook nog weer spannend. Nou, een tijd naar fase. Mm-hmm. Laten we even een beetje jumpen. Kijk, ik zie dat de Machteld klaar is. Oh, die heeft gewonnen. Ja. Ja, ja, ja. Dat was wel in de lijn der lijn van de verwachting. Wat hadden we nou... Waar waren we eigenlijk? Ja. Oh ja, die hier waren we. Ja, ja. Toen zeiden we van, nou, wit moet wel goed staan, maar we konden er nog niet de killer blow maken. Klopt, want Toren de Jacht leek nog een soort van taai. Ja. Maar een paard maal E5 is dat niet. Nu of 6. Ja, dame, nee, dit is helemaal klaar. Oh, wel mooi gespeeld. Ja, dreigmat op G6. Dreigmat op D7. Ja. Dreigmat op E7. Ja. En mat. Wow. Sportief, gentleman-like van Vadim om het mat uit te laten voeren. Ja, dat is een uitstekende partij van Machteld. Zo, ja. Ja. Staat ze weer meteen op de kaart, hè. Dus, ja, dus eigenlijk legt ze de druk ook een beetje bij Eline, want die stond een half puntje voor, volgens mij. Dus niet in steek laat, dus dan is het vaak weer gelijk. Wat mij betreft de beste partij van vandaag deze. Ja, ja, oké. Okay. Ja, met heel veel power gespeeld. Ja, en ja. Lef. Mm-hmm. Maar niet als een... Roekeloos of dus. Ja, nee. niet heel cheap of als een kip zonder kop naar voren. Gewoon het echte schaakgaan. Mm-hmm. Dus dat ziet er goed uit, ja. D7 nog een keer, terwijl je goed staat. Moedig, ja. Ja, ja, ja. En als ik het zo zie, ja, wel achteraf gezien aantrekkelijk D7, ja. Maar mm-hmm. je moet het maar durven. Ja, ik kon het niet meteen zien of je nog iets terugkrijgt, hè. Nee, dus dat is heel moedig gespeeld. Ja. Dus even kijken, dus bij Sascha tegen Eline. En kijk, er is toch weer wat gebeurd. Hmm, oké, wit heeft zijn koning wel verbeterd. Verbeterd. In het centrum gezet. Oké, H5, dit is... Dat... Oh, zie je dat? H5 is toch, nu zit je toch in zetwang met wit. Je moet een zet doen, ja. Maar een loper zet. Oh ja, dan geef je die een van die pionnen op. Ja, pion zetten raken. Maar H4 wil je ook niet doen, want die gaat er dan ook af. Ja, precies. Kun je een target. En dus dan moet je een koningszet doen, maar ja, dan kun je waarschijnlijk wel... Dus je moet die doen en toen... Maar ja, voor zwart ook weer een soort... Zwart krijgt ook ruimte, ja. Dingetje, zwart koning, witte koning gaat hierheen. Eten. Ja. Wie is de eerder? Dan moet je even rekenen, hè? Ja, een zwarte 2 B-pion. Zie je dat die B-pion, je hebt er 2. Ja, ja, ja. Dus ben je hartstikke druk mee om die allebei te eten. Dus toch lekker dat je er 2 hebt, zeg maar. Ja, ja, beter dan 1 dan. Dus het was alweer heel verleidelijk om te denken, ja, die tweede pion, die tweede B-pion heb je niet. Geef maar weg. Ja. Ja. Nee, niet doen, jongens, niet doen. En nu, wat is aan de hand? Ja, je mag niet pakken waarschijnlijk inderdaad, hè. Dus, en nu kan je met loper E3 nog consolideren. Maar kijk, zijn er serieuze winstkansen nu voor zwart? Altijd. Altijd. Ja. Maar dat is wel een soort modern gegeven inderdaad. En dit lijkt me... Het leek me al nog steeds niet zo comfortabel. Mm-hmm. Je gaf het al een beetje aan. Hè? Het hing al in de lucht van oei, dat zou wel eens lastig kunnen worden nog voor wit. En dat is de ervaring ook. Als je tegen. Je zit toch iets onprettig. Mm-hmm. Er is niet zoveel materiaal meer op het bord. Toch iets onprettig. Sterke tegenstander. Mm-hmm. Dat is al onprettig. Ja, 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 ja. Het is, en je weet, de natuur van schaak is dat het altijd doorgaat. Mm. Het gaat altijd weer door. Dus dan het lijkt dan dat het klaar is. En dan zit er toch weer een lulligheidje in. En dan gaat het weer door. Volgens mij klopt die tijd wel, dat Eline inderdaad heel veel tijd heeft verbruikt. We zien nu, wij kijken even naar rechts en ik zie dat Eline nu van het bord is. Nou, ze loopt nu de speelzaal in, midden in de beeld waarschijnlijk. En Sascha is toch een beetje met zijn, ja, dit is toch wel een aardige denkhouding. Hoe houdt hij dat droog? Ja, dit is niet fijn.
voor de zwarte. Nee, dit is geen makkelijke houding, nee. Dus het is ook niet zo relevant of het gemis is of niet. Dat is ook wat men zich altijd, of amateurs zich dan afvragen. Maar hoe kom je erheen? Of vindt het wel? Ja, ja, dat is mijn vragen dus. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja maar dat, ja. Dat is niet de kern van de zaak. Wie staat er beter en kun je nog pushen? Ja. Uh-huh. En dan, nou ja, goed, en dan weet je, dan gaat het, dan begint het pas. Uh-huh. Zoals Manuel Bosboom zou zeggen, dan begint het pas. Dus, ja. En dan, als je onder druk staat, komen er nog foutjes bij. En dan achteraf kijk je met de engine van, ja, oh, zo heb ik, dat was remise en dat was remise. Ja, dat is allemaal leuk, maar ga die stelling in de praktijk maar verdedigen. Ja, heel onprettig. En je kan jezelf niet zoveel aanrekenen als je hem dan nog verliest, zeg maar. Want dan is het niet van, oh, mijn eindspel is slecht of zo. Nee, je stond gewoon een paar uur onder druk. Ja. Dus dan ben je niet meteen een slechte eindspelspeler, maar hoort er gewoon bij. Maar oké, ik weet niet. Wat denk jij, is dit nog binnen de marge? Ja, nou, ik heb eigenlijk niks concreets berekend, maar ik denk nog wel dat het ergens te houden valt, eerlijk gezegd. Ja. Nou, dat zou me niet verbazen. Ik vermoed wel dat Eline nog even aardig wat setjes gaat proberen, om het toch nog naar winst te voeren. Ja, mijn gevoel is dat het nog binnen de remise marge is, maar dat het 0-1 gaat worden, omdat het gewoon niet zo makkelijk is. Nee, oké. Okay. Maar goed, zullen we terugkijken. Even kijken, dus dat... Nou, dan zijn we er bijna een full insider, hè? Want het zijn de koplopers. Dus als dat inderdaad Eline wint, dat is een hele goede uitgangspositie creëert. Hoewel... Ja, maar ze blijft een halfje voor dan. Ja. Ja, is een halfje en nog twee rondes te gaan. Dit is ronde 5, hè? Ja. 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 Oké, okay, even kijken hier. Het is Onno, hè? Onno, toch wel goede stukken. Z40 bereikt met wit. Is toch wel weer Onno die aan het pushen is hier, denk ik. Hoe is het mogelijk? Ja. En we keken net en dachten van zwart is oké. Okay. Ik dacht ook dat het zwart stekende comeback gemaakt. Dat denk ik ook wel, maar nu blijkt wit toch weer over te pakken. Goed. Dat is toch ook knap eigenlijk, hè? Ja, dat is ook kwaliteit, want hij staat wel vaker zo. Onno heeft ook een bloedhekel aan verliezen. Dat helpt wel dan. Ja. Onno is niet te genieten als hij verliest. Vindt hij helemaal niks. Arthur speelde heel, ramde die klok bijna. Speelt hij die net binnen de laatste secondes of zo? Nou, misschien wel ja. De laatste twee seconden op de klok. Oi. Ja. Het is nu pas heeft hij de 40ste zet gehaald. Met 2 seconden op de klok. Ik zag hem en ik, met zijn handen in zijn haar. Oef. Dat is even een stressmomentje, denk ik. Dat klopt, ja. Maar daarmee geeft hij wel... haalt het even niet door. Ja, maar nu paar maal B4. Ja. Kijk, ja, Onno krijgt dus direct tijd bij. Hè. Dus dat is, die gaan nu naar 0, maar die kan rustig even nadenken. Oh, hij doet toch nog even een snelle zet. Hij slaat gewoon die pion eraf, volgens mij, als ik dat zo zag. Ja, maar die inderdaad. De dame al F5 is mat in 1. Oh, sorry, paard H7 kan niet F5 slaan. Dame al F5 geeft ook je dame weg. Sorry, ik dacht op een van de reden dat paard H7 F5 aanviel. Okay. Nou, dit is ik denk dat dit verloren is. Dit staat in een keer een pion voor. Ja, en dominant met name. Dus Onno gaat waarschijnlijk toch weer meedoen voor de bovenste plekken. Nou, dat is toch wel ook veerkracht. Ik wilde ook nog iets zeggen over zelfvertrouwen en als je in een toernooi in een partij als je favoriet bent of mede favoriet en je verliest dan naar ronde 1 of naar ronde 2, dan val je minder of meer een beetje af. Okay. Wat doet dat met je zelfvertrouwen en hoe ervaar jij dat in een toernooi? Je hebt ook wel eens een toernooi waarschijnlijk op vrij hoog niveau gespeeld en dan... Want als je eenmaal in de flow zit, je scoort lekker en dan heb je ook meer zelfvertrouwen, denk ik. Ja, maar het is een mentaliteitskwestie. Dus bij mij is het vaak ook behelpen aan het begin van het toernooi. Dus ik moet vaak wel terug vechten, anders hou ik geen toernooi over. Dus dat ik zo heel lekker begin in een toernooi, dat is zeer zelden. Mm-hmm. Dus ik heb mezelf wel aangeleerd om te blijven knokken dan, in zo'n toernooi. En jij hebt er nog wel meer die daar echt onbekend staan. Dus dat is het, zeg maar. Dus het is als je voor jezelf besloten hebt dat je altijd blijft knokken. Ik krijg nog een paar complimentjes in de chat. Daarvoor hartelijk bedankt. Ja, leuk. Ja. Leuk te horen.
Ja, dus dat is meer een mentaliteitskwestie. Dus ja, het geeft, doet met iedereen zijn zelfvertrouwen. Iedereen zijn zelfvertrouwen krijgt een knal als je verliest in het begin van het toernooi. Dat is heel onprettig en natuurlijk kost dat zelfvertrouwen. Maar dan is het de vraag, wat doe je daarmee? Hoe ben je, ben je getraind, zeg maar? Wat is je instelling? En, ja, bijvoorbeeld Thomas Beerts is dan een jongen uit Apeldoorn. Die heeft een fenomenaal goede mentaliteit. Echt niet piepen, altijd door en doorbikkelen gaan. Mm-hmm. Dus dat, ja, zo zijn er nog wel meer te noemen. En, die maar het ligt ook een beetje aan je karakter. Dus je zegt van, ik trek me een beetje aan en het is toch niet zo makkelijk om daar overheen te komen. Maar die Thomas Beerts, die Carlsen staat er ook bekend om volgens mij. Ja, en die meiden hier ook, Eline Machtold, is ook bikkels. Dus ja. Pikken altijd al door en die er zijn er best veel. En daar gaat het om. Wat is je instelling? Mm-hmm. Dus een mooie partij winnen en dat het allemaal lekker gaat, dat kunnen we allemaal wel. Zeg maar mm-hmm. wat ben je waard als je het op een domme manier helemaal verprutst? Mm-hmm. Dat kennen we ook. Allemaal. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat gebeurt ons allemaal, maar hoe ga je dan mee om? Mm-hmm. Ga je dan zitten kniezen of bouw je even goed en dan ga je dan weer door? En daar gaat het om. Dus ze doet altijd wat met je zelfvertrouwen, dat is vreselijk. Ja. Maar, ja, nee. En de zwaargewichten komen altijd terug. Dat gaan we volgende maand ook bij die candidates weer zien, bij het kandidatentoernooi. Daar zitten alleen maar zwaargewichten. Ja, ja, ja. Dus het valt me altijd op dat degene die na de eerste helft een beetje onderaan bungelen, die komen altijd weer terug in de tweede helft. Een soort regressie naar het gemiddelde of zo. Mm. Dus dat blijft altijd maar doorgaan. Dus nooit eentje de kop van Jut of zo. Het is allemaal goed. Dus dat is wel, vind ik wel leuk. Ja, ja. Kijk ernaar uit ook. Ja, ja. Maar hier, wat. Ja, ja. Dus Onno waarschijnlijk. Ik denk dat Onno gaat winnen. Tjonge, ik denk dat. Die tijd wordt fase goed doorgekomen. Ja, dit is ook super spannend. Hier gaan we zo natuurlijk nog terugkomen. Ja. Hoe is bij de. Want dit is jeugd A. Ja, ja. Bij de meiden AB. Meiden AB. Gaan we even de stand. Hoe was dat ook alweer? Bij de AB, daar was. Jullie was koploopster met 3,5 punt. Gevolgd door Rolinde en. Oh ja, die had 3 punten. En daarna. En een groepje met 2,5. Ja, en Julia die stond er goed voor. Rolinda had dus verloren door die blunder. Dat hadden we nog niet echt laten zien, geloof ik. Hè? Of wel? Hadden we wel laten zien, ja. Ja. Ja, ja, ja. Oh ja, ja precies. En, kwaliteitsoffer was dat op C3. Ja, ja dus Julia die kan goede zaken doen. Als ze hier wint dus. En die heeft inmiddels 2 pionnen meer, dus... Dat ziet er goed uit. Dus die... Ja, want we hadden al vastgesteld, het is inmiddels weer een tijdje geleden, maar dat Zwart hier het initiatief aan het overnemen was. Maar je kan ook het tegenstellen van zelfvertrouwen, choken. He, dat je op matchpoint staat met tennis. Ja. En dan ga je een keer knikken en knietjes krijgen. He. Dus, ja, kan nee, dat kan ook, ja. Ja, ja. En, maar jullie lijkt dat hier goed af te gaan. Mm-hmm. Ja, dat is als je voor het eerst in de situatie komt dat je denkt van misschien word ik wel Nederlands kampioen. Je probeert het gewoon, het gaat goed en op een gegeven moment realiseer je van, verdorie, het gaat lukken. Ja, of niet. Ja, of niet. Ja. Die twijfel, ja. Maar ze doet het keurig volgens mij. Oh, hier is een... Oeps. Hier is een blundertje, want hier verdwijnt een pion. Ai. Maar E7 hangt... Oh nee, C1 blijft hangen. En nu is E7 gedekt, dus... We hadden al een gevoel dat zwart al lekker stond op een gegeven moment, hè, na de opening. Dat klopt. Is, ja. Dat... E6 is ook een hele goeie, want dat blokt alles, die hele E-lijn. Nu staat dat netjes geblokkeerd. Weer een tactic. Oh, ik zou nu dame man de 4 doen, denk ik. Dame rel. Ja, offertjes op A6, ja, wie weet. Ja. Wel, dit is wel een bikkelzet, gewoon die dames op bord houden. Ja. Ik zou toch een beetje lui dat eindspel pakken. Ja, ik zou gewoon denken van, die toren kan nog actiever, boom. Okay. Ja, ja, wat goed. Ik vind het wel logisch. Oké, maar nu is het dan ook, het betaalt zich wel uit. Ja, ja. Schaak. Oh nee, nu is alles kwijt. Oké, okay, dus Jule gaat winnen en is... Of heeft ze al gewonnen? Ik zie het er al niet meer zitten volgens mij. Wel. Nee, volgens mij is ze al gewonnen. Ja, nee, die is wit ze opgegeven hebben. Dat betekent dat ze dan... Ja, is dat dan een punt los dan? Hè? Ja, dat is de grote favoriet nu.
Ja, en ze heeft het keurig gedaan, dus dat, dat is terecht. Ja. Het is altijd terecht, maar het is ook ze heeft het overtuigend gedaan. Ja, zeker. Even kijken, jongens B. Jongens B, of nee, jeugd B is het, hè? Jeugd B. Jeugd B. Ja. Er speelt geen meisje mee, geloof ik. Hè? Nee. Even kijken, wie hebben... Oh ja, Dylan, dat was de koploper met 3,5 uit 4. Ah, ja. En gevolgd door Loek en Leandro, die heb ik al... Een tijdje geleden, in de pauze liepen ze de... Leandro liep... Ja, dat was die stelling... dat was die deze stelling, ja, met die pionnen. Oh ja, oh ja, dat hadden we al gezien. Van, oh ja, dat was heel overwegend inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, en Luke tegen Dylan, daar had Yannick het nog over, dat het spannend was. We hadden, wat was dat nou? Oh, dat was die, die Grünfeld, oh, ja. Een toren tegen... Een pionnen tegen lopenpaard. Oh, heel, ja, ja. Wij kwamen er volgens mij... Wij kwamen er niet uit, hè, geloof ik, hè? Nee, we wisten niet helemaal hoe het stond. En, nee. Ja, ongeveer hier hadden we. Ja, hier klopt, kwamen ja. We erin. Hier zaten we te kijken, inderdaad. Ja, ja, zeker. Ik dacht dat het in balans was. Maar... eens even kijken hoe die partij zich ontwikkeld heeft. Wit. Toch wel dominant. Die lopers, hè? Ja, die lopers kunnen soms net zo sterk zijn als torens, eigenlijk. Ja, inderdaad. Als ze maar lekker ruimte hebben om te bewegen, dan... Ja, en een lopen paar met name. Ja. Hoewel nu wel... Oh, ik zou toch even achter wachten. Een paar torens te ruilen. Dat kan, hè? Ja, dat is als pent dan, denk je. Ja. Dat kan je niet ontwijken. Dus als je... Als kwaliteit voor staat, dan wil je wel torens rijden. En als je kwaliteit achter staat, juist niet. Dan wil je je resterende toren houden. Maar, ja, ja, ik snap het. Ja. Ja. Oh, en dit is als... een grote tijdnood, hè? Oh, dus we moeten nog 10 zetten doen dan nog. Oef, hallo. Ja. Dus dit is allemaal vrij rap gespeeld. Ja, klopt. En wat hebben we nu dan... Dus één pion teruggegeven daarvoor wat torens. Oh, nu gaat het vliegen. Ja, tijdnood wel wat je zegt. Oké, laten we maar fast forward naar de 40ste set. Dus het vliegt een beetje alle kanten op. Oef, dit is al een mokerslag. Paard of 6. Ik zou hier lopen man doen. Hoezo? Die pion is nou toch één stapje dichter bij de promotieveld? Nou, het ziet er dominanter uit. Ja. Dat zou mijn bewegingen zijn. Ja, die lopen krijgt lekker meer beweging. Ja, je domineert de stelling meer. Ja, dus dit is Demo E5 statischer. Dat is ook geen slechte set, maar... Mm-hmm. Ja, dus wat ik eerder zei, activiteit van stukken is belangrijker dan structuur. Mm-hmm. Dus wil je activiteit maximaliseren met lopen maal E5... Dan is lopen maal E8, dus de eerste set inderdaad. Ja. En je hebt meteen... Ja, het is bijna matachtig beginnend eruit te zien. Mm-hmm. Ja, en als je, wat ook een soort vuistregel is, als je paard weet te ruilen, zeg maar, voor die loper, dus dan hou je 2 lopers tegen een toren over, mm-hmm. Dat is zeer deprimerend voor de toren. Ja, dus ja. 2 lopers zijn zoveel sterker dan een enkele toren, dat is, dat maakt het aantal pionnen bijna niet meer uit. Oké. Okay. Dus dat is ook een soort, tussen die indruk heb ik altijd. Maar pionmaal kan natuurlijk ook. Oh, hier zijn we nu. Ja, dus dit ziet er veelbelovend uit voor wit. Toch voel je, hè, dat... We kunnen ze hier zien, zit hier bij... Dat zijn... Ja. Ik heb mijn bril niet op, dus... Oh, oké. Okay, dus ik zie waar wel wat mensen zitten daar, maar ik heb geen idee wie. Oké. Maar je voelt dat die lopen op G3 kan nu een beetje een target of een doelwit worden. Ja, ja. Dus dan moet je weer wat met die lopen. Die had ook kunnen shinen op E5. Ja, ja. Zeker. Ja, dit lijkt me nog steeds goed voor wit. Lijkt me goed voor wit, maar het ik vond het net duidelijker. Maar dit soort stellingen, net zoals die stelling van Machtold, dit kost ook energie, hè? Ik bedoel, dit krijg je ook niet 11 dagen op het bord, 3 lichte stukken tegen toren loper en wat pionnen.
Klopt, ja, nee, het vreselijk, verzin het maar, verzin het maar of een plan. Ja, je zit al de hele middag te zweten. Dus dit... Ja, het is ook zo, als je dat initiatief hebt, en maar je pakt niet door, dan kan je het ook weer kwijtraken. Dus mm-hmm. Wit moet een beetje uitkijken dat hij wel blijft domineren. Ken jij het fenomeen als je denkt van ik sta goed, en dat je dat als het ware met je meeneemt in de partij van ja, maar ik stond er goed, ik gooi er nog wat tegenaan of dan verlies je een beetje de objectiviteit als het ware. Ja. Ja, klopt. Ja, nee, zeker ja. Dat, en dan kan in bepaalde stellingen gewoon helemaal, helemaal in je gezicht slaan. Hè? Ja, nee, dat klopt ja. Als je het gevoel hebt dat je een kans hebt gemist, dat je dan je verwachtingspatroon te hoog blijft. Ja. Ja, ja. Nee, sterker nog, ik heb het idee dat die witte pion niet zo hard gaat nu. Terwijl als je met de loper slaat, ja. En je zet deze hier neer en deze hier. Moet je kijken, man. Ja, hij is al bijna op D7, joh. En dat het de opmars van die pion veel beter gefaciliteerd wordt als het zo staat. Ja, ik ben meteen overtuigd hier. Er staan wel drie stukken op een rij waar een toren ook op staat dan. Hè? Ja, dus maar gelukkig, je kan steeds zo'n setje bouwen hè, met pionnen lopen die ja, op. Ja, nee, het ziet er heel goed uit, denk ik. Ja. Ja. Dit is dus bord 1 bij de jeugd B en bord 1 bij de jeugd A. Is allebei nog bezig dus. Ja, ja. Wel een mooie ronde zo. Ja. Ah, wat is dit? Even terug. Dus we hadden dit gezien. Ja, hier ongeveer. Dit is nieuw. Ja, tot we loopje 3 hadden we het gezien. Ja, en toen kwam die. Ja. Zelfs ook nog wel misschien. Nou, koning eromheen. Die dekken. H-pion kwijt. Kleven. Waarom doe je hier niet? Ah, als je die doet, ga je aan de H-pion kleven. Hmm. Denk ik, hè? Ja. Ja, dan kom je er niet goed langs, want die nu kun je niet naar G3, dus moet hier, maar dan fit die. Dus dit schiet niet op. Dat zal verklaren waarom Eline meteen slaat en die doet. Want als je nu gaat rennen met wit, gaat zwart ook rennen. Ja. Nog meer rennen. Hoe zit dit? Maar dit is toch geen winstpoging met zwart? Wel? Nee, dat lijkt me niet. Hè? Je moet die loper geven. Ja, maar die andere loper die dekt op H2. Dan is die witte koning veel sneller. Ja, dus misschien winstkant voor wit. Ja, dat klopt, ja. Maar, wat was dit? Dit is gespeeld, koning G2, in plaats van... wat deed jij? Nee, dat is... Oh, ik weet niet, die zitten zeggen. Oh, nee. F4, ja. Oh ja, ja. Kan je ergens klikken dat je... Oh nee, F4 is de laatste zet. F4, sorry. Want er zit ook zo'n... Waar moet ik klikken om de actuele... Dat je zeg maar refresh... F4, dat zit zo'n dingetje om, hè? Oh, oké, dat kadertje is het laatste gespeelde zet. Ja, daar is een woord voor. Ja, kader, ja. Oké, dus ja. F4, die is gespeeld, ja. Ja. Oké, ja, maar dan... Maar dat is wel apart, zeg. Gaat dat goed? Kantelt het hier niet? Oké, nog een keer. Eerst even H4 checken nog een keer. Dus stel H4, dan... Ja, die dreigt te rennen. Dus je moet sowieso F5 doen. Ja. En dan... Ja, dan die. Dus H3, H2, H1 is voorgeprogrammeerd, zeg maar. Dus nu, wat ga je met wit doen? Nou, ik kan toch gewoon F6 nu doen? Ja, en dan geeft dus... Ja. Oh, maar dat was goed voor... Voor wit? Oh, sorry, ik zit verkeerd om te denken, ja. Dus wit, dit is goed voor wit, dus we moeten voor zwart verbeteren. Ja. Sorry, ik zat verkeerd om te denken. Dus... Maar ik heb soms wel bij het eindspel dat ik soms wel de verkeerde kant op ga, weet je wel. Het echt gebeurt trouwens bij de laatste KNSB-wedstrijd. Ik zat op bord 7 volgens mij. En bord 8 die was even weg. En bord 6 was ook weg. En bord 6 komt weer terug. En die gaat achter bord 8 zitten. Zit een halve minuut.
Oh, verkeerde woord. Na een halve minuut ook echt. Oh, mijn woord niet. Oh, pardon. Heerlijk is dat, ja. Ja, ik moet ook altijd even kijken. God, maar oké, zwart moet deze variant verbeteren, dus... Even kijken, hier staat, je krijgt misschien hulp uit de chat. Dit kan wel eens plotseling gewonnen staan, ja. Misschien iets meer te lopen, D7 maal B4. D2 maal B4. Ah. Ah, ja, goed punt. Oh, dan gaat die lopen vanaf, die dekt dan in H2 niet meer of zo. Ja, dus dan... Dan moet je even goed timen dan, hè? Beginnen met H3. F6. En dan slaan op B4. Ja. Mooi motief, ja, inderdaad. Ja, ja. Maar, ja, oké, stel je slaat, zwart rent, wit rent, zwart rent, wit rent. Dit is remise, lijkt me. Ja, maar dit is toch nooit een winstpoging voor zwart? Nee, dit is gewoon meteen remise. Want je geeft met zwart gewoon 100 schaakjes en dan is het remise. Maar ze is toch iets beter? Dit lijkt gewoon... Maar het zou ook kunnen dat ze geen andere winstpoging zag. Nee. Dat zou kunnen, maar het is een beetje linker soep om dit zo te spelen. Ja. Dus H5, F5. En dan lopen C3, wat ik aanvankelijk suggereerde, is gewoon traag. Verliest, denk ik. Ja, verliest. Ja. Lijkt me ook. Dus niet haar... Dus niet lopen ze drie, maar inderdaad dat motief wat net werd aangegeven in de chat. Ja, en dan is remise, denk ik. Maar goed, dus wit heeft wel een lopen meer. Ik weet niet, jij zegt al heel veel schaakjes. Maar ook op is de dame lopen tegen dame wint niet, toch? Ook heb je die B-pionnen niet. Oké. Ja, dat had ik niet aangedacht, ja. Maar goed, dame B1 schaken. En volgens mij kom je ook concreet. Je kan niet over de F-lijn vegen dame F1. Dus dat... Mm-hmm. Ziet er om allerlei redenen als remise uit. Misschien heeft ze dit al wel gewoon gezien en dacht van, nou ja, dit is... Gewoon spelen. Ja, remise en naar huis. Volgende partij. Ja, nou goed, ja. Ze gaat wel tot het gaatje. Dus. Ja. En ze blijven dan met z'n tweeën... met z'n drieën dan. Wat mag dat gewonnen? Dan krijgen we 3 kooplopers morgen. Ja, dat is een zet gespeeld. Oh, H4 is gespeeld, ja, F5 is gespeeld, ja. Nu wel H3, oh nee, sorry, ik zal even opklikken. Ja, precies, ja. En dan H3, F6 lopen maar bij 4. Ja, dan is het geforceerd remise, lijkt me. Mm-hmm. Oké, wachten we even af. Ja. Even een korte blik bij Onno tegen Arthur, Beefs en Butthead. Ja, het is goed voor wit nog steeds. Dit was bij de A-meisjes, AB-meisjes waren klaar. Ja, ja. Topborden in ieder geval. Dit was, zijn we inmiddels hier. Dus, ja, zwart toch zelf ook weer een troef. Dus dit... Maar goed, die pionnen kunnen op een gegeven moment ook weer een soort van vast komen te liggen en dan... Heb je zo 1, 2, 3 wat mat beelden met de 2 lopers en een paard? Of, ik weet wel, met een paardloper en een toren, daar kan ik wel snel wat verzinnen, maar met 3 lichte stukken is dat misschien... Nee, ja, klopt, ja. Dat is ingewikkelder. Misschien, daar heb je die pion misschien nog in nodig. Als je daar iets wil dreigen dan, hè? Zo... Ja, dat is met dat lopenpaar. Je wil 1 pionnetje winnen, nog een pionnetje winnen, nog een pionnetje. Dus als je op een gegeven moment consolideert met wit, dan beginnen de zwarte pionnen ook te vallen als rijpe appelen. Kan die niet gewoon, zo... ik wil nog gewoon matten eigenlijk. Ja. Ja, waarom niet? Laten we het proberen. Ja, dus koning F3 dan. Stel je gaat inderdaad, je blijft rennen, dan gaan we erin. Ja, dit is wat ik bedoel, dat ze op een gegeven moment niet meer verder kunnen, want op die... Oh, B3 hangt ook nog. Ja, maar toch. Maar goed, ja. Die. Die, dan kan ik weer een stapje dichterbij met de koning, denk ik. Ja, 3 moet je nu ook wel rekenen. Oh ja. Je hebt een A-pion ook. Ja, maar goed, als jij mat gaat, dan is het ook goed, hè? Ja, maar ik weet dan niks te verzinnen, maar ja,
Misschien komt er dan een keer een matbeeld binnen. Dus, ja, wie weet. Ja. Dus, die. Ja. Maar toch, kijk, die koning zelf is natuurlijk een verdediger en een loper en een toren. Dus er zijn wel veel stukken die kunnen irriteren. Het is allemaal wel langzaam dit, hè, met wit. Ja, dat is bewerkelijk. Ja. Ja. Ik denk het eigenlijk niet. Dan moet het dus heel voorzichtig worden aangepakt met wit. Dus dit kan nog weer alle kanten op. Oh, we hebben één zit. Hoe kunnen we dit weer, als ik hier refresh wil je laten lopen of zo? Nee. Kan ik hier refresh klik? Nou, dat kan wel. Maar dat is een beetje overdreven. Ja. Oh. Ja, ik wilde die analyse verwijderen en weer de... Oh, dat heb je nu. Maar je kunt ook gewoon volgens mij van de ene partij naar de andere klikken. Ah, zo. Dat is slimmer, juist. Ja, daar was ik een beetje naar op zoek. Ja goed, dit gevecht gaat door. Even kijken bij Eline of daar die... wat is er gebeurd? H3, F6. Ah, ze heeft nu niet lopen maar B4 gedaan. Wat hadden wij dan aanvankelijk? Oh nee, we hebben alleen maar lopen maar B4 geprobeerd, ja. wat remis is. Maar H2, F7, F8. Ja. Oh, nee, ja, dan gaat het door. Oh, maar ja, nee, tuurlijk, dit is ook meteen remis. Dame B1 en klaar. Dame B1, dame ertussen, ruilen. En lopen we over 4. Remis. Ja. Wat een gevecht. Ja. Maar dit is Eline, dus die, ook al is het remise, dan nog speelt ze hem helemaal uit. Mm-hmm. Goede mentaliteit. Ja. Goede mentaliteit. Ja. Dat is te prijzen. Nou, ondanks dat nog steeds goed. Jule heeft gewonnen. Luke tegen Dylan. Ja, die speelt hiervoor. Ja, dit zit er nog steeds. Dus, gaat wel even duren. Ja, dat denk ik ook, ja. En dan hebben we de C-jeugd. Wauw, zijn die allemaal... Oh, die zijn later begonnen. Ja, maar kijk, ik zie er nog wat spelers zitten. Dus het zou kunnen kloppen inderdaad, ja. Arthur de Wint heeft een pion meer. Twee partijen per dag, ja. Je hebt er geen moeite mee. Je zegt van die jeugd moet het gewoon kunnen. Maar voor hen is dat toch wel aardig pittig, denk ik, vandaag. Nou, ik vind dat ze het hele jaar moeten kunnen. Maar dat je bij een kampioenschap als dit, dat je er gewoon één per dag moet doen. Ah, oké. Ja. Dus, eigenlijk moet het toernooi dus over meerdere dagen... Ja, gewoon één dag per partij. Gewoon. Ik heb ooit een keer een weekendtoernooi gespeeld en heb ik drie partijen op een dag gespeeld. Dat is moeilijk. Dus, de derde partij s'avonds, ik moest tegen Theo Jurius volgens mij. En op een gegeven moment hadden we allebei, hij speelde ook zijn derde partij. Ja. Een beetje last van koppijn. Remise, ja. Ik vond het echt zwaar. Ja. Maar goed, toen ik zelf nog in de jeugd zat, deed ik niet anders dan een weekendtoernooi spelen. Maar ik moet er nu ook niet meer aan denken. Als je jong bent dan een jaar of 20 waren, dan deden we dat met z'n allen, gingen we ook nog stappen. Mm, ook nog? Ja. Oké, dan. Dus dat is ook wel bikkel, maar dat op andere manier. Hè? Yes. Ja, notenboomtoernooi met name. Oh, die oude tijd. Ja. Nou, studententijd, dan deden we gewoon 6 rondjes en 2 keer stappen. Dus vrijdag en zaterdag. Dan, goede hardheidstraining. Ja, zeker. Ja. Reuze gezellig. Maar weet je, dit is een ander verhaal. Dit is een serieus kampioenschap. Mm-hmm. Gewoon wat mij betreft één partij per dag. Ja. Dan kun je gewoon het serieus benaderen. En je kan ook gewoon die routine van voorbereiden naar de partij toe leven. Spelen, analyseren. Mm-hmm. Die cyclus en dat er ook nog tijd is voor een hapje eten en een potje voetbal. Dan is zo'n kampioenschap een onvergetelijke ervaring. Misschien ook een voorbereiding op een EK of zo? Of de, ja, dat is trouwens een goed punt, want daar is het wel gewoon zo. En ja, ik denk dat je dat op die manier vorm zou moeten geven. Mm. En dat gehaast, zeg maar, met weer doorjakkeren naar de volgende partij. En we hebben nauwelijks tijd om eten en dan moet je alweer naar bed. En dan 's ochtends, volgende ochtend om 9 uur. Ja, dat is het allemaal, joh. Mm-hmm. Tenzij je zegt van nou, we skippen voorbereiding, we skippen analyse, het is alleen maar spelen. Ja, je loopt er tegen praktische dingen aan. Ik bedoel, het moet allemaal in de vakantie passen. Hè, en sommige, dat hoefde de afgelopen 40 jaar niet. Dus waarom moet dat nu opeens wel dan?
ja, ik weet niet, de tijden zijn ook een beetje veranderd. Hè? Mensen zijn drukker, hebben twee banen, ouders. En, moet dat maar kunnen, weet je. Maar dat is een beetje dat gejaagde van de huidige maatschappij, zeg maar. Is dat een goede ontwikkeling? Ja, van dan af? Lijkt mij niet. Nou ja, goed. Kun je inderdaad je vragen bij stellen, ja. Ja, als ik mijn persoonlijke mening maar goed, geef, dat is ook weer de realiteit. Nou ja, daar zijn we wel zelf bij natuurlijk. Mm. Dus je kunt zeggen van, we gaan daarin mee. Mm-hmm. En het moet allemaal steeds gejaagder en gestrester en kapitalistischer. Of we kunnen zeggen van, nee, misschien moeten we even terugschakelen. Weer de tijd nemen voor dingen. Lijkt me gezonder en mooier. Ja, maar goed, als dat niet algemeen gedragen wordt, dus een mooi denkbeeld, maar als je zegt, nou, de helft haakt dan af, dan kun je ook geen toernooi houden. Ja, nee, dat zijn interessante dingen waar je over kan discussiëren, ja. En dat is wel goed, denk ik, als daar discussie over is. Mm-hmm. Ja, zeker. Eens even kijken. Ja, pionnetje meer voor Arthur. Arthur, en die draait al zo lekker. Dus, en wat we al hadden gezegd is, in dit geval dan witveldige lopers wil je alle pionnen op zwart. Mm-hmm. En Arthur heeft C5 en B4 op zwart. Dat betekent dat B7 een doelwit blijft altijd. Dus dit zal technisch gewonnen zijn. Zo, ja, ja. Dus omdat je met wit een pion meer hebt en de positie naar je troeven. Ja, ja, snap het. Ja. Dus dit vertrouwen we Arthur wel toe waarschijnlijk. Ja, dit zal 1-0 worden. En wat hebben we hier, Kobe tegen Prajit? Prajit was dus de mogelijke belager. Dat was die Karel Kamp-partij, joh. Even kijken. Die met 1-6. Dat speelde hij heel leuk met zwart. Ja, ja. Ja, dus dit was de wit spelen ook. Dit is een volwaardige partij. C5, goede zet. Ja, dus ik begin de indruk te krijgen dat hele F4 van wit was om de boel daar te fixeren. En dan alsnog weer te... Het switchen naar de damevleugel. Ja, 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 ja. C5, hele mooie zet. Dus ook in het Catalaans heb je vaak die C5 zet. Daardoor heb je een achtergebleven pion op D4, maar lopen B7 heb je dan gekild. Mm-hmm. Dat zie je ook het thema, denk ik. Gaat er nog een pion? En hij rampt er nog even doorheen ook. Ja. Want, oké, pion maal dan. Wat is de point hier? Paard D4. Ja, wellicht. En dan slaan we de paard af. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, want dan kom ik de zevende rij weer open te leggen. Ik wilde gewoon mat op G7, maar... Ja. Maar je slaat gewoon met de pion terug, toch? Was je hier... Heel concreet dit. Ja, want die heb je deze tussenzet. Oh, maar je kunt zelfs F-maal doen, toch? Oh, hier F-maal bedoel je? Ja, kan ook nog. Ja. Maar ik denk Davy zal wel sterker zijn. Nee, maar je hebt inderdaad te veel opties daar. Dus het is even de vraag hoe die... je kan ook gaan terugslaan natuurlijk. Indien het dan zo komt. Maar goed, je hebt hier nog niet gewonnen met wit. Taaie stelling nog. Hmm. Tricky. Maar damemaal. Ja, dus dit C-maal D kon ik niet meteen overzien. En damemaal. Dan. Met die eraf. Ja, het is geen mat. Oké, maar paard F3, G5. Hè? Ja, dat is wel. Maar goed, zwart gooit E5 erin. Loop komt daar weer erbij. Wat een partij, joh. Hop, schaakje. Ja, ook kwaliteit, maakt niks uit. Ja. Nee, sowieso niet. Ja, waarschijnlijk om concrete redenen. Ja, ja, dat is natuurlijk dat E6 inderdaad wel een zet is, ja. Dus die dames eraf. Blijft op aanval spelen. Die moet terug. Zwart, wel aardig in de touwen gaan. Dit doet op een abstract niveau denken aan de partij tussen Onno en Arthur. Het wit probeert te domineren, maar zwart hangt in de touwen. Mm-hmm. En ja, ja, ja. Ik snap het. Ja, ja. En toen kwam Onno alsnog weer goed te staan. En hier is het... Ja, dat is dit allemaal. Ik denk dat dit toch weer gewoon het lopenpaar is.
wat de belangrijkste factor is hier. Zwart staat beter vanwege loopbaar, denk ik. Maar het stond tussendoor. Oh, die vliegt er ook gewoon af. Nee, er stond geen pion. Nee, maar dit. Ja, zie je hoe machtig die lopers zijn? Altijd weer hetzelfde verhaal. Nee, dit is zwart, denk ik. Ja, toren moet weg. Valt E5 toch gewoon? Ook ja, en indien niet meteen, dan later wel. Ja. Nee, dus ik had wel het gevoel dat dit goed stond. Dat Kober dat heel goed had opgezet na de opening. Dat wit daar dominant stond en dat hij iets te gehaast of iets te concreet wilde spelen. Mm-hmm. Dat D5, waar we al dachten van, oh, wordt wel rommelig nu, deze stelling. Wit dat D5 erin knalde. Terwijl je geen haast hebt met wit. Je zou, lopen C4 neer kunnen zetten. En rustig de druk verhogen, want je hebt dat C5 was eigenlijk vooral positioneel, net als in het Catalaans, dat je gewoon een soort bind neerzet. Dus je hebt eigenlijk geen haast, niet per se heel erg haast met wit. Dus het leek me tussendoor goed voor wit, maar het lijkt me nu dat zwart gaat winnen. Ja. En dat betekent dus voor de stand, dat ben ik alweer kwijt. De koplopers die winnen volgens mij, dus Arthur gaat dan winnen waarschijnlijk, denken wij dan, hè? Dat weten we niet zeker. Even kijken. En de naaste belager die wint dan ook, dus dat blijft het verschil in de stand dan, hè? Ja, want Arthur had een half puntje meer, hij stond op 5 uit 6. Ja. En Prayit staat een half puntje daaronder, 4,5. En nummer 3 en 4 verliezen dan. Ja, dus zij gaan het net zoals vorig jaar waarschijnlijk onderling uitmaken. Ja, nummer 5 en 6 spelen tegen elkaar. En dat is technisch gewonnen voor wit. Dus dan denk ik dat het meeste nog bij gaat komen. Want je gaat ergens die tol omspelen en dan op het juiste moment op E6 slaan of iets dergelijks. Mm-hmm. Dan heb je gewonnen aan het pionnenspel. Ja, dus ik denk niet dat dit een vesting is. Op het eerste gezicht. Nee, dit heeft ook nog lekker veel tijd om dat uit te zoeken. Dus dat... Ja. Ja, okay. Even kijken, Eline. Ja. Nu heb je nog de situatie dat alleen zwart kan winnen. Gaat ze gewoon door, Eline? Ja. Waarom verrast het ons nog? Nee, maar Sascha gaat nu door. Oh, wacht even kijken. Want Sascha kan volgens mij altijd dame. Of ging zij dame wel te weg? Oh nee, hij deed dame 4, ja. Nee, maar goed, Sascha had schaak kunnen geven. Dan moet je, als die pak een beet dame B1 doet, schaak. Dus Eline is zwart, hè? Goed punt. Ja, ik... Dat is weer omgedraaid in mijn hoofd. Ja. Ja, als je het eindspel hebt, dan draai ik het ook af en toe om. Ja, dat is heel gek is dat, ja. Eline is zwart. Daarvoor zit ik ook hier. Dit soort dingetjes. Ja, dat schaaktechnisch is dat allemaal... De koper is staat bij de les te houden, ja. Ja. Dan moet ik even omdenken. Dus zwart is degene die hier op winst speelt, want je had al dame B1 kunnen doen. Dan moet je, dat dwingt min of meer Damerel af. Of ja, vrij duidelijk dwingt dat Damerel af. En dan geef je lopen. Dus zwart kan altijd remise maken. Dus we kunnen gewoon een paar zetjes doen natuurlijk in plaats daarvan. Maar dat betekent dat hier... dat was een misverstand ook. Want je kon niet hier die loper al geven. Omdat je gewoon nog aan B4 kleeft. Ja, dan verlies je gewoon meteen. Ja, dus, ja. Dus dat kon niet. Dus je komt in het... Dus de leidersweg gaat door voor... Voor wit. Voor wit, ja. Maar wel, enige voordeel voor wit is dat hij lekker snel gespeeld heeft, dus hij heeft veel tijd. Voor Eline zit op 2 minuten, als ik het goed heb. Ja. En die krijgt er geen tijd meer bij, alleen de 30 seconden bij elke zet. Dus dat is ook niet zo lekker. Maar aan de andere kant, die zetten zijn, je kunt nog een paar zetjes doen zonder dat je... Ja, dus het is wel te doen, maar het is niet zo comfortabel. Nee. Het is wel te doen en... Het voordeel voor zwart is wel dus dat je niet meer gaat verliezen. Ja. Voor de spanning in het toernooi zeg ik van remise. Als Eline die wint, dan is dat natuurlijk al een kleine... Ja, maar ik vind ook als...
Ik zat ook als ze wint. Kijk, Sascha zit in onze groep voor de goede orde. Ben okay. Ik natuurlijk ook beetje partijdig, ja. Ook van, nou, niet eens eigenlijk. Ik ben ook. Ik gun Sascha het allerbeste. En die heeft er ook voor gebikkeld in deze partij. Ja, maar als het Eline lukt om water uit steen te persen. Dan zal maar de situatie in het toernooi rotzorg zijn. Dan kan ik vanuit een puur schaakperspectief vind ik dat het mooi. Ja, ja. Ja, ja, dat, ja. Dat is klasse als dat lukt. Maar even goed als Sascha overeind blijft hier, dan is dat natuurlijk ook grote klasse. Dus ja. Maar stel, we kijken nu even met een zwarte bril even op. Van, wat zijn nou de mogelijkheden? Want jij zegt dat damenruil, ja, dat is al... Ja, die dames moet je toch op het bord houden dan? Moet je de een of andere manier de pion op B4 kunnen meesnoepen? Maar dan moet de koning van zwart ook helemaal naar links. Ja, dus het gaat ook inderdaad om onder welke omstandigheden gebeurt wat. Dus als die dames eraf gaan en die zwarte koning bereikt C4. Mm-hmm, mm-hmm. Dan is ook interessant met die dubbele B-pion. Want met een enkele B-pion... Dan kun je nog vaak je loper geven voor de resterende pion. En dan heb je nog een tweede B-pion. Ja. Dus dan geef je die loper voor de voorste B-pion, maar dan wordt er nog wel een eentje. Oh, je had er nog één. Ja. Het is schitterend hoe die om ons rode draad van de dogma's en de clichés. Dat die dubbele B-pion heb je weinig aan. Maar die blijkt dus zeer relevant. Ja. Ja, ja. En ook in die Kaokan toestand met die dubbele F-pion. Mm-hmm. Dat is een hele nuttige pion verder. Ja. Dus wel leuk. Ja. Dus dit, Eline die probeert nog. Onno is niet zo gek veel gebeurd. Die staat ook nog steeds goed. Hoewel Arthur weer goed in de touwen hangt. Ja, dat kan niet goed. Dus dat is wel toevertrouwd. Ja, ja. Blijft een strijd. Dat is gebeurd. Oh ja, Kato, even kijken wie ervoor staat. Ja, die moet ook weer terugkomen in het toernooi. Hè. Even kijken, wat is dit? Gelijk materiaal, want Lietje zegt niks. Dus, ja, precies. Ja. En de vraag is, stel wit doet, als je die toren naar achteren haalt met wit, dan doet zwart toren D3 en koning D4. Dus je moet die doen, denk ik. Mm-hmm. En dan kom je met zwart niet echt verder, zou ik zeggen. Of kan je een. Of moet je dan een driehoekje draaien? Die. Stel je gaat. Mm-hmm. Dan ga je naar F5 zeker. Of ja, wat. Oh nee, je moet op de toren wachten. Ja, of ja, het is eigenlijk meer een wachtzet. Inderdaad, dus je hoeft niet een driehoekje, gewoon een wachtzet. Dus zeg koning F5. Je moet de toren weggaat. Naar D3. Dan kan die witte toren er ook weer omheen. Dus ja, dit blijft ingewikkeld. Okay, ondertussen is er wel wat gespeeld, zie ik. Dit is gespeeld. Ja, ik ga jouw trucje toepassen. Dat's. dus wit heeft... wit had koning E2 moeten doen als beste vechtkans. Maar nu is het schaken die erin en nu dit zal wel winnen. Ja. Ja. Zo, dus wit heeft toch waarschijnlijk nog wel kansjes op remise dus in deze stelling. Maar is... Ja, maar ik denk... Dit wordt moeilijk, hè? Ja. Ik denk dat het te dominant is hoe zwart nu staat. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. Dus dit zal wel winnen voor zwart nu. Ja. Ja, we hebben mooi even live meegepakt. Ja. Ja. Dit waren de boys bij de B-jeugd aan het eerste bord. Voorspelling? Ik ken die jongens niet zo goed. Dus als ik iets moet roepen, dan... Ik weet niet, remise is mijn voorspelling. Okay, ja. Maar wit is degene die op winst speelt. Ja. Hij kan alle kanten op dit. Dus mm-hmm. Het zit allemaal nog in. Wat hebben we nog meer? De C-boys zijn natuurlijk jeugd, moet ik zeggen, zijn allemaal bezig nog. Ja, dit is klaar. Want nu ga je met wit. Oh, twee vrijpilden heeft hij in één keer. Ja, nee, daarom dus gespeeld ook, maar je gaat nu die erachteraan doen, die en die. Ja. Dat geloven we wel.
Ja, hij zit ook vrij relaxed achter het bord nu. Ja, hier kan niks meer mis. Nee, dus dan moet... Priat moet nu kijken of hij ook kan winnen. Want hij moet, kan niet achterblijven nu. Ja. Ik was tamelijk optimistisch over de zwarte stelling hier met die lopers. Daar sta ik nog steeds wel achter dat oordeel. Maar, het is duidelijk minder dan bord 1 natuurlijk. Hè? Dat is, hier moet nog wel gewerkt worden voor een punt. Ja, zeker. Hij loopt E4 is een machtig stuk. Maar... Nou, wat als je bijvoorbeeld in wil je met zwart, hè? Stel, ik sla dat ding. Uh-huh. Je slaat terug, maakt even niet uit in welke volgorde. En dan gooi ik die erin, Tolbert 2. Dus dan voel je pas hoe machtig die is. Uh-huh. Maar je hebt wel die. En dan G5, die tactisch gedekt staat door Torre 2. Ja, maar ook die pion, die E5 pion, die blijft nog zwak, hè? Koning F7, E6, E5. Dat is toch ook... Zwart heeft wel goede kansen, denk ik, hoor, hier om te winnen. Ja, dat denk ik ook. Het enige is misschien dat als je nu keihard voor de tegenspel gaat met Torre 1. Mm-hmm. Koning F7, koning 2, paard mag 5 schaak. Aha, ja. Tak, tak, tak. En als je nu gewoon toren eindspel ingaat? Ja, dat zou ik ook wel te denken, ja. Maar dan wil je erin of niet zo op? Ja, of toren E2. Ja. Dat is wel een goed punt. En op F4 misschien die? Ja, nou die mag gokken gewoon. Het is een gokspel, schaar. Ja. Jongen, ja. Maar je kan hem slaan, denk ik. Ja, het is wel een beetje jammer van de structuur, maar... Ja, ja. Moet er maar. Ja, zo is dat, ja. En dan kan je die toren altijd op E4 zetten. De koning komt erbij geknepen en dan... Het ziet er moeilijk uit. Ja, blijft wat we zeiden veelbelovend voor zwart, maar nog niet beslist. Nee. In tegenstelling tot bord 1. Hier bij de C-meiden was het klaar. Ja, bord 3 is nog bezig. Ja, we kunnen langzaam afronden, denk ik. We zitten al bijna 17:30 al. Dus met lang volhouden, Marijn. Dus, ja, nou, ik was ook een beetje later. Dus. Ja, oké. Dan krijg je de kijker extra. Extra toetje. Story of my life. Oké, dan zullen we dan maar overal een voorspelling doen? Ja, prima. Ja. Oké, Sascha, Eline. Ja, ik citeer nog een keer Manuel. Nu begint het pas. Oké. Ja. Maar, dat zou zomaar over 2 zetten gebiezen kunnen zijn. Ja, dat ook, ja. Of die zitten nog een uur. Ja, dat is... Oké, wie gaat er eerst voorspellen? Ik zeg wel remise. Oké, dan zeg ik wel 0-1. Oké. Oh, is dit een beetje de tegenhanger van die Derksen die altijd die toto zo doet, weet je wel? Precies. Oude witte mannen die voorspellingen doen. Beetje fout, hè? Lui? Ja. Oké, wat is dit? Dit is die Onno-wedstrijd. Ja, oké. Ik zie een vrije pion. Ik zeg... twee pionnen meer. Dit is gewoon... Ja, een paar mooie 7. Ja. Zwart was een zet. Ja, maar dit... Maar even goed... Wit wint wel. Hier kunnen we allebei alleen maar 1-0 zeggen. Ja. Even kijken, dit was alleen Kato nog. Die gaat, dit is klaar. Ja. Dit was super interessant. Ja, dit kan nog alle kanten op, hè? Nou, ik denk toch dat dit op een of andere manier een matbeeld in gaat bouwen. Nou, prima. Dan dus zeg ik wel remise. Oké. Dan doen we wederom 1 biertje. Prima. Ja. Dus even kijken, dit is geen... Dit is wel beslist. Ja, dat is precies. De bord 2, ja. Oh ja. Ja. Denk je ook dat soort wint? Wat is er nu gebeurd? Ja, hij speelt weer terug. Oh, toren A2. Ah, oké. Dus toren, hij gaat even prikken. Ja. Even nog wachten met het met dit slaan. Dit is ook klaar, hè? Toren F1, toren B1. Ja, maar dat kon hij net toch ook doen? Hij speelt toren A2. Ja. Even wachten, op, misschien ziet Torre G2 niet of zo, ik weet niet. Even een extra zetje doen. Maar denk je zwart wint? Ja, denk ik het wel. Ik denk het ook. Even kijken, hier hadden we nog een bord. Dit zwart heeft hier
betere remiskansen dan daarvoor. Ja, er stonden twee pionnen op. Hey, het is één pion afgegaan. En het heeft... Oh ja. Hij heeft die pionnen gehaald. Dat moet je niet doen. Nee. Was het nodig? Oh, hij wil misschien... Ja. Of is toren maal E6 nooit winnend of zo? Of je krijgt het niet goed voor elkaar. Jawel. Dan gaan koning D6, toren E7, toren maal E6. Dat is al goed genoeg. Ja, dat wint dat? Ik weet het nooit hoor. Nee, ik ook niet. Ik doe ook wel altijd maar wat. Maar ik denk dat het wel wint. Ja, dat kan bijna niet anders. Ja, ik heb ooit wel een keer zoiets bekeken. Want volgens mij komt er zelfs nog een Capablanca voor die eindspelboekjes. Maar... Ja, nee, het zal wel winnen. Ja. Het is een grote kans dat het gewoon wint. Gewoon koning is wel. Ja, je kunt vaak uitmanoeuvreren. Ja, je zit zo dominant daar. Dus dat... Maar goed, het is toch, ja, ik weet niet, het is toch niet zo eenvoudig. Pionnenruil is, kijk, pionnenruil, dat is op zich eenvoudig te begrijpen, helpt zwart. Ja. Dus, nou goed, deze laten we even buiten beschouwing. En dan hebben we nog, hier zijn de meiden nog bezig. Oh ja, Isafara, die is de kampioen van vorig jaar. Die hangt in de touw hier. Ja, dat wordt lastig. Ja, dat wordt misschien remise, maar... Dat zie ik eigenlijk ook niet gebeuren. Nou, moeilijk te zeggen. Maar we hebben dus twee partijen waar we... Wat hadden we nou gezegd? Eline? Oh ja, dit had ik remise en jij zei dat ze nog wel wint. En die andere was... Het staat allemaal op beeld. Dus je kunt wel terugkijken. Zou jij de stream terugkijken? Ik ga dat naar doen, ja. even kijken, dat was... Oh ja, Luke en laten we het tot die twee partijen beperken. Oké. Okay. Daar had. Hier had ik dat ik winst voor wit. Die ja, dus die... hier dacht jij dat er nog een winst ging gebeuren ja, en niet bij Luke. Die andere. Ja. Ja. Ja, prima. Is die weddenschap bij deze afgesloten? Ja. Leffen blond of zo. Of donker. Ja. Nee, doe wel donker. Oké, ik wil een blond dan. Ja? Ja. Oké. Okay. Mooi. Ja. Nee, het was gezellig. Man. Ja, ik vond het ook heel leuk om samen met jou dit te doen. Ja, zeker. Absoluut. Leuk. Ja, ook al het einde van het toernooi, ronde 5, dat is, wordt extra spannend, de bovenste plek en zo. Dus dat is hartstikke mooi. Morgen, heb ik het schema in mijn hoofd zitten volgens mij, is dan Nick Maatman. Dat is een mooie, die ken ik wel, ja. Ja, okay. Schitterende figuur. Oh, oké. Ja. Nou, er wordt de lat hoog gelegd. We noemen hem ook wel Praatman. Dus, oké, dan kan de kijker wat verwachten dus. Ja, die praat meer dan ik nog. Oké. Dus moet ik met je toom houden zelfs. Ja, okay, pak hem aan. Okay. Hij is een mooie figuur is dat. Okay. Dus dat is wel lachen. Nou, dat morgen. Je moet hem een beetje kietelen als hij een beetje beleefd begint en zo. Dan een beetje kietelen. Oké, nou ik zal het onthouden. te beleefd, zeg maar. Dan, ja, maar dat zal wel meevallen. Ja. Het is een hele informele sfeer hier. Dus, ja. Dat zal leuk. Dat zal goed komen. Oké, kijk, bedankt. En we zien elkaar morgen weer. Ja, fijne avond.